The first step on the road to recovery is admitting you have a problem. Welcome to the AA. Ah ah, ik zeg het al, u heeft Als het ergens over moet gaan. Zijn de listes. Not the face! Schrikkers op kun onderdanig. Iedere overeenkomst met een bepaalde organisatie berust op louter toeval. Welkom bij deze Sunday Roast Editie. Zoals de traditionele Engelse lunch, is dit een familiebijeenkomst die overal en nergens overgaat. Anything goes just for guys shooting the shit. Onze gasten voor deze al dan niet oorlijke bedoeling zijn maar liefst twee Humo's Comedy Cup finalisten, dames en heren. Jawel hoor. De ene is een knuffelbare Antwerpenaar die zichzelf omschrijft als hilarisch, knap en bescheiden. In 2017 won hij de Lunatic Comedy Award. En in 2018 was hij volgens standaardjournalist Karel Michiels de winnaar van Humo's Comedy Cup. Volgens de jury was dat Amelie Albrecht. De andere is onze favoriete graf Kempische Flik, die nu al de koning van de meest zwartgallige, snoeiharde en gorddroge comedy is, uh, die ons landrijk is. En afgelopen dinsdag haalde hij moeiteloos de finale van diezelfde Humos Comedy Cup wedstrijd. Een finale die plaatsvindt op woensdag 15 december in de Arenbergschouwburg in Antwerpen. Beide heren vervoegen yours truly trouwens ook op mijn tryout tour en zijn ook de reden waarom deze toer leuk is. Aan de plekken waar we spelen, zal het niet gelegen <laughs> hebben. All right, bring on the roast. Welkom Jasper Passon en Vincent Voeter. Hallo, hallo, hallo. Ça va? Zeg yes. Vincent. Ja, we zullen misschien al beginnen met de obvious one. Want ik zat uh, van de week bij u met de, met de Comedy Cup in, uh, in Gent, uh, in de centrale. Yes. Zo'n uh, hele coole plek eigenlijk. Ik weet niet of je er ooit geweest bent, maar dat is een. Uh, was, zo dat, was dat vroeger niet, de chauffage? Of ben ik echt. Uh... <laughs> Je... Nee, niet de chauffage, de democratie bedoel ik. We nee, vroeg niet vroeger de democratie. Nee, nee. nee, nee dat, is uh, oude, dat, is, dat is al heel lang de centrale eigenlijk. Um, en dat is zo'n. Ja, wat is dat? Een oude elektriciteitscentrale exact, of zoiets. Dat, ja. waar, ze, ja. waar ze dan zo'n uh, zaal van gemaakt hebben. Maar die is ook zo heel deco met van dat ja. azer en zo. Dus echt een coole plek eigenlijk wel. Die cool. ga je daartoe nog moeten spelen? Uh? Nee, dat was in de Minaar toen. Uh, ah ja. ja, ook tof. Ook wel ook een gans. Ook een coole plek. Ik heb ook wel al eens in de Centrale gespeeld. En dat is echt graaf. Ja. Die machines. Die ja. indruk het is alsof dat er nog zo kindjes hebben tussen moeten kruipen voor, voor <laughs> te prullen om het, weef, het weefgetal te halen. En zo alsof dat priester Dans daar zo nog een rondgelopen om die eruit te halen. Zo. <laughs> dat is echt heel graag. Kleine Adelbrecht zit er al twee weken in past. <laughs> Maar ja, het was, het was wel, ik was eigenlijk zenuwachtig in uw plaats toen ik daar was. Ik was al vergeten hoe ongelooflijk kut dat wedstrijden zijn. Dat is verschrikkelijk, hè? Ja, ja, ik e zou het gewoon al willen winnen om nooit nog aan een wedstrijd te moeten meedoen. Ja, dat is een, een hele, hele goede ja. he, reactie ja, eigenlijk. Ja. Ja. ja, Comedy leent zich gewoon niet perfect tot wedstrijden. Dat zorgt altijd voor zo een zenuwachtige sfeer. Um, en dat was ten dinsdag niet anders. En ik mocht dan ook nog eens openen. Wat dat extra kut maakte, maar um, ik heb zo'n minuut als zelfmedelijden gehad, maar dan had ik zoiets van: ja, kom al, laat ik kak, herpakte <laughs> en uh... Dus ik wist ook dat deze het programma stond. Ik had ook geen gevoelstek om een anderhalf uur het gelachen te worden. Dus, uh... Ja, dat, dat was natuurlijk direct gebeurd. Ik heb het ook lichtjes tegen u gezegd. Ja, ja, ja. Dat wordt ja, ja. een andere podcast. Ja, 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 ja. Ik ben niet bij. Ja. Ja. Mogine stress. Geen stress. Dat was een intro echt volledig Succes. anders. Je twee verliezers van ja, uw Comedy Club. Maar wel, je bent dus, nu alle twee finalisten wel. Je weet het sowieso. Dus daar stonden al zeker. Hè? Zit er ook een finalistentour bij? Ja, toch? Ja, 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 toch een toer. Um, Zijn dat veel ja. shows? Ik weet het eigenlijk niet van buiten. Ik weet niet wat dat er nog van overschiet na corona. Allee, zo, dat, was, dat was bij ons 15 Good of 20 point. optredens. Want dat heeft ja. eigenlijk anderhalf seizoen geduurd. En op den duur waren we echt twee jaar verder. En dat werd heel raar, want de, ik weet nog dat de Sippen op een bepaald moment uh, in 2020 aankondigde. Hier is ze dan, de winnares van Humos Comedy Cup 2018. <laughs> en daar we naar elkaar kijken van deze is belachelijk antwoord. En <laughs> dan zijn we echt twee jaar verder en nu moeten we er wel mee stoppen. <laughs> ja, nu zijn we intussen al bijna drie jaar verder en man, het is crazy hoeveel hoe tijd dat daar ja. overgaat in IS. je wat. Normaal was dat om de twee jaar zeker. Hè? Humos Comedy Cup ja. is niet ja. jaarlijks, maar wel een goede zaak is. Want heel veel van die van die cabaretwedstrijden in Nederland, dat is jaarlijks. En na een mooi. tijd begin je ook te voelen dat de mensen die dat het winnen, dat dat zo mensen zijn die zo de, de halve finale waren van het jaar ervoor en de, de kwartfinale van het jaar daarvoor. <laughs> mm. Dat zo, als al de winnaars eruit vallen, dan zijn degenen die tweede en derde zijn wel mensen die het dan gaan winnen. Zo. Mm. Dat je dat eigenlijk een beetje kreeg. Dat je niet elk jaar zo'n enorm infuus van talent hebt. Hè? Dat is ook normaal. Hè? Je moet ook. Ah ja. Maar zijn er eigenlijk. Uh, zijn er soms verrassingen bij? Um, ik denk dat deze keer uh, Charles de Riche of uh, Karel de Rijke toch wel de Dark Horse was. zo'n nou, keer. Ik word er dikwijls voor hè. Ik ja. heb die gast nog nooit bezig gezien. We krijgen daar wel, ik denk dat aan mijn leader ook een hele goede band mee heeft. Schentenaren. Ja, maar ik ja. moet wel, wat je wel sowieso weet, en dan heeft de je wel voor de helft, als je een kop hebt die naar als je, goeie, op, a, kop, je so. geboren in het verkeerde tijdperk, als je zo'n kop hebt, dan heb ik altijd al. Uh... Edouard de Preet dat ook een beetje. Ja. Zo, zo... Edouard Pree is een beetje Michael van Peel met Down-syndroom. <laughs> zo, 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 <rijos> zo heb ik die een omschreven. Ik heb het ook tegen hem gezegd, Dus Edward, je weet het. Dan Edward heeft vooral ja. ook ja. een gigantische mond. Maar die, die, die doet er ook een stuk over. Ik weet dat ik die ook eens gezien heb en dat ik op een reden echt helemaal van achter zat. Echt ver. En dan was ja, nog... er samen in de Ja, en dan deed hij zijn mond elkaar... open en dan was dat nog alsof hij in Burra stond. Ja. <laughs> alsof dat Jelle Kleinman zegt: Ho, 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 ho. We're gonna need a bigger boat. Wat Charlie zegt dat ook, dat is zo. Ja, man, Atelier is... van Vlaanderen, daar had hij al in kunnen gezeten inmiddels. Ja. Zo'n zo je. En wat ook heel funny is, is dat hij draagt ook de meest wansmakelijke t-shirts. Dat zie je niet op deze foto, maar alle tijden funny. als hij ja. op het podium staat. En ja, die wandelden op het podium en ik weet nog kaag goed, want ik stond aan de zijkant en ineens hè, de Vincent was al gewist en jij tikt op mijn schouder en jij zegt deze niet apart worden. En ik dacht al, oké, okay, ik kon mijn eigen al wapenen voor wat dat echt geworden Maar zelfs toen was ik niet voorbereid op de complete waanzin. Ik dat denk dat niet eigenlijk dat je daar ooit op voorbereid kunt zijn. Nee, als, en je, ik moest... als je niet druk zit gepakt voor dat optreden, zit je daar niet op voorbereid. Ja, en als je druk zit gepakt, dan heb je de kans dat je er blijft insteken voor de rest van je leven. Want dat is ook echt, echt hele <laughs> weirde stuff. Maar is dat heeft dat is wel zijn plek of zo. Ik moest er heel hard mee lachen. Ja. Ik vond die elkaar grappig. Ja, dus... heel absurd hè, maar dat is wel. Ja. Ik vind dat ook heel cool. Ik vind het ook, ook bangelijk, zo. <laughs> <laughs> die heeft ook een plek of ze een t-shirt. Dat vind ik ook altijd hilarisch. <laughs> als, je, als je dan in de, in de gazet staat of in de Numo, ja, en je hebt ja. een plek. Zie je dat? Hier. <laughs> ah, ja, ja, ja. ja, ja, ja. <laughs> dat is de kabel. Dat ja, is de, de kabel. Ja. Ja, ja. <laughs> Ja, ja, ik... de, ja, de mintjes uh, ziet, er, ziet eruit alsof hij geboren is uh, met een ingebouwde camera in haar kop. Dat hij altijd zoiets heeft van ik zie er altijd awesome uit op elk moment. je is als een six pack, zo ja, precies. Ja, ja, ja. Inderdaad. jij stond er neffen van uh, I'm also a Terminator. <laughs> so, uh, I'm very happy to have won this dus vooral ook zo, je hebt er een ene met plekken op zijn kleren, je hebt er, ja. er een met kleren en je hebt er een met gemakkelijke kleren aan. Maar wel militair strak ja, dichtgetrokken. Ja, dat, dat wel, er zit maar... wel zo'n een soort ding aan dat je denkt, ja, er is iets in die ogen die je wilde niet tegenkomen op het verkeerde maar, moment. Zo. Maar het is ook wel de outfit dat je aandoet als je weet dat je in het zuiden van Frankrijk moet rijden met de notto. Dan heb je ook zo'n kleren aan. <laughs> Ja, en de Karel ziet er meer uit als die ene dat dan op de achterbank ligt met een blote voet tegen het raam. Ja, zo, ja dat is echt, uh, het ziet er geweldig uit. Ja, ja, de Karel is voor mij zo'n figuur. Ik, denk, ik, ik ben er jaloers op omdat ik altijd het gevoel heb: ik wou dat ik zo weinig fucks kon geven. Zo, mm -hmm. Dat ik het ook zo kon loslaten. Want die is, die is enorm relaxed en die is gewoon weird. Wie kan en dat? dat, is heel Wie, kan dat nog? Wie kan dat nog? Hoe bedoelde? Maar ah, dat dat, dat, zo, dat zo een tijd zo een paar jaar geleden dat, dat echt zo'n ding was hè, no fucks given en zo. Maar eigenlijk zijn er heel weinig mensen die dat kunnen. Ik kan dat ook ah ja, nee, ik, nee, ja. dat kan dat niet. ik ik geef heel veel fucks. Leners? Ja, op, ja, op een andere ja. manier, op een andere manier. Maar ik kan dat ook wel zo, fuck it, ik doe gewoon mijn ding en uh, fuck al de rest. Maar ik weet niet wat er. Oh, je... Ja, die niet ook niet veel compromissen nee. voor te maken hè, dat, Nee. Nee, 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 nee. nee, nee. Ik, ik, ik zou kunnen zeggen dat ik op, op ik die vlak ook geen compromissen maken, maar ik ben niet een don't give a fuck kind of guy. Soms. Ja. Totaal niet zelfs. Eerder, eerder dan richting het controlefreakerige af, dan, dan het, uh, het allemaal zomaar van. oh, we zien wel. Ja, dat, wel, uh, ik, ik zou dat ook <laughs> graag doen, maar ik betrep mij er dan op dat ik toch meer een, een beetje een hoer ben dan dat ik zou willen zijn en dat ik zo merk van ja. Ik wil ook gewoon dat mensen hun eigen amuseren. Hè. Als ik een optreden doe en mensen zijn niet aan het lachen, omdat ik weer zoiets raar ben ontdoen, dan denk ik: ja oh, fuck this we gaan even overschakelen naar een bekend stuk, want mm. ik wil wel dat mensen een toffe avond hebben gehad, en anders voel ik, ik mij slecht. Ja, dan en, voelt u, dat en dan voel je soms ook een beetje een pretentieuze nakel, hè. Dan ja. heb je, zoiets, ja, hier hebben wel mensen geld aan het geven. En als ik dan een, een klein stoklijntje nodig heb om, uh, om iemand er zo wat uit te het publiek, en dat ik dan echt dat mopje moet doen van, oh, ga gewoon nog veel nieuwe woordjes leren vanavond, <laughs> oh, maar ja, my, <laughs> uh, Ja, sorry, dan noem ik dat toch even, want dan heb ik wel zoiets van, ja, oh, die, voilà, dan, dan hebben we iedereen Weer terug mee, en dan kunnen we weer iets plezant doen. Mm -hmm. En dan denk ik ja, en dan, en dan denk ik soms van: Oh, god, je broek toch zo gemakkelijk, zakken, hè, vriend. <laughs> <laughs> maar ja. We uh, have no integrity, you Ja, oh, dat moet, moet dan soms maar eventjes. Ja. Hoe was dat nou voor u? Van, want je zei zelf dat je zo gekregen te horen, want wat moesten we doen? Een lotje trekken of iets? Om, ja, uh... ja, een half uur wat begonnen moeten wij uh, gewoon leuke trek doen, en zo wordt de lijn op bepaald. En ik heb als laatste gewacht, ik dacht dan heb ik het niet zelf in de hand eigenlijk. Nou, ah, ja, ja, fuck wel it, he. <laughs> ja, fuck dat die gewoon harder door elkaar moeten schudden, want één lag gewoon beneden ook, dus ja, dat uh, is <laughs> um, dus fokken zijn schuld. <laughs> Is dat niet een beetje zo de stockline voor alles in ons leven? Het is fucking ja. zijn schuld. <laughs> Blame fucking. Blame fucking. Ja. Nee, dan komen al die andere comedians aan zo'n reuze. Van nou ja, dat gaat lukken, dat gaat lukken. Eerst jij kunt gewoon openen, maar gezien al die kop van you're fucked. Alleen, eerste is Ja, ja. ja Alleen, ja, ja. allee, ja, ja. ja, allee, oh, succes hè? En dan zo in je ja. eigen denken, <laughs> Suck you. En dan maakt het niet uit. Ten eerste komt een MC nog dat is eigenlijk de eerste. Fuck you. Ja. Ik zijn de eerste. Met wat we wel het coole erom was. Dat, was wel, dat vond ik dan wel weer grappig. Um, dat jij ook zo. Opende, He, want hij wandelde naar het podium en hij zet ook zijn micro-statief opzij zonder iets te zeggen. En dat duurde een paar seconden, maar dat is lang als niemand weet wie dat gaat zeggen. En je begint, en je doet je eerste joke en er komt een kaarde lach, en je doet je tweede joke en er komt een kaarde lach en een applaus. En ik dacht. Nice wel kak voor al de rest, dat moet gewoon komen. <laughs> Want dat was het wel. Je ze wel op het podium gegaan, die een acht applausen had, denk ik, in twintig minuten. En dat was echt zo: throwing down the gauntlet. Hè. Dat was ook tegen al de rest. Volg Thijsnaam, hoor. En je merkte wel: dan is Toek aan betaald. Ja, je het... Als je ja. moet komen achter jenen die dat zegt, nee, nee, ik heb dat niet alleen gepakt, maar ik heb dat hier afgebroken. Ja, dan wordt het heel vervelend voor de volgende die er moet gaan staan van shit, deze was er straks, de goede plek, maar dat is niet meer nu. <laughs> zo, en dat vond ik wel, wel cool of zo dat je dat deed, want dat moet ja, wel merci, kunnen. Merci. Maar het enige dat ik, ik weet, alleen want jij zei ja, ik moet dat eerste op en ik zei ja, dat doe je al heel de tijd. Als je met mij speelt, god, dan ga je als eerste ja, op. Ja, dan ben ik blij, omdat ik die ervaring al dus, had van de afgelopen weken. Dus jij kunt dat ook. Dus ik verschoot daar niet van, maar ja, ik dacht gewoon... Ik Gelijk altijd dat je gaat kijken van ja, je hebt altijd zo'n factor zenuwen die je anders niet hebt. He, dat is zo'n extra factor ja, ja. met dat wedstrijd gegeven zo. Want jij het leidt gewoon maar, jij je toen gevoel de finale dat je echt op je best hebt gespeeld of je het ook al? Ik speel precies wel nooit op mijn allerbest in wedstrijden. Ik kan een mijn niveau halen, gelijk ja. een halve finale, maar ik heb daar nog niet op mijn best gespeeld en ik hoop dat wel in de finale dat ik kan zeggen van ja, deze was echt voor mij een A plus optreden. Ja. Dat had ik eigenlijk in de halve finale van het laatst maar niet in de finale. Niet. Maar in de finale had ik gewoon eigenlijk ook een beetje een chance dat, uh, dat de twee anderen die zijn echt onderuit gegaan van de stress. En ik niet. Dus ik had wel zoiets van: ja, Nee, ik kon niet hè, zo wat het ook is. Ik, kon hier, ik ging eigenlijk voor de publieksprijs. Ja, ja. Ik dacht, die juryprijs krijg ik toch niet, want dat is weer niet, hè? Het is weer niet een lied of, niet, of uh, een lag in een niet tram en genoeg. Al die en andere zeven. En je weet ook, daar kun je toch niet van winnen, want dat is een, een vakjury en die doen ja. toch wat ze willen. Maar wat ik wel had, was ja shit, maar ik kon wel die publieksprijs winnen. En het feit dat ik die finale al had gehaald, was al de ring al een dikke finalentour aan, dus dat was ook al half gewonnen. Mm. Hè? Ja, ja. Dat je denkt, oké, okay, je zit al niet die ene die je niet vermeld wordt, je zit mee in de ploeg. Maar dan die avond zelf, ja, was uh, was degene dat de favoriet was. Want dat stond ook in alle kranten. Zo, zet je aandelen maar op Wiersma. Dat was zo Dorine Wiersma. <laughs> en dat hadden ze nooit mogen doen, want die griet is er volledig Ja, dat, om, om, Maar om, dat is om, ook ja. verschrikkelijk. Ja. De, wat ik snap, hè, maar bij mij was dat dan ook, ja, ik heb toch niks te verliezen. Dus hoe gives a shit, hè. Ik kon er gewoon voor, en ja, die avond was een avond. Dat is eigenlijk een beetje dat er wel. Ja, ja. Maar dat had ook evengoed niet kunnen zijn geweest. Want stel dat hij nu supergoed had gespeeld, dan denk ik dat de jury dat wel honaar had gegeven. Omdat dat meer die hun ding was hmm. dan ik. Maar ze konden gewoon niet anders. Dat was eigenlijk een beetje wat dat, dat was. Dat moeten ze eigenlijk met wedstrijd. Dat gewoon ja. duidelijk is. Dus, dat, dat ze er niet ja. rond kunnen. Ja. Blijf toch kut ze man een wedstrijd. Kunst in een wedstrijd, dat is toch... Ja. Ja, dat ja. zal in mijn kop... Nou, ik heb natuurlijk niet met comedy, maar met muziek. Eigenlijk, één keer Humos Rock Rally meegedaan. Dat ja, is ik, ik ook een absurd concept ja, en, om wedstrijden te maken van, van podiumkunst. Ja. Allee, ik, zeg dat, ik zeg dat dat is niet winnend. Dus, <laughs> ja. dus, ik ben nu in een positie om te zeggen: oh nee, dat is allemaal bullshit. Je moet er niet, niks, uh, niks ja. van waarden. te verliezen. Waar die <coughs> ontsprongen Ja, Op het podium. Sorry. Wat ga je doen als je wint Vincent? Ja, dat... Wat ga je doen eigenlijk? Weet ik niet, wat verwacht je van mij dat ik doen? Dat ik win? Een camion kopen voor al dat geld op te schuppen, er is. <laughs> nee, ik ik, ik zou echt wel heel blij. Als ik het win aan mij. ik heb uh, ik kon er geen geheim van maken. Ik heb er wel uh, ook die halve finale als reus naartoe gewerkt. En uh, ik slaap er ook echt slecht van. Dus ik droom er van. Uh... Echt? Ja, ja, ik zijn uh, ik, ik Vind ja, het uh, ongelooflijk, het komt nooit over als iemand de uh, twijfelt. Nee, nee, iedereen zegt dat. Iedereen zegt van, oh, je zit ook keer relaxed op het podium, maar. Uh, ho, ho, ho. <laughs> ja echt waar dat uh, kost me jaren van mijn leven hè, deze dus je gaat minder stress dat je er weer uh, in een of andere deur moet intrappen en je weet niet uh, wat er achter die deur zit. ja dat is raar bij mij ervoor komen die, dat wordt we voor gezorgd niet alle voor de mensen die dat niet weten uh, ja. de Vincent is uh, <laughs> misschien is, even is, is is de Robo de, robo, de robo kop uh, boven het stad uh, Noorderkempen ja. Ik doe dat recreatief, de ja. stampen. Uh, nee, maar je hebt erover Je Doet er eigenlijk we... een deur in stampen? Ja, je moet oppassen wat je doet of je knieën naar de zak. Ja. Collega's, dat er al echt een arbeidsongeval mee ja. ja. gaat. Kun je zo een paar tips geven hoe je eigenlijk een deur intrapt? Je moet eigenlijk een donkey kick doen. Dus met je rug ernaar gaan staan en gelijk een nezel. Uh, ah ja, ja. Maar ze ja. Kunnen, uh, niet zoveel kracht zetten, maar dat is wel beter voor je knie. Het, uh, en van uh, onder uh, of ontslot? Uh, ja, je kunt ontsloten, maar een donkey kick op het slot dat moet al een lange. Ja, maar het manier. is het niet schrik dat je dan zo gewoon met je been in de deur zit? is wow, echt wel een brakke deur een beetje deur kan dat wel. Uh... Maar ik was aan het denken, meestal als je ergens naartoe moet komen is er misschien wel een correlatie met de kwaliteit van de voordeur. Oh ja, ja soms wel, ja <laughs> soms heb je nog naar de deur getrapt heb ik, uh, Allee, ja. <laughs> een, beetje, een beetje profiling daar, ja, hè, ja. er iets maar uit is school Heb hè, dat ooit al meegemaakt dat er iemand zo met een al open deur wel inbuiken met zijn schouder en dan gewoon zo er is tegen afgebotst. Nee, nee, met... Zo dwaas zijn ze niet, zo dwaas zijn het niet. Dat is al een fantastisch beeld dat is gebeurd maar nou, ja, het al gaat je ja, de deur trap en echt gelukkig met twee druppels met drie erop stapelen om de beurt en ja echt eh, tegenwoordig een deur. Uh, is niet zo niet zo vanzelfsprekend om de deur te stappen die binnen zo zouden zonder deur zijn of niet <laughs> zo vijf keer zo ja. en ding vind ik ook altijd bangelijk uh, als je zo in een reeks ziet of zo als er hier een deur de ruit wordt gegooid nou, in de film is dat zo'n een soort suikerglas, maar als je nou echt Hey, stel, ga goed de Jasper deur eruit. Is het dan gewoon een bots en ligt hij dan op de grond? Ja, ja, ja. Ik bots er niet ja, door. Ja. Ik bots er gewoon tegen en ik val binnen. Dit is wat blauwe gewoon... plekken zo. Een schaafvond. Ja, dat voilà, is een raamintek. Dat is ook niet. gemakkelijk. ook met een man nee, dat is niet gemakkelijk. Ze. Een, hmm. een inteken. Want soms doen we dat als we ergens binnen moeten zijn en dan proberen we zo min mogelijk schaduwen. Dan via het raam. Ja, want dat kost minder dan een, een deur, het glas vervangen, maar uh, ja, ook niet zo vanzelfsprekend, hè? Met, zelfs met een matrak. En wie vervangt eigenlijk het glas eigenlijk? Ik kon er naar nou diep op in, maar... Kaarglas. Ja. Je uh, kaarglas vervangt, of dus je... er ga nooit naar, uh, naar dat soort reclames uh, uh, Zeker wel. Allee, man. Maar ik dacht, is het is niet dat dat zo bij de politie een dienst is dat de rummel moet gaan opkussen ofzo? Nee, nee, nee. Op een brandweer komt dat aan fixen en die kosten zijn meestal... alles ja, dat niks als oude mensen dat gevallen zijn ofzo, zo. En uh, ja. ja, Je weet ja. dat hij daar eens je moet binnengeraken. En dat is een aak voor de familie. En er is gewoon ene gast in die mee. ik heb camionetje en in een glasbedrijf die dat zo elke combi volgt. Ja, en ja, ja. een sirene ergens naartoe rijdt. Dat is een denkt. Ja, het is in die straat. Daar, <laughs> daar zullen ze de deur niet open krijgen. Zo, het zal toch eh, met een elleboog deur zijn. Want dat is ook dat ding in films, hè? Dat je zo'n gast zit, die zo loopt en dan zo. Je pakt dan een auto mee. Hè? En die slaagt zo missel een elleboog, die zij in. En dan doet hij die, die deur open. Maar dan denk ik altijd. Dan volgens moet, mij maaslaagde gewoon uw een helm boogert ze uh, uit ongelooflijke tanks en ja, voor ja, degenen die, je die gewoon zijn. kapot, want dat is echt niet zo makkelijk. Ja, ik zou ook denken, zijn er ook soms niet plots dat je terugkomt, dat je weet hier nemen we de deur er al eens... Uh... Ja, Allee, ja. En, als je deur ja, een deur ja. een tweede keer er moet te trappen. Wat dat ja, dan ja, makkelijker ja, dan? Ja, ja. Uh, vaste klanten. Uh. <laughs> <laughs> Hoe is dat? Ja, dat vind ik ook, want dat vind ik altijd boeiend van die paar weken dat ik ooit stage gedaan heb. De, een vaste klant, als in ik, ik heb u ooit al eens gearresteerd. Is dat kunnen we nog serieus blijven? Of is dat dan gewoon sarcasme? Is dat een dialoog, een oase van sarcasme een gesprek dan? Nou, niet per se. Soms zorgt dat zelfs voor een soort van, wederzijds respect van, Jullie doen uw ding en, en wij doen ons ding en, en, nou, sommige van die mannen spreken mij al met de vernaam, ja. <laughs> ja, of ja, zin. Ja, ja, je weet hoe dat, je, het is weer zo ver, hè? Ah, ja, weer... Letterlijk, ja, maar, ja. Uh, dat, ja. Ja. ja, Het is weer van dat, ja. En, ja. en zijn die, zijn, zijn, uh, zijn die dan megander? Ja, dat scheelt van persoon tot persoon. Want ik denk dat het moeilijker worstelen is met elkaar als je zo met elkaar al op uh, first name basis soms Ja, spreekt, nee, nee. Als, als, echt, nou, als het tot hangen, hangen ze uit. Dat scheelt van persoon tot persoon, Andries. Dat is nou niet direct dat daar. Uh... Ja. Mm -hmm. ja, ik, ja. Ik vond dat toen, uh, wat ik me herinner, is uh, dat als je er niet in zit, dan is die wereld eerder van. Ja, dat is kwaad, dat is uh, spanning, dat is dynamiek. Maar vaak is dat ook. Oh. Ja, ja. Maar ik dacht verkrachten elke zondag. Niet Jo, Vincent, je weet het hé. Madame, je weet dat hem op café go. Als beer, in de, Als beer kun je dan, dan men zit... nee. bellen. Nee. Je kent er Ronnie toch ondertussen. Oh, dan staan wij hier zijn. elke zondagavond. De vaste klanten, dat is wel echt goed. Hè. Vond ik een van de beste dingen dat hij zegt op een podium tegen het publiek: van wat denk je dat de nummer één reden is voor oproepen. En riep een vrouw uit de zaal. <laughs> Een kat uit een boom halen! Ja. ja, dat zie je wel aan al die combi's met een ladder op in de zo van Maar dat was, dat, was, dat was zo funny, dat moment. Ja, en raar, denk... ze zijn al een paar keer geroepen, een kat ja. in een boom. Wie belt dan aan de flikker voor een kat in een boom? Wat moeten we doen, in eruit schiet? Ik bedoel... Ja, dat is toch... Maar die komt dikwijls terug, kat in een boom. Pluisje dat... gaat niet helemaal thuiskomen nee. dat je ze nee. het achtergelaten. Nee. Maar uh, we krijgen ze er wel uit. Jesus Christ, man. Ja, dat is grappig wat mensen soms roepen. dan, hè. Dat is... Mm -hmm. is, ja. is, dat, is het veranderd sinds dat je notwaarder bent als de comedian? Nog collega's aan toe. Ik neem aan dat de, de vaste klanten dat die ook niet per se altijd in de culturele centra aan de comedy gaan zien. Maar zo. Mm -hmm. Zeg je, nou, je, je nou echt de comedian in het uh, flikkenkorps? Ja, in het korps wel. In het korps, uh, ja, dan weten ze wel dat je dat. Uh... Heel gepassioneerd toen, maar op straat word ik gewoon niet gemakkelijk herkend. Als ze mij herkennen, is het van de podcast. Is het van deze podcast? Dan kan ik ermee lachen, maar ook mee optreden. Dus als een MC vraagt hé, wie kent Vincent voeten en mensen steken een hand om, dat is altijd uh, van de podcast, nooit van mijn comedy. <laughs> <laughs> Binnenkort van de Wiener Comedy Cup. Uh... Ja. Ja, laten we hopen. Laten Astaan, we hopen. Nog no pressure, liefde. no pressure. Nee. Maar, Zo allee. toch de winnaar van de comedy cup en toch elke keer ah van de podcast. Dat <laughs> je ze <denkt>, Fuckers. <laughs> For fuck's sake. Is dat niet dat je wilt vertellen? Want uh, dat was een, van, was een zeer goed beluisterde podcast. Ay, de, we, de mensen die hem gehoord hebben, dat was eigenlijk ook een beetje. Dat was ook soms serieus eigenlijk. Hè? Um, heb je daar veel uh, reactie op gehad? Achter, hè? Ja, ik heb heel veel op mijn werkmail van collega's over heel het land. Als ze een mail hadden gestuurd van echt toffe. Uh, want we waren inderdaad soms onderwerpen echt glad ijs Racisme binnen dat politie en zo. Maar ik heb daar heel, uh, heel positieve reacties op gehad van, eigenlijk, van iedereen. En uh, zeker die van de collega's, dat is wel plezant. Ja. Want achteraf, wij hadden dat niet. Alleen wij hadden dat half door. Maar dat, we hebben echt wel uh, op het randje gebalanceerd. Ja, zeker. Je wordt heel open, je wordt heel eerlijk. Maar dat is ook achteraf, toen je dat zelf ook zei, dat ik dacht. ja... Ik kan me voorstellen, een dat is een gesloten gegeven, de politie, dat die mm -hmm. misschien ook niet mee gediend waren. Zelfs al had het goed uitgelegd dat het eerder is, don't mention it, dan... Ja, voilà, je hebt zo... Wie ben jij om ja. even te gaan spreken? Want op dat moment, zeg je hey, Zou jij eigenlijk op dat moment ne, 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 meer invloed dan, dan iemand die een officiële spokesperson is ja, en een voilà. soort agenda zou volgen? Hè? Ja, dat gevoel heb ik soms wel een beetje, dat dat, zo, dat een beetje ja, woordvoerder begint te worden. Zo. En het is inderdaad voor een stuk zo: What happens bij de flikken steeds weer te flikken? En dat je dat dan zo'n beetje doorbreekt, dan is dat wel ja, een beetje een, een balans dat je moet zoeken. Maar ja, toen is dat blijkbaar gelukt, want ik heb er niks, niks uh, negatieve reacties op. Ik denk dat je dat die al persoonlijk hebt Dat dat de reden is. Dat de dingen die jij zelf zei over je eigen was van. Ja, bepaalde dingen moeten bij mij echt wel niet doen. Want dan gaat de deur het zegt op je gezicht slagen. Of zoiets doen. Dat je mm. echt zegt: Oké, okay, nu ga ik mijn eigen niet meer inhouden. Dan ga we ja. wel neer. Maar, en dat is ook heel begrijpelijk, want iedereen snapt dat ook. Mm. Ik denk dat je zelf bij de politie zit en er klopt iemand recht op je gezicht. Ik zou zeggen: je daar ook... niet voor bij de politie nee, moet Nee, totaal niet. Hè? Ja, maar, <laughs> dat is ja, maar wel dan dan een dat... algemene regel in het leven. Maar, op, maar bij de politie wordt er wordt. Dan soms van u verwacht dat je je eigen nog moet inhouden. Of dat je het dan maar moet pakken. Want dat dat een onderdeel van uw job is, terwijl ja, ja. ja in het dagelijks leven het is bij niemand een onderdeel van zijn job van een klets in zijn gezicht te krijgen. Ja, dat is dan zijn er wel vertrokken zo. En het ja. geen schrik. Allee, dus, dus wel denk dat de endgame wel is om uh, kom, comedy als uh, 100% job te hebben, En Geen schrik eigenlijk zo qua inspiratie dat je dat, dat dat een deur is. Want ik kan me voorstellen dat dat wel echt een onuitputtelijke bron van uh, in de gloria momenten is. Ja, daar probeer ik eigenlijk nog niet over na te denken. André, dat ik ooit zou stoppen bij de polis? Als, uh, als ik doe comedy, doe ik liever. Dan heb ik ook iets meer talent voor, dan voor police te zijn, denk ik. Echt? Ze je een middelmatige flik? <laughs> Nee, een middelmatige. <laughs> er de begint de begin hier zo'n gemene reporter in de proef te zitten. Zoals zo. <laughs> zo, zo gaan we beginnen aan de reis. <laughs> er is er een aan het werken in de media, dames en heren. Er zijn, er zijn er bepaalde veranderingen op Til hier. Uh... Nee, ik bedoel, Maar je zegt zelf: ik ben een betere comedian dan ik een en Dus eigenlijk zie ik, ze zijn een kei goede comedian. Dus dan maar je kunt een... ook goed zijn en heel goed. Allee. <laughs> Dat is waar, ja. Nee, maar een, een, een topflik, en zo hebben we er ook al in het korps, ja, die combineren zo bepaalde eigenschappen, waar ik die niet allemaal in dezelfde mate heb. Um, bijvoorbeeld de combinatie tussen rust kunnen zijn, maar ook kordaat kunnen zijn. Ik zou zo in, ik blijf als iets lang rustig. Mij ja, kunnen ja, ja. echt heel lang irriteren voor ik door het lint ga. Maar dan ga je ook niet eens naar de totale kant. Ja, echt kwaad, maakt, dan. Nee. Ja. Maar, maar uh, ik vind mij een goede flikken, vooral duidelijkheid. Ja, ja. Meneer, uh... dus zijn wij rustig? Zijn wij rustig? Ik heb gezegd dat dat rustig moest zijn. Kalm, kalm Vincent, ik ga even zitten. <truh> maar uh, om op een vraag te antwoorden, André, ik, uh, ik probeer er nog niet te veel over na te denken van de stoppen bij de police. Um... Maar ja, dat is misschien wel een orde, zeker als ik het spel win. Moet ik er wel eens over gaan nadenken. Ja. En ja. inderdaad, ga qua inspiratie gaat dat wel schillen. Dus, uh. Ja, want het is echt, een deel van. Zeker in het begin was ook zo. Als je op Facebook zo die verslagen gaf. Er is wel iets. Uh... Daar ik zie je even Ja, dat, dat heb ik je ja, euh, commentaar gekregen. Dat heb ik, ik verteld ook vorige keer. Maar ja. er is wel iets. Uh, dat, ey, wat ik er altijd boeiend aan vind. Dat je kunt nog zo goed zijn. Maar een, als de realiteit zo is. Dan, en er zit natuurlijk humor in, dat kunnen we dan niet toppen. Hè? Want eigenlijk basically vertelde je gewoon een dag. Ja, ja, dat is best. Hè. Dat is eigenlijk, ik moet daar niks van vragen. Ik moet daar gewoon een foto pakken en uploaden en uh, 200 likes. Um, ja, dat is. Ja, dat, is. Uh, dat is heel dankbaar om, uh, om te delen, zoiets. Maar de Comité P denkt er anders over. <laughs> nou, we toch over uh, beroepen dat bezig zijn, dood, want eigenlijk homies. is dat heel funny dat uw, uw show daar ook betrekking op heeft. Hè? Namelijk dat jij iemand zei dat hij een, een, een vaste job als benoemde ambtenaar ja. heeft opgegeven voor zo'n comedy. En dat je dat, dat eigenlijk een beetje een pleidooi is voor, voor een soort hoe zeg je dat. Ja, risico pak je. In plaats van ja. dat je zegt ik heb, ik heb mijn vaste job. Ja, dat was zelfs nog voor corona, want dat was al beslist, dat dat over he, de titel van mijn show ging, uh, ging zijn, vast benoemd. Mm -hmm. En uh, ik, ik dacht, ja, he, want ik gebruik dat een beetje. Ja, maar ja, dat, is, hey, dat was letterlijk... Ik zat ineens, werk ik vast benoemd op mijn job, maar ik wist zelfs niet dat dat, dat, dat nog bestond. Ja. Dus ik heb dat echt... Allee, ineens zeiden ze, na twee jaar, he, want ik had blijkbaar een proefperiode, ja, ik had het allemaal niet goed gelezen, maar dan zei hij, ja, je zijn nu vast benoemd. En ineens werd mijn loon in het begin van de maand gestort. En, en konden ze mij ja, van zijn leven niet meer ontslagen. Als ik er geen goesting in had. Wat deed jij eigenlijk? Wat was de job? Programmator van een theater. Ah, ja. Van een cultuurcentrum. Ja, juist. juist. Dus, ja, ja. Uh... Eigenlijk whisky, hè, want ik heb al gestaan. Ik heb toch nog gespeeld, maar <laughs> uh... nee, maar. dat... Allee, dat... <laughs> <laughs> dat is ook al wel even geleden. Allee. Dat is wel waar. Dat is waar. Ik ken u eigenlijk wel veel beter. We hebben elkaar de... veel beter leren kennen als comedians dan, dan daarvoor. Maar dat ja, is wel ja. waar. Ja, dat ja just... en dat was gewoon. Allee, dat, dat was, ik vond dat raar om vast benoemd te zijn. En ik vond dat wel een, 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 een stoem systeem. En ik vind dat dat moet afgeschaft worden <laughs> binnen de minuut. Maar dat was wat een insteek. En door corona is er ook bijgekomen. Wat is het gevolg van. Want ik had zoiets van. Ja, je moet, dat niet, je moet niet kiezen voor zekerheid want soms, soms is dat een valse allee, zo de gouden kooi waar ze over spreken ja. van mensen die zo zeggen van ja het is te goed op mijn werk ik verdien te veel uh, ik heb te veel verlof dus ik kan dat niet opgeven ja dat is boter, je kunt dat wel mm -hmm. en, zo. en dan het gevolg van mijn keuze was wel dat ik tijdens corona ineens niks meer te doen had en gewoon <laughs> geen alleen zo ja totale vrijheid. Wat is het sterkste dat kan zo, gebeuren? Ja. Letterlijk dat hè? Ja. letterlijk dat. Zo denk je van ja, wat is het sterkste dat er kan gebeuren? Ja, ik denk ongeveer deze. <laughs> zo, tenzij dat ik nog ergens in een steeg was verkracht, was deze... Allee, het heeft jaren niet slechter kunnen zijn dan deze. Tenzij dat ik in een steeg verkracht was. <laughs> allee, of in een... Of, in of een, all all things. Allee, of in een hotel Alleen, overal. En er eigenlijk. Dat ik ervan af he, Hoe zeg je dat? Wat u... In welke sociale klasse dat je <laughs> je eigen bevindt hè? dan gebeurt dat in een hotel. <laughs> Het zijn ook deuren die moeilijker in te trappen zijn, heb ik vale. mij uh, laten vertellen door sommige mensen. Ezeltrappen, uh, ezel yeah. onthouden. Ja, donkey kick, dat zijn ja. eigenlijk dingen, hè, dat is een spinning back kick in karate, is ook een donkey kick eigenlijk. Hè. Dat is draaien oh, is en recht dat? achteruit trappen. Ah. Gelijk een paard, hè, dat, is eigenlijk een beetje, dat, dat ja. genereert enorm veel kracht. Hè dat wilde ook echt niet binnenkrijgen. Ze gaan naar yoga-beelden en ja, opzoeken. Ey, ey, ik moet wel de... zeggen, als je donkey kicks intikt in Google, dan krijg je wel uh, alles behalve karate. Misschien ja. is ja, ja, dus ja, dus ja, dus donkey inderdaad niet. Uh... Ja. Nee, neem maar datzelfde, maar die zitten gewoon. Allee, in die, yoga niet op handen en knieën. Gericht zou dat is dat wel uh, hetzelfde? Nee? Ja, ja. Basically. Ja, ik vind het toch straf dat ja, ik het toch straf dat ik ook altijd zo voor de deur zit. En hop. Ook in die Op een matteke zo, met zo van die spannende yoga Die Is nu, <laughs> Dirk? Ik denk dat als je vredevol criminelen het hun kot wilt krijgen, er drie grieten in yoga pants voor de deur zitten om dat te doen, dat dat eigenlijk sneller kan <laughs> weer... Direct die deur op open <laughs> alle wel, alle wel, ik, ik, Experiment met de politie. Ja, ja. Ja, ja. Oh, nice. Ja, nee, ik vind dat toch echt straf dat je donkey kick googelt, dat dat echt niks... <laughs> er... Mee, er is niks... Uh, zelfs een ezel Zo komt er maar een... één keer ja. in. <laughs> Dat is echt... ja, eigenlijk denk ik dat je gewoon backkick of zo moet zijn. Ah, ja. Als, je, dus dat, als je dat zet, dan en ga dat door, zet er is door achter. Misschien dat je dat wel. Donkey Kick ja, dat is door. dat is beeld. niet een donkey Kick. Niet ah, je ah, je ah, dan links ja. in de, dat de je instructie, die hangt wel het werk in de, in de refter. Die, links van boven, links van boven. <laughs> die hangt het werk in de refter. Letterlijk. Oh, ja. Dat is precies ook iets dat vorige week is gemaakt, Zo zie je het al. Ja. het onderstel. Maar aanlopen ja. en dan zo'n flying kick doen, dat is echt onzalig. Maar dat is wel ja. op het slot, hè? Ja, ja. <laughs> ja, ja, ja. ja, en frontkick, hè. Ja, ja. dat maar is een front kick, dat is geen donkey kick. Mag je dat nog nooit gedaan? kunnen we dat toch niet? Zonder dat je een spier scheurt. Goh, ja. Het belangrijke is wat dat, wat dat zegt, lean into kick. Maar het is eigenlijk ook je heup inzetten en met je heel raken. En volle bak, die, 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 de inzet van de heup is ook heel belangrijk. Dat zie je de, eigenlijk een hele goede is die film uh, 300 waarin dat je zegt, this is Sparta en je trapt je gast achteruit dat is een hele goede frontkick <laughs> schoolvoorbeeld want die, die, ja, want die leunt <laughs> ook en ja, als je dan uh, Persische ja. soldaten in vergeetputten trapt ja. of je doet de deur op, dat is ongeveer hetzelfde <laughs> De truc is je heup gebruiken en zwaar overacten. Ja, min of meer. Heel, heel hard roepen de, de voor geen reden en dan vooruit trappen. Maar dat is echt wel een goede frontkick. Ja, ja. Dus je ziet dat Iel is een heup in. Die heeft zijn knie hoog op. Die is een standbeen, tot <laughs> Die is ook zo wat opzij gedraaid. Die is een achterste voet. Dus je geeft eigenlijk een tekstboek uh, gevechtsport karate. Frontkick. Maar heb je had dat geleerd bij de politie? Ja. Want allee, dat kun je niet. Als je, no als je dat nog nooit niet gedaan hebt. Ja, dan, dan doen wij zeer. Hè? Dat oh. kunnen niet zomaar. Nu is er letterlijk een voortgezette opleiding in de, in de Vesta, uh, hoe dat een deur moet in ai. Mm -hmm. echt, echt een opleiding. Volgens mij is die les 1 wel hilarisch. Dat, dat is echt waar een baremische opleiding, echt waar. Ik, heb gevolg, ik heb ze nog niet Ik heb ze nog niet, niet gevolgd, maar het is effectief wel een opleiding uh, momenteel. Dus. Ja, die had ook zo'n les. is. geprobeerd. Dat je een keer, dat je pegget dan is de les gedaan, denk ik. Een van de grappigste Zie, maar is dat dan niet efficiënter om een opleiding te geven? Hoe dat je zo met zo'n een, een kapotte colaflis gewoon een slot kunt open doen? Ja, ja. <laughs> dat je dat een slotenmaker. En stiller kunt doen. Want ik minuut... heb, ja, heb ik... Ja, ik... Ja, dat ooit eens getikt? Dat ik we, dat we ons eigen naar buiten gesloten. En dan kwam er een gast, een professionele slotenmaker, en in had gewoon een stuk plastic bij. En ja. dan Vijf dan stak, seconden hè? Stak ja. daar tussen de deur. Ja, die ja. De, hop, en dat was open. Ja, dat is tweehonderd de euro. Dan mag die deur... Als... Ja. <laughs> nee, nee, dus, ja, joh, het enige is gewoon niet... Je, die deur mag niet in, in slot zitten. zitten. Nee, dat is ja. alles. Want als ja. dat zo is, dan krijg je het nooit meer open is, met zo'n kaart. Dan is het gedaan, hè. Dan, uh... dan is ja, als je, je, als je ja. de voordeur dicht trekt je dat altijd op stand. Veel mensen doen dat niet, hè? Nee, ik, dat is waar. Rieken wij wel. Oh, ja, als ja, nacht is ah, wel. Ja. wel. Ik woon in Borgerhout, dus dan doe je dat ook wel ja. op slot. Ja. Is... <laughs> Toen een rolbrug zo. Ja. Dus de dat is wel, ja, er is een ballenkracht. Er is echt al granaten voor ons deur ontpost. Serieus? Dus, uh, ja, dan helpt het wel ja. dat ze in het slot zitten. Ja. Aan de deur. Ja. En ik vind dat heel vervelend, want ik wil zo niet het cliché van Borgerhout dat zo'n helhol vol drugsdealers en granaten, maar dat is net toevallig voor ons deur gebeurd. En dan ja. hebben wel de week wel zo, we gaan de begonnen uit. Zie je dat eigenlijk? Dus, is dat aan plekken op de, op de Macadam? Of wat? Uh, sterk is in ons raad, hè. Ah ja, gewoon, ja, uh, gewoon sterk in de raad. En dan, ja, dan moeten we nog de flikken voor dat aan te geven. Politie, excuseer. <laughs> <laughs> en... Oepassen, hè. <laughs> <laughs> Na die vuile jute. Ja. <laughs> oh, oh, sorry. Uh, <laughs> ik, zo, ja, ik kom, ik kom Woud, hier in verband Woud. met de granatenopploffing van vorige week. En dan zeg die, ah ja, geen probleem. En dan, uh, dan zeggen die, zeg ja, dat is code zoveel, ontploffing van oorlogstuig. En dan is er iets van, hoe is hier een code voor wel even in Antwerpen zo, alleen ontploffing van oorlogstuig, dat is geen, dat is echt een code in in, in zo, ja de databank van voor, de, voor die PV. Dankjewel, Borgerhout. Mm. Een goede een goeie vriendin van ons, eigenlijk ook twee keer gaat hij voor de deur. Dus dat is echt dat is echt zot. Dat is echt letterlijk denk ik vorige week in Australië nog iets gebeurd. Ja. Dus, ja, uh, want als die er blijven blijven wonen, of zo. Ja, ja. ja, dat dat het is echt. Ja. En het zotte was, vond ik, ik als ik even over nadacht, vond ik niet dat dat gebeurd was, maar de achterlijke reactie dat ik daarop had. Dus het is vier uur s'nachts, er is juist een granaat... Om, ik, ik word wakker, echt, en mijn eerste gedacht was, dat was geen vuurwerk. Zo, dat was echt ja. een te luide knal voor iets anders te dan een granaat, want ik weet ook een beetje waar ik woon. En ja. mijn allereerste reflex was, kon ik eens gewoon zien. <laughs> maar er is juist een granaal. hoe loemp zitten als je dan zegt van, oh ja gewoon even naar buiten en ik stond er zo het was precies ineens burendrink. iedereen ja. stond er zo in zijn pyjama en in zijn een gewoon op straat zo wisten gewoon kijken ja. wat dat? Allee, als je erover nadenkt echt de omgekeerde reactie is die je moet hebben hè. Ja, dat denk ik wel, dat je dat veel te maken neemt met het feit dat je niet in een land woont waar je dat gewoon Je bent, moet he. eigenlijk moet je in je bedkuipt ja. gewoon liggen in de deuren op slot. Doen, he. Ik heb ik hem zo jaren, jaren geleden, dat is echt heel lang geleden, en dat was op de Keizerlijn, zo'n gewapende overval, overval geweest op zo'n juwelier Ginotti ja. in de Appelmanstraat. En ik kwam met de Jan van Meerbergen en was stapte, denk ik, toen dat dat nog de mediamarkt had. Mm -hmm. En was stapte ja. erin en gevoelde om dat groot licht, hè, dus eigenlijk om de Goma is dat, hè. voor de mensen die Antwerpen kennen. Dus dat was. En in die straat was dat dan nog 30 meter, dus heel heel dicht om de noek. En je hoorde een schot, je, de kazerlijn is vol, hè, dat is een, een middag. En ik zag een gast, een, 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 een securitas-kerel, maar dat zijn wel die juweliers doen, de ginotti, dat, dat is niet... Stevige jongens. Dat is niet een festina-horloge of zo, dat is wel echt... En ja, je hoorde een schot, en ik zag die staan, en die was... Allee, die schoot ook. Dus je zit echt allee, in, uh, in een actiescène. Mag je gewoon niet lopen, ze? Nee! Dat is ook echt ja. ja. zo. Terwijl, alle, collateral damage, weet ik veel wat, die het draait. Allee, die, zijn, die waren echt voor hun. Er zijn er ook, denk ik, ene, sowieso ges, uh, uh, is daar uh, gesneuveld dan. Uh -huh. Allee, de veiligheidsmensen waren veilig, maar inderdaad, je, je, je zit ondergrond genageld en gekekt gewoon. Ik vond dat absurd, Maar ik heb het op het Zuid, ja. waar ik vroeger woonde, ook eens meegemaakt. Dat ik zo gewoon een film zat te zien en ineens zie ik zo aan, aan de overkant van de straat zie ik gewoon. Politieagenten met getrokken wapen, echt zo van portaal tot portaal, zo uh, richting het einde van de straat lopen. En ik ben ook gewoon naar buiten gegaan om te gaan zien. En heel de buurt stond buiten. En op het einde van de straat stond er een combi met vier uh, zo agenten achter. Ook echt met getrokken wapens en gehoorde schoten. En die waren teken toe van, god achteruit, god achteruit. En, en heel dat de buurt had zoiets van, ja, we gaan eens gewoon kijken. <laughs> en iedereen begon dan daar te werken, En die had zoiets van, ga naar binnen, bielen. Dat bleek dan zo'n zotte zin met een vals wapen die, eigenlijk, die wilde neergeschoten worden. Oh. Dus die, die is bezien... dat is dat gelukt hebben ze die neergeknapt? Ze hebben hem neergeschoten, maar niet dood. Dus het was in okay. zijn been of zo. Allee. No, maar ja. dat, allee, gewoon de de nietotere die, die zeg je, dat, ik, ik, en dat dat is twee keer gebeurd en twee keer heb ik geschud. Oh, ik wil dat nou wel gezien hebben. Ja, want hoe ver Vindt ze de mensen? de de omstander bedoel ik. De, je, ja. de overveilend is de omstander. Heel, heel Wat je, bent eigenlijk zijn wij geen haar beter, hè? zelfs ik zijn ze met in privé niet altijd beter. Maar ja, <totstuk> en, en, en aan het werk, zei ik kan, niet, ja, ik kan dat heel, uh, heel irritant. Ze meestal, ik kon vragen wat de hand. Hij wel: ik ja, voelde geen dat het niet een moment is. <totstuk> um, <totstuk> wat is er aan de hand? <totstuk> ja, <totstuk> zeg, wat is er aan het gebeuren? Uh, even een seconde. Uh. Ja, en ook zo met mijn accidenten en mensen dat ze echt vanuit het motten liggen filmen. Ja, dat je denkt van, van: doe dat toch niet? Maar ja, dat is menselijke natuur zeker om. Maar nieuwsgierig te zijn. En, hoe is dat, en dat, vind ik ook, dat is ook misschien wel boeiend dat je het over bent. En, uh, hoe is de lokale pers.? Want die zijn er ook altijd is hoe, hoe komt dat die. Wat is, dat, is dat politieradio's aflusteren of is dat, echt iets van, is dat niet meer van een tijd? Hoe komt dat had er iets gebeurt dat er een minuut later iemand van de gazet staat? Iemand dat dat lekt. Maar dat moet dan niemand van alles zijn? Bij ons is het ooit gebeurd. En, maar ja, dat is, dat is enkel bij ons. Eigenlijk, dat, misschien dat het, op, dat het iemand van een brandweer was zo een, een schandaaltje geweest van iemand dat ja, connectie had met een journalist van een brandweer. Dus elk accident waar dat een brandweer ook bij komt, um, dat viel op. Elke interventie waar dat een brandweer ook mee te maken had, stond de pers daar binnen uh, binnen het kwartier. Dus maar ja, het is altijd op die manier. En zullen bij ons ook echt wel collega's zijn dat dat alles gedaan hebben of, of doen. Um... Maar wat haalde daaruit? Ja, dat je de scoop hebt natuurlijk. Nee nee, wat al de als, als ah, ja. agent het om dat te ah, ja, om dat is niet voor financieel moment. Ja, nee, financiële, ik denk meer, dingen als een Zo Nee, dat denk ik niet, meer dik als een vriendendienst. Dan dag, een allemaal, een munt gratis. Ja, zo. Ja. Ja. <laughs> maar op zich valt dat, valt dat, goed mee, of ja, gewoon omstaan, een journalist kennen die een bericht sturen en dan. Maar die zijn er dikwijls, echt rap. Is ja, echt... Het is dat, het is, oh, ja. de snelheid is echt uh, waanzin, uh, ja, ja, Dat is echt opvallend. Uh... Dat, is like, uh, dat is ook zo lekker: uh, uh, begrafenisondernemers die er ook heel rap een kortje ja. in de bus komen liggen. Ja. Uh, de familie is nog niet verwittigd. Maar, uh... Is dat echt? Ja, ja, dat schijnt dat ook, niet? ja, dat schijnt toch wel berucht te zijn. Van, uh, ik bedoel, gewoon gewone ge, gevallen van iemand dat sterft en ineens steekt ik, er ik al een brief in. Zal niet zeggen, ik zal niet zeggen in de stedelijke gebieden waar dat misschien anders is, omdat sowieso stedelijke gebieden zijn anoniemer. Maar zo ja, ja. Landelijker of zo schijnt dat wel. Dat, ja, dat die echt in connecties hebben van. Uh, Oeh, maar je zit uh, er nog ja. dagen bezig. Ja, ja. in ogen, dat ze die al aan het meten zijn ja. op straat. Zo, net en zo'n lintmeter, zo. lintmeter. Uh, zeg je gisteren met een bekker? Gewoon maar eens een kortje steken, vindt. Ja. Uh, gewoon niet meer lang duren. Ook een razapart, raza apart, is. Onder ja, ja, dat is juist. Echt, echt een razapart. Vertel. We hebben mm. er in ik kan natuurlijk geen namen noemen. Maar uh, we hadden een uh, natuurlijk overlijden vastgesteld van een heel uh, obeze man. Die lag in zijn bed. Die was gewoon uh, gestorven, een hartval, zo weet ik het. En, um, Hey, de familie komt eraan, die mensen komen eraan, een, begrafenisondernemer uiteindelijk ook en die komt binnen. En het eerste dat hij zegt is van... Uh, Amai, die hebben ook altijd schoons en korstjes opgegeten. <laughs> <laughs> dat de familie bij staat. <laughs> dus, uh, en schiet hij dan in de lach? Uh, nee, ja, nee, op dit moment kan ik redelijk goed mijn lach inhouden eigenlijk. Uh, gevoelt, je echt weet, echt... Het is echt, echt, echt heel ongepast om te lachen. Dan loopt hij dan... Mij lukt dat dan. Ze zijn dan soms niet ook gewoon zo verbouwereerd hè, dat iemand dat zegt, ja, dat je ja. eigenlijk nog niet die reflex duurt hebt van die met je dat Ja, ja. Ook dat je dat binnen. Maar dat je eigenlijk ja. zo eerder denkt van holy fuck, ga gaat dat nou juist gedaan? Ja, ja. Want dat is wel, dat is wel redelijk... Uh... Ja, die kunnen wel brutsen, zei, die mannen. Dat is, uh, dat is ook voor hun gewoon een business uiteindelijk. Ja, die zijn toch volledig zo ontdaan van alle emotie. Die ja. die moeten dan al... Ja, pas op, niet allemaal. Je hebt echt wel goed Die idee. moeten dan al elke en zaterdag en zondag zo in een kerk gaan staan, doen alsof dat ze het ook keihard vinden. Ik zou dat wel eens willen, ik zou wel een nut nodig hebben, want dat kan toch niet dat daar niet een schatkamer voor is van, van, die van kisten die amai. van de schouwers zijn geschoven in de dat kerk. Echt, dat ja? kan toch niet dat dat altijd goed is? Geworden. Nee, nee, dat kan niet dat dat, dat, eh, dat eh, goed loopt. Hè? Wat daar achter de schermen dat gebeurt... Dat je de, wat de verkeerde in... bij hebt ofzo, <laughs> dat moet toch ook al gebeurd zijn? <laughs> en hey, maakt soms iets akker. Dat je zo afkomt en dat die zo. Maar we hadden helemaal geen witte ivoren kist besteld. Weet je. Er, zo... er is trouwens een geweldig filmpje. De, zo in, in, ik denk in, in Afrika is dat wel een gewoonte. Dat er zo van die gasten. zo echt van die eh, toffe dansjes doen met de kist. Dan zijn die zo met vier. En die, die bewegen zo echt heel ritmisch en tof. En dat is fantastisch. Totdat er een verkeerd stapt. <laughs> dat gaat dat dicht. Allee, bij ons is dat altijd zo gewoon door de kerk naar voren en terug naar rechter. En dat is oppakje. Met zes op de schouder en zo linkse voet eerst. Hup, schuifel, schuifel, Maar daar is het echt mee aan dansken hè. Je hebt dat in New Orleans ook, hè. Zo die begrafenissen daar. Als dat misloopt, jongen, dat is niet grappig. Dat je ook zo uit die kist rolt en dat ze er zo terug moeten gaan insteken. Dat is echt hilarisch, maar ook wel... Je gaat dat direct vinden dat je. Dat je googelt... Coffin Dance fail of zo. Dan gaat het, dan gaat het Coffin Dance hoog. fail. Dat is, dat, dat is mijn. Gok. Als we worden opgezocht, ah, ja, ja, dan, dan gaat er toch veel. Hey. Oh, best fails compilation, dames en heren. Het is al meer dan eens hier een keer gebeurd ook. Dat is wel iets. Dat is vind Dat is wel heel ja, tof. <laughs> uh. Ja. Ja, gewoon. Dan denk ik ook van. Oké, okay, ik snap dat, je er, dat dat niet zo triestig moet zijn. Maar om dan met die kies te beginnen dansen, dat vind ik nou wel een zot risico. Ja, maar, maar dat maar is... We, ja. Uh, nou, in New Orleans is dat, dat veel. Hè? Zo, dat ze zo eerst heel traag er komen aangewendeld. Oeh, dat, dat, dat is nog een ander niveau. Sorry, maar daar krijg ik al stress van. Ja, en ja. Dat is echt. <laughs> ja, langs dat ik het altijd wel cool vind om dat soort filmpjes. Uh, um, is dat, wij, dat dat altijd aantoont hoe krampachtig dat wij met de dood omgaan. Ja, ja. Dat is altijd. Want eigenlijk zijn die mensen cooler in Afrika. Mm. Want dat is, mm -hmm. de dood is onvermijdelijk. Het sukt. Maar mm -hmm. bedoel, ergens wilde ook wel zo gaan of zo, niet? Ja, Ja, ik zou, wel, ik zou dat tof vinden. moesten zo begrafenis een beetje feestelijker worden. Mm. Ik zie niet dat ik er zou willen nutrollen en zo halverwege <laughs> de liggen zo... liggen. Goh, aan de andere kant, als ze al is goed mee, gelachen in die avond, dan denk ik dat het misschien ook nog wel tof is of zo. Ik maak het toch niet meer mee. En als je dan toch nog eens een keer een filmpje wordt waar miljoenen mensen mee lachen, dan zou het misschien nog wel tof zijn ofzo. Maar je moet denken dat Marsheet als dat een 84-jarige van Awerdom is gestorven, maar een 6-jarige onder de bus, en dan gaat dat niet, niet grappig zijn hè. Nee nee nee, nee toe, <laughs> hey, oh, hey, oh. <laughs> Ik heb ook het gevoel dat deze iets helemaal anders is dan... dan hetgeen dat je aan het zoeken het is niet aan het gebeuren. Er is dus, dus een gast met een kop tussen een krokodil gegomd. Dus. Ja, waarom maar waarom van, moet dat, dat ook gebeuren? Daar heb ik van de week ja. mee gelachen. Of vorige week heb ik dat gedeeld op mijn Instagram. Zo iemand die... na uh, was zo'n zo soort uh, TikTok. Zo'n gast met zo'n zo middle level alligator onthansen was. Ah ja, ja, just, maar, maar, maar. maar dat zijn van die dingen... Dat kan ik maar toch... Blijf ik me over fascineren. Je weet, het is de tijd van alles doen voor de likes, maar... Er zijn echt mensen die... Die, die was ook nog eens een rapvideo ont, uh, ja. ontzinken, terwijl hij met die alligator ontworstelen was. Ja. Ja, dat is ook zoiets En ik denk, dat is keigrappig totdat het misgaat. Ja. <laughs> en, en dan wordt dat een ander soort viraalfilm. Maar het is wel keigrappig totdat... <laughs> Keiplezend. Uh, ja, omdat dat ook leek alsof hij zo... Ja, je hebt echt wel een... Dat is wel een groot beest of zo. Dat is echt niet zo'n kleine nozel van ik doe niet met mijn en dat is ook grappig. Nee, nee, dat was echt een fucking alligator zo. Ja, als dat daarmee... Man does dirty dancing moves with a gator. Sorry, maar dat moeten we toch ook even gezien <laughs> hebben. Hè. De lift van dirty dancing. Wie heeft hem trouwens al ooit eens geprobeerd tijdens een feestje? Zo, uh, op de, een moment dat de, je denkt... De Enkel ben, in het zwembad. Ben je uh, in Je dat wel in het zwembad al gedaan? Ja, met mijn vriendin was geprobeerd, maar niet op de dansvloer. En ja, is het gelukt? Ja. ja. right. Dat was wel indrukwekkend, want... Uh, de dansvloer is toch meestal zo'n hele slechte hef en dan een L4, L5, waar je nog een paar weken last van hebt uh, eigenlijk. Als je echt direct een hernia wilt, dan is dat wel. Ja, ik dus... blijf altijd wel zo, mensen die zo. Dat is bangelijk, je he, hebt veel views en alles, maar. Er is ook een moment dat er nog geen camera staat. Hoe begin je al? <laughs> dat er niemand in het proces zegt: van wacht, is deze wel een goed idee? Zo, ja, dan. Oh, dat je je concept uitlegt tegen iemand, dat de camera moet vasthouden en dat die mens moet zeggen oh, joh, deze is echt een fantastisch ja, idee. Ik vind dat schoon, hè? De, de band tussen mens en dier. Hè? Dat is op zich heel poëtisch, maar... Ja... <laughs> maar de, ergens... Deze is ook, deze ook ja. niet nodig. <laughs> <laughs> maar dat is ook wat het internet tof maakt, vind ik. Al die onzin. Ja. Ja maar... ja, maar ik heb het gevoel dat mensen soms de druk voelen om zottere en zottere dingen te doen, omdat het nu eenmaal allemaal kan gefilmd worden en gedeeld. En dat je zo... Wat ik niet snap, zijn ja, zo van die ideeën waar ik van denk: waar in uw kop was deze al een goed idee voor mee te beginnen? Een gast die dat zijn eigen vast heeft gehaakt aan een auto met een BMX, die wordt vooruitgetrokken <laughs> door die auto, die pakt een schans en die landt op een dak en valt er dan af. Dat ik ook denk: als hij over dat dak gegaan wordt. Dan heb je nog wel de andere kant, hè, beeld. Ja. Er, was, er was nooit een manier <laughs> dat hij goed ging aflopen dat je met een BMX nee. over een dak wordt gecatapulteerd. Ah wel, en, en, en op geen enkel moment in dat verhaal, terwijl je komt zeggen van... Oké, okay, dus man, ik heb een idee. Ja. Dus we hebben een notel nodig, een BMX, een stevige koor en een camera. En dan een dak en een ramp. En er is niemand die zegt... Oh, ik zou dat niet doen, ja. Ik zou dat gewoon... zou dus ook zo geen dikke mat onder de andere ja. kant leggen, zo. Een paar van die simpele ja. ideeën, zo. Gaan we niet naar de film? Mik <laughs> je <Mij, mij, mij, laughs> dat zwembad? of ga er juist niet geraken? Allee, was, er zijn zoveel dingen dat ik om dat filmpje zeg dat ik denk... Er was zelfs geen manier dat het goed ging aflopen, en dat lukt... Lot staan dat je dan faalt door op je dak te vliegen en dan achterwaarts eraf te vallen omdat je het niet haalt. Ja, die filmpjes, dat is zo het verhaal van studentendopen, zo van mensen totaal absurde shit laten doen mm. en, die, en die gewoon zo tussen twee matressen van een verdiep gooien. <laughs> ja. Dan loopt dat wel iets mis in, jongens. Zie je dat? De job ook? Zo, <laughs> yes. zo het final destination gegeven. Als je uh, overlijdens moet gewoon vaststellen en zo. Zijn er echt mensen die. Dat is echt dead by bad luck. Echt zo'n brute pech, ja. Ja, ja, ja soms zitten dat wel. Echt mensen, ja, onnozele dingen. Een van een vallen. Dat is een, dat is een klassieker. Een van een ja. vallen en sterven. Maar ooit ook eens uh, een gast gehad die was met een uh, Jeep aan het rijden. En te uh, slingeren door een te zware remorque en gekanteld. En had zijn gordel niet aan. Dus dan is met zijn kop met een gegaan en tussen een asfalt en een jeep plek. Hey, mm. de grafische beschrijving, wat heet Hoe ziet dat er eigenlijk uit? Spijs? Ja, dat is iets spijs. Terwijl yeah. die verkeersdeskundige zei toen hij, als hij zo'n gorlat aangaat, was hij daar gewoon het geklommen en had hij waarschijnlijk niks gehad. Dat is gewoon echt ja, brute... Dat is, ja, brute, pech. Ja, en ze hebben daar al regelmatig. Ja, ja, ja oké, okay. je moet aan doen. Hè. Dat is een beetje, maar... Dat is de gabelis. Ja, ja. Maar je hebt ook zo die reeks Six Feander. En die begon altijd met zo van die wel waar gebeurde doodsoorzaken. Die is ja, ja. waarschijnlijk zijn gaan opzoeken voor die reeks te maken. Maar zo de meest unlikely ones aller tijden. Ik ja, heb ja. ook zo'n ene waar ik mijn lach niet kon inhouden, omdat dat zo, dat je denkt dat je zo aan je eind moet komen. Je moet je voorstellen dat wij allemaal een leven hebben waar wij heel de tijd bezig zijn met zingeving om dat leven, en deze is hoe dat eindigt. Dus je hebt een gast, die staat op zo'n oprit. een auto staat voor zijn garagepoort. Die stapt in. Die doet zijn auto hè, in achteruit. Die bolt gewoon achteruit. Dus hij heeft zijn motor nog niet opgezet. En je ziet dat de krant er ligt. En je denkt, Oh, kom die even pakken. Dus die doet zijn, zijn portier open. <laughs> en die leunt opzij voor die krant op te rapen. Die verliest zijn evenwicht. Valt uit zijn auto. Die auto buigt af en rijdt met zijn wiel traag over die kop, <Kristus> en hetgeen dat je hoort is deze, -o -o -o. <hl at> en dat was het voor haar, dat was het, hè? er werd gebeld, hè? van, ja, luister, dat... onze Jo is niet meer, <wave> um, en deze was het, hè. dat was de, 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 zeg je dat, de, het zeker niet uitroepteken op het einde ja. van uw leven. Dat je echt denkt, Jesus Christ, man. Dat is, is inderdaad zo het omgekeerde van going out with a bang. Ja, zo, ja. Uh, dat, dus... is echt, dat, dat is hetzelfde gelijk. was er Uiters. ook zo een bij, vond ik ook fantastisch. Dat is zo van die onwaarschijnlijke toevalligheden. Dat je ook zegt, mocht ik nu die beslissing niet gepakt hebben, dan was er niks gebeurd. Ja, ja. Dus een, een, een vrouw die gebeld wordt en die, die zegt, ik heb slecht een ontvangst, ik ga even in de nof staan, want die koor je niet goed. En die stapt in een nof en die wordt geraakt. Oppere kop door een vallende blok ijs dat van een vliegtuig afgevallen was. Ja, ja. Dus je denkt dat zijn zo van die one in, the, hè, in ten miljoen mm. vormen van, van pech dat je moet hebben om juist op dat moment daar te staan. Zo. Ik weet, bij ons in de zone is er ooit een, een, een wielertourist voor mijn tijd. Ik heb dat niet zelf vastgesteld en je um, stikt de baan over, of dan is al op de baan aan het rijden en men stikt er een, een hert over. En dat hert springt en dat trapt in zijn sprong achteruit tegen die mensen kop, doet. Ja. Dat is echt een ja, ja. heel brute wat, wat zijn in de kans dat ik hier al een hert tegenkomt? Ja, ja. ja. en dan moet dan zo goed staan toch? <laughs> donkey ja. Kick. Ja, dat is, dat is echt extreem, extreem lullig. Per, perfect he? het gevoel in Donkey ja. Het is misschien inhuurder ja. voor de veurdeuren, ja. dat hert. Ja. <laughs> zo, zo. in de kom, ja, kom. Pak ja. een Bambi maar al. Uh, uh, <laughs> Kim de Hert, haal ze er maar even bij. De deur zal wel open gaan. <laughs> Oh man. Five <laughs> most ridiculous ways people have died in history? Really? Ja, we hebben, we, that, well, ja right. we hebben dat ooit al opgezocht, want dat was... Uh, hey, en ik heb dat niet met een vrije tijd gedaan. <laughs> we hebben dat ooit eens in een andere podcast opgezocht. Uh, yeah. Ik zeg het om de geschiedenis. En dat is inderdaad... Dat is zo by beard en zo. Uh, de, killed by his own beard? Uh, really? Ja, ja, ja. Uh, Hans Steininger. Ik denk zelfs dat een een baard ergens in een museum ligt. Really? Ja. Is hem dan niet? Die foto? Ja, gewoon die had een heel lang een baard en die is over zijn baard gestrunkeld. Ja, ja, en dan hebben ze die echt gewoon. Oh, fuck, fuck, dan fuck dan fuck. hebben ze zo een vieze, drittlok in een museum gelegd en je kunt dat gewoon bezoeken. Ja. Die is gestrunkeld en ja, dan, eigenlijk is dat gewoon door zijn trap. hè Het zal ja. hem leren. Ja, deze is ook gewoon killed by his own politeness. Oké. Okay. En wat heeft hij dan gedaan? Uh, uh, extremely polite. Heeft ah ja, ja, ja die heeft ineens zijn pipi ingehouden. En die plof, ontploft. Uh, ja. Toen was er. zo'n zo wolk van, van pipi. Zo. Ja, nou, dat is zijn eigenheid doodgelachen. Ja. Dat is ook, uh, dat is ook altijd goed. Hè? Ja, maar deze, die, ik heb niet even die even site als gezien, is een beetje zo. whatever. Ja, ja. Dit is. Uh, dus eigenlijk is denk ik, zoals vaak, uh, de realiteit grappiger. Alleen wat jij nee. echt meemokt elke week. alleen grappiger is misschien. Uh, die ik denk uh, ook al gaat, zo gelijk dan een bil van Kill Bill is ook zo gesneuveld. Hij is de, Onze, onze ja. een Vogel. Caradine, ja? ja, Onze Vogel. Ja? Ja, en die was een, en had zijn eigen toch zo... Om nee, te... Ja, ja, aan top. Uh, ja, op. Ook het aangaat. Auto-erotic asphyxiation. Ah, dat is, het, ja, ja. Michael Hutchins, is dat ook? Of is dat Loescher? Die had een, een kleed aan, dat weet ik niet. En die had ook zoiets, huurig uh, seksgewijs gedaan. Dat uh, is misgelopen, ja. Het gaat niet op... Doodsprintje hebben gestaan, denk ik. Hoe dat ze met me gevonden? Plots van ons weggetrokken. Toen hij kwam, ging hij ook. Ja, ja. Man, man, man. En hoe? Want je hebt het een keer ook verteld, denk ik, maar ik weet het niet meer zeker. Is dat nog altijd wel het kackigste gedeelte van politie? Zijn zelfs na al die jaren het melden aan de over? Slecht nieuwsmelden, ja. Ja, tuurlijk. Als, uh, oh ja, dan heb ik het niet breed. dan moeten we doen als met knikken en knieken en trillend stemmen. Ja. ja, maar dat kunnen niet weigeren, zeker? Ja, nee. Ik ga het niet vertellen. erover zwijgen. Als we na gewoon stil zijn voor drie jaar, dan komen ze er wel achter. Zo, zo achteruit stappen. Ja, ja gewoon traag achteruit wegwendelen <laughs> En we zijn hier niet geweest. Nee, maar dat, dat is... We bij GSMF. Dat is kak. Ofwel zo de Peter, uh, hoe heet dat, Peter Griffin manier van zo met een barbershop-quartet binnen te komen. <laughs> you've got AIDS. Da, 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 da. <laughs> so, you've got the hate's Dat zou natuurlijk ook nog goed zijn. Ja, als ik nou op die manier eigenlijk uh, zou moeten... Allee, dat ik dan slecht nieuws, dan kon ik toch heel even lachen, denk ik. Ja, deze is fantastisch en ook zo not, not HIV but full blown AIDS <laughs> vooral die je ook... full blown AIDS ja ja dat is echt onwaarschijnlijk dat stuk Yo, en, dan, er, is... en vooral nog eens vooral <laughs> nog eens uh, I really mean ja 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 <laughs> I be sure you see it's not HIV, but full blown AIDS. Dat <laughs> <laughs> is echt zo. I'm sorry, I wish it was something less serious, yeah. but it's AIDS. Je kan geen AIDS. <laughs> Blijft wel, uh, wel een zotte ziekte, hè? Oh, Daar blijf ik wel altijd uh, niet een conspiracy ding gaan, maar uh, fucking Magic Johnson. Ja. Sorry, ik ben niet mee. Ja, dus AIDS, dat was zeker. Uh, ja, dat is opgekomen in de jaren tachtig. Maar dat was wel. Allee, dat, dat, dat was geen weg terug. He. Het had ja. he, niet alleen Freddie Mercury, maar veel mensen. En dan hadden ze, denk ik, uh, 1991 of 1992 zal dat geweest zijn, met Magic Johnson. Maar die was echt uh, on top of his game. He. Dat was uh, de beroemde Lakers Bulls, dat iedereen mm -hmm. kent. The coming out of ja. Jordan, dat is echt die. Dan heb nog zo de Dream Team in 1992. En toen had je dat. Ja. En dan wisten ze eigenlijk van: ja die gaan, allee, iedereen stierf. In één of drie jaar. Iedereen stierf. En dat is eigenlijk de eerste. <laughs> Mensen gebleken die die leeft nog. Ja. ja. Is, hij, is hij blijven basketten eigenlijk? Zo? Nee. Uh, die heeft wel nog de Dream Team, geloof ik, meegedaan. Omdat de rest van die ploeg zoiets wow. ja. had. Je natuurlijk ook wel gebeld. Waarschijnlijk. Dat je dat eigenlijk niet kunt krijgen. Tenzij dat je. Zolang je tegen een bloedmouw zit. Ja, maar zelfs ja, maar dat. Dit is heel klein. Het is, ja. het is echt wel. Allee, je... Moet al, je moet er al mee. Uh, ja, ja, ja. 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 Zolang de... Je moest dan allerlei andere dingen gebeuren. Uh, Voordat ja, dat zo vaar was. Het moet heel intens weer uh, in de ja. paint. Uh, 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 yeah, 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 in de paint. <laughs> <laughs> uh, Zwat, AIDS. Hey, ik denk dat dat niet meer. Uh... Nou, dat is Illuminati Lotion. Is ah ja, dat je uh... die, net die, die medicijnen die je ja. niet hadden, omdat je gewoon wat meer geld had. Waarschijnlijk, kan maar dan dat dan was al, wel. Uh... Maar ja, de, Freddie Mercury had wellicht ook genoeg ik geld. Dus, dat, dus mm -hmm. dat was echt een. Ja, die had waarschijnlijk een horenschans gehad zie wat ik deed daar, want dat was echt wel de oorzaak. <laughs> Charlie Sheen. Ga <laughs> ja, je eigenlijk hoerenchance, maar ook niet chance mee hoeren. Denk er zo'n beetje vanaf hoe dat je het bekijkt eigenlijk. Want Charlie uh, Sheen heet het ook hè? Yeah. Ja. Charlie yeah. Sheen, ja, dat heet ook heet ze. Heet dat, je niet zo... dat ze niet zo weet van hoe hoe ze een penis met cocaïne op een Sheen is. Uh, dat is zo, zo van die. Ah oh, ja, je hebt gelijk. er ook aan. Maar dat is nog niet zo lang geleden dat ze daar hebben. Dat, dat dat bekend geworden is, denk ik. Dat is nog maar een paar jaar geleden. Dat is dat gezegd hebben. Ik vond dat wel goed aan de roast van uh, Charlie Sheen. Die zo zei In my life I've known a lot of pimps, drug dealers and prostitutes. And I'm glad you're all here Of <laughs> 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 ook wel de hele scholen eigenlijk, uh. Maar ja. als, je, als je tegenwoordig eet zet, dan kun je toch semi-normaal mee leven? Ja, dat zeg je toch? Er is nog steeds geen cure. Maar ja. er zijn heel effectieve drug-treatments die de meeste ja. mensen met het virus to live om een lang en gezond leven te hebben. Er, zijn, ja. er, zijn, Tjie, er is dat medicatie dat... die ervoor zorgt dat als je, als je het trekt, dat je zelfs, dat je zelfs veilig... Seks kunt hebben, met iemand die het niet heeft. Met hè? iemand die het ja. niet heeft en dat niet doorgeeft. Dus ja, dat is ja, echt, dat is het wel extreem hard. Ja, ik denk nog altijd wel, als je het onderdruks. hebt, dat het, is zo van, um, dat het wel een serieuze last is. Want het ding is ook zo'n ziekte, uh, uh, suikerziekte. Mm -hmm. Dat is ook zo'n ziekte waar mensen zeggen: Ja, dat is niet. Alle, we hebben er vaak, als je dat niet hebt, dan zeg je zo: Ja, dat is niet cool, maar alle, ja, we kunnen ze het ontdoen. Maar ik heb wel mensen gehad die, die het echt gehad hebben met suikerziekte. En dat is wel zo. Dat is echt niet goed wat je dat hebt. Kun je daarvan genezen? Ja, sommigen wel, denk ik. Obesitas, maar als je het echt hebt, die, die, bijvoorbeeld, dat begint ook, je zicht gaat achteruit. Oh. Mm -hmm. Dat is wel een heel traag aftakelingsproces. Dus dat is, maar dat wordt ook bij ons in de volksmond... Oh, al ja, het is moersuiker, Het is ook iets waar je niet alleen uh, insuline of zo moet verpakken voor bepaalde vormen, maar het is ook vooral, je moet er ook helemaal naar gaan leven. Ja, ja. Hè? ja maar uw dat, zicht gaat achteruit. Ja. Je dacht, had, uw zicht gaat ja. achteruit. Ik heb mm -hmm. zo iemand gekend en die kon niet meer met een auto rijden. Ja. dan is het niet meer zo uh, no. dat is echt een handicap hè? maar het ja, ja, das... is misschien goed dat zo aids ook op een punt is gekomen dat dat een beetje hetzelfde hetzelfde wordt gezien van allee, het is Morda. dat. ja het allee, is dat, geen... is altijd, dat is nog Give altijd ik heb wel last naam. van mijn neid. ja maar dat da, da, da klinkt bijna... ik allee, dat is je nog wel last nee, van mijn neus nee, 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 <laughs> het zal er volgens mij wordt morgen regenen ik wil dat zo, <laughs> zo totaal niet banaliseren, <laughs> maar, maar het is zo <laughs> het is zo eigen putje <laughs> Zo van die ziektes die niet hun Latijnse naam krijgen, maar eigen ja. putje. <laughs> <Deze>. <laughs> jicht, Wat is dat? Jicht, denk jicht. ik. Ah, Jecht! Ja, ja, ja. ja, ja. ja. ja, ik heb zal... dat aan mijn knieën, hè. Ik, kan ja? zeggen, ik kan zeggen dat het gaat regenen. Ja? ja? ja. Je hebt dan als... een bout insteken. Nee, ik heb gewoon mijn kraakbeen is naar de zak en ik voel dat echt dat gaat regenen. En ik kon de trap even en dan voel ik al van. Oei. Ai, 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 en dat ai. klopt op de. Ai, dat, ja, dan is er meer vochtigheid in de lucht. En dan. Uh... Ja, dan krijg ik last van mijn knie. Hoe heb je dat gedaan? Sporten nog? Of... Het zijn eigenlijk 87. Ik weet niet dat je dat. <laughs> dat is misschien nieuws. Maar... Hij <laughs> was een comedian in de thirties, you know. ga mocht nog mede. Dat toen we denken aan <laughs> die, die Michael Jackson-witstrijd. Uh, weet je dat nog? Zo'n jaren geleden was er zo'n Michael Jackson lookalike-witstrijd. Oh, ja. En moment, het pijnlijkste moment in heel die reeks was die in redelijk, Die was al bekend als Michael Jackson-imitator, maar die was te oud. Want ik zou zeggen, je moest dan. Tussen 18 en 35 zijn en die was al 42. En die had gelogen over zijn leeftijd. En dan had dat zo in die reportage, in die EFP, dat hij zo, zo verwijderd werd uit de selectie. En dan zegt ja, zo ja, nog: ja, ja, maar ik ben maar 35. Nee, meneer, we weten het. En dat zeiden <laughs> zo dat is echt een, een slecht. Oude Michael Jackson Lookalike, die je dan zo van die ander weer. Ja, nou, die zag je ook zo 50, ofzo. Ja, ja. <laughs> dat je denkt: je niet in een wereld zitten, ga je 35, maar echt totaal niet zelfs. Sorry, ik ga het zeggen. <laughs> Ja, ik weet het wel echt. Je knieën, hoe komt dat je knieën, knieën. slecht zijn? Ah, dat, dat is echt gewoon, gewoon stom. Ik zei nooit eens gewoon lopen met een man. Dat maat, klonk al en... ongeduldig. Hoe <laughs> oh, zijn je knieën nou slecht? Ja. Zie je ja, verder? Get it over with, come on. Jesus, oh, fuck's sake. Nee, fuck nee, dat is... ja, saai, kut verhaal. Alleen vertel het nou gewoon al. Jasper, zijn knieën, kom aan, Al mijn medische problemen beginnen met zoiets super banaal dat eigenlijk echt een non-verhaal is. En dan heb ik er heel mijn leven last van. Dus mijn, mijn knieën is ook zoiets. Ja, ik heb zoiets slecht gelopen en dan is er een barst ingekomen. En nu heb ik elke keer dat ik de trap af ga, oh voorzichtig, misschien best echt rood. Ja, zeggen. Ja. Ik kan natuurlijk de Wikipedia. De 36. Mm. Ik heb nog geen Wikipedia-pagina. Ja, maar je hebt wel iets nee, zot voor gaat met van... je oor, hè? Ja. hebt dat er juist verteld ook, he? Ja, 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 een ja. valling op het vliegtuig en dan uh, mijn oor echt bijna omploft uh, ja. ja. Maar dat moet toch vaker gebeuren dan, Jam? Ik denk dat dat veel gebeurt. Ik denk dat je dat jouw ja, gezien hebt. Ik nou, kan heb dus... mijn oren bijvoorbeeld niet laten poppen. Hey, ik kan dat niet. Waardoor dat je sporten als duiken bijvoorbeeld, is al niks voor dat mij. Vind hè. Ik ook gris, Omdat maar... je niet kunt. Poep, je kunt dat niet vrijmaken door. Dat, dat lukt bij mij niet. Mijn vriendin is pas naar Egypte geweest om te gaan duiken. Dat is hetzelfde probleem, die kon dat ook niet. Nee. En, uh, met stijgen, echt massa uh, zeer onder de kop. Ja, dan, en, uh... kun, je, dan kun je echt, uh, ja, zoals jij het meegemaakt uh -huh. eigenlijk, hè, dan kun je blijvende oorschade... Want wat is uw oorschade eigenlijk? Zeg jij 50% minder denk in uw oor? Ik denk dat of... ik de helft niet hoor in mijn, rechter, in mijn rechteroor. En wat is dat dan? Wat want, want, want merkt dat? Ble... Voelt hij alsof dat, dat zo dicht is, alsof dat je in een zwembad zit? Of, nee, of... ik heb er doorgaans geen last van. Dus, in het begin had ik het gevoel, <laughs> als ik aan het slapen was, had ik altijd het gedacht dat er een mug boven mijn kop uh, vloog. En dan God pas damn. na een maand kijk ik door. Ah, dat is Tini dus. Ah, ja. <laughs> er zijn geen muggen. Ja. Ik hoor gewoon de hele tijd zo. Ja. En voor de rest, ja, als er veel omgevingslawaai is. Ja. Zo op feestjes en zo. Is deze, met... niet, is deze niet verschrikkelijk dan? Deze is prima, want dat zit ah. allemaal in een, in een koptelefoon. Okay. Dus ik hoor alles super. Maar zo op een feestje, als er muziek is en mensen zijn aan het babbelen en ik probeer dan een gesprek te hebben met iemand, dat, is, dat is gewoon belachelijk. Dat, dat, ik moet ten af van de tijd doen alsof ik zo... Ja, 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 dat, dat was iets, hè, jongen. En dan zo, geen idee wat er net gezegd is. Totaal geen idee. En dan, nee, ik probeer dan zo wat uit lichaamstaal af te leiden, wat die juist hebben gezegd. En als ze zo met je gezicht dat aangeeft van ik heb juist een mop gemaakt, ja, dan lach ik gewoon het beleefd uit. beleefdheid. Dan denk ik, ja, het zal wel grappig zijn geweest. Dat verklaart wel veel van onze gesprekken, <laughs> van je een weken vriend uh, lustert. Ik dacht, wat zit hier nou zo te lachen, die fucking beeld? Je zei juist dat maar een ontoet is. Wat de fuck is dat? Dat is ook wel iets, hè, Oediko's, dat je niet luistert in je leven. Dat ik denk ook... dat Andries dat is... nu voor zichzelf gaat spreken, maar we gaan Nee, dat is wel waar. Ja, nee, maar ik denk eigenlijk... dat dat echt aanjagend is. Als je gewoon ziet, hoe, dat... hoe dat je dat zelf bij iemand laat, dat je eigenlijk niet ontlustig is, dan weet je, dat kan niet anders, dat moet bij u ook zijn. Ja, ja, ja. Ik bedoel, het niet beter dan iemand anders. Ik vind echt superboeiend, André. Ze normaal wordt altijd geluisterd. Uh... Ja. ja, ja, wellicht. deze heeft hem niet gehoord. Ja. Ik zie hem zo aan het reageren. Deze weer, de, die, nu doet hij zo deze foempe opmerking van Alex. En dat is gewoon, er wordt zelfs niet meer op gereageerd. Nee, zo, maar, uh... maar luisteren is al wel van het moeilijkste wat er is. Ik vind dat wel een heel onderschatte uh, vaardigheid. Ja. Luisteren. Als politie moet dat toch soms verschrikkelijk zijn. Ja, ja. Ja, Mensen die zo niet op de point kunnen komen, heel een leesverhaal willen doen, en, ja. of mensen die je daarin willen uitlullen. Kinderen, oh, ja, ja. <laughs> Kinderen man. Ja, daar dan maar kom af mee. Als het zo is om te proberen er tussenuit te schmouwen, dan, dan, dan mag ik er kom af mee. Maar mensen gewoon ja, die beleefd zijn of die aangifte komen doen en dan ja, wat is er gebeurd? En dan echt zo tien jaar terug in een tijd, ja, yeah. nou, doet er niet toe. Ja, als moeder, dit ook wel zo. mijn jeugd, ja. Berlijn 1931, ja. <laughs> begonnen allemaal op een regenachtige avond. Ja, of mensen die straight voor het bijverhaal gaan. Hmm. Ah, ja, ja kan van die een trap Ja, want die entrap is nog gezet door. Ah, ja. zoiets... ah, ja. En ik heb altijd gezegd, die bovenste trede is niet even lang als de rest. Dat heb ik, <laughs> ik altijd gezegd. Maar ik ze wouden vind... mij niet geloven. Ik vind dat niet elk verhaal moet een begin, een midden en een einde hebben. Soms is het einde voldoende. <laughs> ja, dat is toch? Oh, dat is de beste zin van de dag. Al. <laughs> Vooral moet altijd niet in begin en midden en aandrijven. Taal is ook goed. Just skip to the end. Ik denk, oh, met mijn dochter heb ik dat veel. Ik denk dat je dat waarschijnlijk, iedereen dat kinderen heeft, herkent dat? Die hebben zo van die zonder verhalen verhalen. Die beginnen te babbelen. Je voelt ook dat die zelf niet weten ja. waar het aan gaat. is. Die kunnen dat ook niet afronden, omdat die niet weten waar het aan gaat. is. En elk detail is ook even belangrijk, of dat het ernaar totaal toe doet of compleet niet. En je zit daar zo en je denkt: deze vrit gewoon tijd van mijn leven weg. Dat is al wat deze aan toe is. Want dat is geleuter, voor niemand het aan heen. En je moet ook heel de tijd reageren. Alsof dat, dat het boeiendste verhaal is dat je in uw leven hebt gehoord, want je ah, ziet dat kind gijren. Ah, maar ik vraag me nu af of is, dat... is, of is dat... Allee, zo, ik wil even abstractie maken. Van het ik vraag me nu af, ligt dat aan het feit dat uw dochter nog jong is, of aan het feit dat uw dochter een vrouw is? <lacht> <lacht> dat, dat is? Dat is wel heel herkenbaar. <laughs> dat, dat, ja, zo... dat hij vaak gewoon... Allee... Er zijn gewoon mensen die geen verhalen kunnen vertellen. Hmm. Dat is gewoon zo. Ja. Je, je kunt gewoon voelen aan iemand dat je denkt, dat kan nog het coolste verhaal aller tijden zijn. Maar als jij dat vertelt, verveel ik <laughs> mijn eigen dood. Ik weet ook niet hoe dat sommige mensen daarin slagen. Maar dat, is, maar dat is iets heel eigen om kinderen, vind ik wel. Omdat die nog niet... Die hebben bepaalde vaardigheden gewoon nog niet. Hè. Die beginnen gewoon te titteren hmm. en die zijn yeah. kei-enthousiast. Maar dan... Het beste is als ze puber worden, dan beginnen ze te voelen... Deze nergens in aan het gaan, maar die geven wel niet af. Dan. <laughs> maar <dat is> wel, <laughs> je, je moet er wel deur tot tinden. En je zit er zo, en, en, en dat doe ik nu wel met mijn dochter. En dan wordt hij ook altijd zo'n beetje een terecht slecht gezind op mij. Maar ik heb er wel zo'n relatie mee dat ik na kan zeggen: Interesting, tell me more. En dan heet hij weet, Ja, fuck you. Go fuck yourself. Maar het enige probleem is, being a smart ass that. Dat she is, doet hij daarna ook bij mij. Dus als ik zo begin Zalig. met een verhaal en die denkt: deze hey, is boring. Ja, dan krijg ik het ook wel los op mijn bord terug of zo. Maar zitten dan niet kei trots als vader? Als uw dochter zo tegen u zegt, volgens mij een saga maten, district of niet? Komt er nog een mop over Op, op het? welk moment? Want uh, ik zou ook willen dat ik kon zeggen: ja, ik ga daar altijd kijken mee om. <laughs> maar dat hangt ook vanaf, als ik zo door heb, als je in een goede mood hebt en iemand pakt u op uw nonsens, kunnen je ermee lachen. Maar dat is een moment is dat je echt keihard serieus aan het meenen In die doen ja, dat, ja. Eh, dan gaat die vlieger ook niet op. Dus ook daar denk ik wel een walgelijke hypocriet in. Eigenlijk eh, moet kun, ik wel eerlijk zijn. Je soms niet kwaad worden, maar dat vind ik moeilijk om voor te stellen dat jij kwaad wordt op je dochter. Bijna aan Dries, trouwens ook. Ik kan me daar moeilijk voorstellen dat jullie zo vader stellen dat je kram kunt. Kunnen we ja, echt uit de kram schieten, zodat je. Nou, uh, ik werk ik wel. Uh er dus zijn zo'n aantal dingen, ik kon dat ook optrekken. Zo af en toe geef ik ook cursussen na, zo'n podcastcursussen. Dat is nou wel gelukkig gewoon volwassen en zo. Maar wat ik er wel boeiend van vind, en ik kon daar een beetje hetzelfde zeggen als ouders. Als je zelf kind wordt en je had iets verkeerd gedaan, dan keek je naar je ouders en die waren kwaad. En je had echt het gevoel, ja, ik ben zoveel verwijderd van adoptie. Zo, dat, zo kwaad kon die zijn. Als, als je in de klas zat en, en je had het examen gedaan en je kon het niet en je kreeg een afkeurende blik. En of, of je had een strafstudie of zelfs een schorsing en, en de prefect of allee, je had echt zwaar straf. Hè? Dan dacht je, ja, ik ben zoveel verwijderd van de gevangenis. En dan werd je zelf ouder, zei dus de vader, of je geeft die dus les en dan beseft je eigenlijk, die interesseerde dat toen ook niet. Mm. Mm. Dat dat eigenlijk een rol is, je bent niet kwaad op je kind. Alleen je hebt gewoon zoiets, ja maar echt kwaad. Ik zou nog wel eens een paar keer serieus om tegen Amy's. Hè. Als, ik echt als, 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 heb, als, als ik echt het gevoel heb van deze uh, kan niet, dan, uh, dan word ik wel kwaad. Ja, echt? Uh, Adam ja. Kino, niet ja, bij mij, is het altijd gewoon, ik weet dat ik kwaad moet zijn, maar bij mij denk ik. Pff, Goh, eigenlijk. Is, is nu in de hoek. Ja. En dan denk ik. <lacht> <lacht> en, 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 en dan zit ik hier al. En dan zie ik die er dus dat is wel hier. cool dat je dat gedaan hebt. Hè? Dat heb ik nooit gedaan, man. Oh, de, die hoek die ook een de hoek is een banger. de hoek. Vooral ook. Like, hij zegt. In de hoek. En die, dan moet ik wel zeggen. Die lust. Dan gaat hij direct naar de hoek. Maar dan ook deur wat deze generatie is. Toen ik in de hoek moest staan. Dan wisten Vijf minuten minstens. Maar deze generatie. Dat is zo. 40 seconden. En die begin dat te zien. Zo. En zo. <laughs> en dan zie je er. Het is go. Niet meer. En dan zegt hij. Nee, 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 papa. De, Doe nog even langer. Anders voel ik me niet gestraft. 40 seconden, dat is echt niks, hè? Ah, ja. ja, ik heb nog eer, zo, vrienden van mij, die, die waren al langs aan het vertellen dat hun dochter niet te straffen valt. Want die zeggen dan in de hoek, en dan zegt hij: oké, okay, ik vind het toch plezant. En dan gaat hij in de hoek staan. <laughs> en dan begint hij wel leekjes te zingen. En dan denken die. Nee, ze is niet aan het werken. Ja, <laughs> dus het zal kom... dus ook met leraars hetzelfde. Hè, als je zo de, zo de deliberaties, examen. They don't care. Hè. Die nee. moeten 200 dingen verbeteren, dat Boeit die ah. geen zak of dat gaan ga een tweede zit het: die zijn ook vaak niet op u uit om u te pakken. Mm -hmm. Dat interesseert die niet. Je die een pick-up, maar never! Nee. Die, die <laughs> wil gewoon een race. Ja. Dat boeit je geen ja. zak. Of dat gaat ga naar iets gaat maken in je leven oh. also, dat je dag gegeven dat ik, ik, ik weet het niet. Ik kan me wel voorstellen dat, er, uh, dat het, 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 het een piek op u hebben gegeven, dat dat wel kan bestaan. Zo. Dat je wel leraar zit die het echt gemunt hebben op iemand. Ja, maar meld denk ik minder erg dan dat dat mm. bij u binnenkomt. Waarschijnlijk. Ja, waarschijnlijk. Ja, waarschijnlijk. Want je ja. zit natuurlijk ook in het leven dat dat alles rond u draait. Hè. Ja, dat is nooit geëindigd bij mij. Ik snap <laughs> wel wat je <laughs> <laughs> dat is nu nog altijd eigenlijk. Nee, maar we kwaad worden op mijn dochter, ik heb dat wel een paar keer gehad. maar dat was, uh, dat, Want er zijn weinig, dus wel waar wat gezegd zijn. Er is je veel boos omdat je boos moet zijn. Omdat je zo voelt: van ja, hier ja. moeten we nu ja. even iets van zeggen, zonder dat dat je kei veel interesseert. Maar er zijn wel momenten geweest wat ik niet kan verdragen, is als je in het openbaar ergens zit en die lusten er niet dan, dan ja. kan ik het echt krijgen hè? dat ik nu zeg en dat die dan ook zo moeilijk beginnen te doen en er een scène van beginnen te maken dan ja. denk ik wel wanneer ik weet dat ik echt kwaad ben dan is als je de je tanden tegen iemand ja. begint ja. te babbelen dat je niet roept of niet, maar uh, dat je uh, zegt: Ach, ga nou nog. één keer. He. Ja, denk krijg je een andere sfeer. Maar dat trouwt ook om me dan, omdat je voelt. Ja, natuurlijk hey, gaat hey, dat uh, over uh, mij. Ik uh, heb uh, het uh, juist gezegd. Uh, alles nee, gaat nee, over mij. <laughs> nee, nee, maar als hij dat zou doen. Als je al met tweeën in een kamer zou zijn. zou je dat minder erg vinden dan dat er iemand in een plaats. Ja, natuurlijk. Je... Dat je. publiekelijk. Dat is nee, ja, ik zou ook gewoon belachelijk om Ja, want je wilt ook niet die vader zijn dat zijn kind niet onder controle is. Hoe kennen je En natuurlijk, ik heb die nog nooit niet afgeklopt of zo. Dat soort dingen doe ik niet. Fysieke dingen niet. Ik heb wel één moment gehad dat ik dat ooit heb overwogen, daar moet ik heel eerlijk in zijn. Dat was trouwens bij u thuis op nieuwjaar. Ja, dat, maar dat was die. En mijn, het het wel mijn dochter was niet normaal onuitstaanbaar, maar dat was echt zo erg dat ik gewoon heb gezegd: ik ga er nu mee naar huis. Het is ja. klaar voor mij zo deze. En ik pak die mee naar huis, die was nog klein, hè? ik vertel haar dat van tijd tot tijd nog, en dan zit hij er zo, oh, god, ik ga ernaar nou over blijven zagen, dat is wel het goede, om een 13-jarige, maar, maar die dat trouwens vier uh, centimeter groter is dan mij nu, dus dat is ook zo. al redelijk gestoord. Maar ik had die dus in mijn armen, ik zit nog de notto aan het rijden, en die is meer volle vust in mijn gezicht aan het kloppen. En ik kan u vertellen, dat pik ik van zeer weinig mensen. <laughs> Dus ik zei haar was het en die is zo koeken in mijn gezicht aan het geven, die was razend kwaad, hè? want dat is ook niet haar stijl. Want eigenlijk is dat ook niet zo'n vervelend, dat is helemaal geen vervelend kind, mm, ja. nooit echt heel veel moeite mee gehad, maar ik weet niet... Waarschijnlijk, zoals ze zeggen hè, bij ouders, ze zal een sprongestje aan het maken geweest zijn, hè? want meestal als die zo een week onuitstaanbaar zijn, dan kunnen die niet eens of dan doen die in een sprong. Dan kijk ik naar mijn vrouw en denk ik: What's your excuse? Maar. Maar dus ik kwam thuis en ik heb die, uh, ja, ik heb die niet het bed ingegooid. Maar ik wou die wel kogelstoten van beneden op een trap. <laughs> tot boven naar bed in. Zo. En ik was daar zo kwaad op. Maar dat was dan wel schattig dat hij daarna. Had hij dat dan wel door of zo. En dan komt hij ook zo. Heel dramatisch, sorry zeggen, dat dan ook weer veel te lang duurt. Dat ik ook denk, ja, het is klein, gaan gewoon slapen. Maar het was, ja, dat is toch wel zo. Die je wel een paar keer echt wel het bloed van mijn nagels onderuit kunnen halen. Zo, dat kon die wel. Is dat bij u nou nooit mee doen dat hij het zo hard toetankt dat je denkt. Ja, ik, ik het zal wel, hè, maar die is ook al lauwer. Maar wat ik er gewoon grappig van vond, dat je zo door het van in je kindertijd en zo'n bepaald Beeld over de wereld waarin je leeft. Mm. En dan is alles intens, groot, serieus. En volwassenen, die zijn ofwel heel, heel lief, maar die zijn altijd enorm betrokken. Maar dan. We lachen wel wat af, als hij in een hoek zit, of die is ontblijft, of die squat, of die is kolijnen. Ja, ik vind het hoe ouders uh, hun ja. kinderen kunnen uitlachen Baar, als die oh, kinderen in een existentiële crisis zitten. <laughs> <Naruto gaat lacht> dus ook, nee, we hebben ooit vrienden gehad en die, 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 gingen, die kwamen bij ons thuis en die kinderen gewoon zo mee naar boven, en ze zijn in de huis ontbezien, want we worden er juist gewoon. En op een moment zat een van die kinderen vast met een kop tussen de spijlen van een trap. En die was volledig in paniek, want die kon er niet uit. En het probleem was, niemand was die om te helpen. die ouders waren die keihard aan het lachen. Dus die konden die niet helpen, want die waren die te hard aan Ja, dat is gewoon grappig. Want dat is ook oh. niet zo erg. Die god toch niet doodgaan? We gaan die er niet laten hangen. Ze ja. dus God die kalmeren. En we heffen die er een kop op. En we trekken die stuk terug uit die, die twee spijlen. Maar, ik vind we scheuren gewoon... gewoon die twee ja. oorkens eraf. Dat naaien we er want, terug want aan. Want wij dus waren is, wel een beetje niet. in paniek. Ja. Zeiden, oh nee, we moeten hier weer toe. En dan zagen we die ouders die gewoon strijkant waren op de trap. en die gewoon hun eigen kind aan het waren. En dan dacht ze, ja, het zou wel niet zo werk zijn. Zeg. En naar nee, u keken maar... en dachten: dat is al de derde keer deze week. <laughs> hè, Jasper, daar liggen we niet meer wakker van. Ja, je merkt ja. zo'n soort apathie voor de stomiteiten van die kinderen. dat wij nog niet, allee, want wij hebben geen kinderen. dus wij, dan hebben wij dat niet. Ja. We hebben nog niet dezelfde berusting in het komt wel goed. Want jij hebt ook geen kindjes, hè? Nee. Van plan om dat ooit te doen of niet? Nu alles zit in de pijplijn, denk ik. Ha? Huh? Uh... Aaaahhh! Ah, wow. uh, nee nee nee. Nee nee, we, <laughs> niet, nee, nee, we waren de pipeline, <laughs> was bij ons heet, niet. wel oké. Die gaat daar dat Kennedy toen op betrekken. dat gaat er wel over gaan komen. vindt Rachel, is Rachel of Rachel? Rachel. Wat vindt Rachel eigenlijk, dat die deel van oude comedy is eigenlijk? Want is, is dat echt het cliché dat die... Dat die ach, 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 voor de mensen die het niet weten, uh, in de Vincent's online comedy is uh, Rachel wel een belangrijke rol, namelijk... Uh Rachel wordt echt gebruikt om er zelf beter uit te komen. He, dat, dat is eigenlijk wel ja, ja. de omschrijving. Het is altijd een pispaal. Ja, ja. Maar, maar als je Rachel één keer gezien hebt en je hebt zelf een relatie. Allez, Rachel is een heel schoon, succesvolle vrouw. Dus je weet dat dat thuis zo niet is. He. Nee, nee, nee. Thuis... Ga, ga je hebt echt geen kloot <laughs> te zeggen. Nee, er wordt wel heel rap mee met dat te bevestigen. Door, uh... Knippen deze. <laughs> nee, er wordt niet geknipt. <laughs> nee, nee, maar dat is wel cool of zo. Ja, maar net omdat dat zo'n zo ja, zo zelfstandige vrouw is, kan maar... je daarmee om. Maar man. dat vind ik, allee, dat wil ik wel eens bij jou, Bij ons is dat wel, allee, allee, hetzelfde, of zo. en dan is dat, als je dan alleen met zo, zo, dat moment dat hij zegt: Ja, 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 ja. ja. Mm. Maar dan ze er niet meer vriendjes. Hè? Ja. Zo, maar da is dat ook niet hetgeen dat elke man, gewoon, of dat je nu comedy doet of niet, zo als je bij je maten bent en je zei: Graaf doen in het weekend. Dan zegt hij, oh, die van ons in dit en dat, en, en mijn vrouw thuis in dit en dat. En dan komt hij thuis en dan zegt hij, ja, schat, ik je zeker, schat. Ja, maar dat is dat toch gewoon... Maar Isabel is ah, nee, ook? Yo. Wat zegt hij als ze we weer de zoveelste we we keer kop van Jut is in... Uh... Ergens vindt hij dat wel tof, stiekem, denk ik. Toch aandacht eigenlijk. Ja, want in het zal ik nooit onrespectvol over Rachel praten of, of, of... Dat is enkel puur met een comedy eigenlijk. Omdat ja, de realiteit gewoon omgekeerd omgekeerde dus, uh... <laughs> dus is. maar ik daarom kan. Ja, 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 ik ben er wel blij om dat is, want ik weet dat uh, een comedian, ik zal straks zeggen wie. Um, als je niemand opnemen, maar dat hij nooit ook over zijn vriendin bezig was op het podium, en je zag echt dat hij in een en aan het uitbarsten was. Van, maar, oh, seriaal ja, met trouwens. Ja, dan denk ik ook kind, jongen, kalf. Ik heb dat ook wel tegen, tegen mijn, mijn, mijn vrouw. Aye, lie, ik zei altijd mijn lief, want ik vind mijn vrouw zo oud klinken. Jij ze getrouwd, toch? Hè? Ja, we zijn zo tijdens corona zo een half zijn get getrouwd zonder feest. Ging... ja dat was zo toch wel als gewoon een halve Ergene een, een first shot van een huis meegespaard <laughs> maar je hebt geen geen ring nee toch nee nee we hebben geen ring ah. ik vind dat bullshit. Ja. Ja, ik weet niet waarom ik dat Mocht doen. wat kosten zeg. Kosten hebben we nog gespaard. Ja. Ik vond dat echt Geen ja. Je een ring. <laughs> je je, je, je hebt ook niet je wagen gebruikt toen je zo ja. ondertekende. Oh. Zo. Ja. <laughs> met, met de bus naar het midden-huis. <laughs> een kostuum, zit zot. Een jeansbroek zou wel goed zijn. Ik zat al in mijn jeansbroek stijken. Nee, ik vond de ring echt iets toe, maar ik wou dat niet doen. Wat denk ja, je dan? Ik... Niks. We gaan, we gaan wel, we gaan, het is de bedoeling dat we volgend jaar een feest doen. En dat we, dat we, dan, we willen eigenlijk een, een tatoeage. Zo die mensen die zeggen, het feest uh, komt nog. Oeh, ja. Statistisch, statistisch <laughs> gezien... Denk ik dat dat nog geen 10% is waar dat feest echt van we komt? We hebben het al drie keer uitgesteld. En ja. ik heb nu wel gezegd: als we nu nog eens, dus nu voor juni gepland. en we het nog eens moeten uitstellen, dan gaan we het. Ja, maar dat, doen. Komt, dat feest het begin komt er niet. Ook, he? Het begint echt belachelijk te worden. Ja. We hebben het drie keer uitgesteld voor corona. en de vierde keer wordt het zo van: ja, oké, okay, de kosmos probeert ons iets duidelijk te maken. dat het is Doe gewoon je 10-year anniversary ja, voilà. dan maar of zo. Ja, uh, nee, ons plan is nu, na één jaar. om zo niet een feest te doen. maar een soort van een, een, gemeen, allez, een openbare evaluatie van één jaar huwelijk. Dat is een beetje het plan. Evaluatie. Dus iedereen, iedereen uitnodigen. Op de, op, de, op de 12 maanden evaluatie. En dan kunnen we elkaar zo'n beetje wat tips geven en zo. In zin van morgen kan het misschien beter Hoe lang zijn jullie nu al getrouwd? Nu een half jaar. Oké. Okay. Zet u u getrouwd? Dus ja, dat al. Ja, jaar ja, ja in juni. Uh, ja, old school, jongen. Nou, jij al heel lang, hè? Ja, ik zie al heel lang. Gaan ze echt al keihard lang getrouwd? En echt zo met, ja. met toeters en bellen en zo met, met Ja, Ja, ja echt, zelfs dus de kerk en alles en zo. Oh. Echt, uh, maar dat is natuurlijk naar de tijd. En dan kozen de kerk toen hé, nu alhoewel wat een kerk wel is, is dat dat visueel dat was ja. hier in de Sint Joriskerk waar ik best een schoon kerk is dat is onder, mensen het niet weten onder palieer en van dat is ja. eigenlijk wel best een mooie kerk Mechelse plein vlak in ja. de buurt ja dat is zo ja. en dat, voor de foto's is dat wel cool schoon ja ja, ja ja dat is waarschijnlijk niet waarom dat je het moet doen maar ja. en dat was dan ook wel zo met een intro Amerikaanse stijl dus dat ik al van ver stond en maar natuurlijk, een paar dingen mislukken dan, want de muziek is dan niet hard genoeg. En, also, het is wel op zijn Vlaams dan. Hè? Zo, in uw kop is het groter dan uh, het is. Maar ja, nee, ik vond dat wel. Het beste vond ik wel dat Sabrina, hè, uw vrouw, zei van. Uh, ja, wat ik wou was binnenkomen in de kerk en dat iedereen. Achterom kijkt, zoals in de films. Wel, wat ik wel een, een idee vind, dat je dat ook doordrijft dat dat realiteit wordt, vind ik wel cool. Ja, en ik zal ook nog zeggen wat dat dus is, uh, want dat klinkt fantastisch, maar ik ga even de b-roll achter de schermen geven. Als uw vrouw zegt: Ik wil binnenkomen en iedereen moet naar mij kijken. Wat dat dan in realiteit is, dat jij als bruidegom een uur en half op voorhand in die kerk moet zijn, dat je dus de complete tour mist. Dus nee, want dat, is, dat is dan ook dat eigenlijk het volk buiten staat, dat dan de bruid aankomt met een auto, dan eigenlijk een soort rockster gegeven wordt, dat die eruit komt, de vader ervan die pakt, en je hebt eigenlijk een heel volksfeest. Maar jij zit al anderhalf uur met je koster, ik wist dus niet wat een koster was totdat ik getrouwd was, dan zit je in een lege kerk te wachten en je hoort, want die deuren zijn heel goed van een kerk, dus je hoort wel wat je rozen en het feest is dus mega bezig, en ik heb toen letterlijk eerst nog een koffie in een boer van tienen op mijn eentje moeten drinken. En dan komt echt binnen in een in 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 kostuum en dan is dat zo... Ja, een thee. En dan is hij aan een thee ontdrinken met nog een paar marginalen dat er zijn blijven hangen van de nacht ervoor. En het feest is bezig. Dus dat is wel de consequentie van een Amerikaanse trouw. Dat gaat er uiteraard ja, ja. niks toe doen. En het is ook uh, je niet huwelijk samengevat. Je neemt <laughs> eigenlijk ook wel. Wat wel, kijk goed. Alex, dat gezegd, dan krijg ik nog een gouden Carolus Whisky Infused. Uh, Want uh, hierboven uh, yeah. is het Manewitz. En deze is een lege, eigenlijk. Ja. Ik weet niet of dat je er nog iets staan of uh, dat er nog hier... ergens ah, zijn. Ja. Ik wil er ook nog wel in. Ja. Ja. En, uh, Alex, kun je, zo, kun je niet zoiets smeren voor mij? Want, uh, dat zal ik zeker doen, mannetje. Sorry, ik heb ant... nog niks. Normaal gezien denk ik ah, nou. ja, ja, je het raar? is nog niks. Nee, is niet erg, Ik ja. doe ja. ook zeker met de knoppen bezig. Dat alle ja. uh, fantastische wijsheden goed in balans zijn. Maar zo'n Antwerps pikantje zou ik wel smaken. Een Antwerps pikantje? welke niet is er? Is dan deze is dat die? Ja. ja. Wat een goede naam voor kaas trouwens. Een uitwerpspiget. Ja. dan zijn ze bruggen over de verlangs langs. Hey! Zal wel zijn. Nu is dat hier dus. Naar een brugje. Naar een brugje. Nou is dat te lang in Nois kan zijn stond. Belegen. Belegen. Is het woord dat we zoeken? Andries, hier is een aantrekkelijk op een brugje vriend. Van dat is zal iets van die whisky-infused Gouden Carolus-kaal. Het is wel heel lekker wel. Hè? Maar wel oppassen, hè? de whisky-infused is wel echt uh, heavy shit. Ja, ik heb er juist een gedronken. En je hebt ik... dat het wel lekker is? Ik ga niet liegen. dat komt wel binnen. 12, maar wel, 12, 12, 12 dat is wel en smaakvol. heel lekker. is heel lekker. Gewoon Steven z'n aanzien, of je zoon en zus. Ik vind dat ook zo zalig zo in België leven. Ik heb gisteren nog tegen mensen gezegd ik gewoon even niet drinken. <laughs> ik kon even een maandje. So, eh, how's that going? <laughs> dag 2. <twee. laughs> dat, dat is mijn voornemens in mijn leven. Gewoon, ik kon deze even, even een maand niet doen. En dan dag 2 gewoon mm -hmm. volledig van de wagen vallen. Discipline, is dat iets uh, bij comedians? Uh, ik heb het niet over schrijven, maar is een comedian over het algemeen gedisciplineerd? Een succesvolle, wel, denk ik. Ja en nee. Ja en nee, bij momenten. Wanneer dat moet. Hmm, wanneer, dat ja. moet wanneer dat moet. Ik denk dat je dat je, je eigen verplicht uh, deadlines en dingen hmm. moet geven. Waardoor dat je daar. En een soort job eer dat je ook niet wilt gaan staan sukken voor hmm. mensen. Ja. Ik denk dus, dus, er zit wel iets disciplinair in. Maar, uh, maar nu dat we toch over discipline bezig zijn. Jij bijvoorbeeld drinkt niet. Hè? Is dat voor u. Maar jij hebt dat ook nooit gedaan, nee, denk nee, ik. Nee, hè? ik heb nooit uh, alcohol gedronken. nee. En, en dat is gewoon gelust niet? Of gaat er. De combinatie toen als we. Wou je het zeggen dat je met, begint met drinken? Zo the, eh, 15. 12, 13. 15, 15. <laughs> <laughs> naar de niet-marginale kant kijken. <laughs> <laughs> um, als je de macro nog niet binnen mecht. Uh, ik ja. was heel laat in ieder geval. Ik was in de 20 denk ik dat ik begonnen ben. Nee, bij maar mij uh, al dat vroeg, ja Ik sportte heel veel. Dus uh, ja, dat past niet echt goed samen. En dan uh, ja, is er niet meer van gekomen eigenlijk, om ermee te beginnen. Uh, ik lust het ook echt niet. Als je mij deze blind. Je laat proeven mm. en een glas wijn ernaast. Ik kan niet zeggen wat, wat bier is en wat wijn. Ik, ik, ik proef alleen maar iets ja. ik vind echt een fort alcohol. Maar het is wel, ik denk dat we wel voor iedereen kunnen spreken. Het is, allez, ik zal zeggen, fruitsap of zo. Dat is instant lekker. Allee, whatever. Daar komt ja, ja. binnen, maar zo bier. Er is een reden dat de meeste mensen beginnen met van die zoete crap. Uh, zo, mensen van onze leeftijd, on, 30ers, die zijn begonnen met breezer. En smeren of ice, omdat dat gewoon. De eerste keer dat ik een pintje kreeg, dan was dat zo'n een, een pintje dat twee uur in het campvuren van de scouts had gestaan en dan kreeg ik een lauwe pils. Mm. Ja, dat is een van de smerigste dingen dat ik ooit heb gedronken. Ik vond dat totaal niet ja. lekker. En dan dat dan kreeg voelt de... als overgeven in uw mond. Ja, dat is zo, gewoon ja, super smerig. Dus of, ik had zo'n zo bier, is niet of, lekker. Of. En dan kreeg je zo'n frisdrankje, zo, zo benauwdelijk een cola. <laughs> ja, dat is zalig, want dat gooit dat, dat kei vlot naar binnen. Ja. En dan pas later besefte van, ah, dat moet ook wel koud zijn dat bier. Dan mag je niet gewoon één Een Ja, blauwe... en Brinker briezer verklaart, zegt dan ook al veel over oude leeftijd. Want bij mij was dat dan, waren dat dan dingen als. Pisang orange. Ah, ja, ja, ja. En dingen als blue ja. curacao. En is zo van niet die scheiden zie ziek van waarom. Ja, tuurlijk, tuurlijk. Het enige, enige goede om die drankjes is wel dat die er redelijk oké okay smaken. Dat die eruit komen ook. Ah. Omdat die zo zoetig en hè, dus dat krijgt wel een soort. Dat is, dat is, nog, zoals, altijd, dat is nog altijd lekker. Hè, dat is een beetje weet. gelijk ja, cola. En cola is zicht. ook, dat is, is pek zwarte kots. Maar dat smakt wel redelijk oké. Okay. <laughs> dat is niet zo heel erg. Alleen, als ik dat moet vergelijken met andere dingen die eruit komen, zoals. Uh, een pak friet of, of kebab of een kapsalon ofzo, als dat er terug uitkomt, komt, dat is aanzienlijk minder dan wanneer het erin gaat, hè? heb ik toch het gevoel. Hoe is trouwens, uh, want zijn we zijn weer veel op tour aan het gaan, hoe is het eigenlijk met de catering tegenwoordig in uh, Comedy Vlaanderen? Is dat nog altijd... Uh, sava? Um, ja, Vlaanderen is eigenlijk op dat vlak niet zo heel slecht. Hè, omdat wij, wij hebben wel een cultuur waarin dat, dat ze ja. vinden dat ze mensen in de watten moeten leggen. Mm. Als jij als zo'n try-out is, is dat meestal niet veel, omdat jij ook gewoon niet eet voor een optreden. Ja. Dus dan is dat meestal gewoon zo'n soep en een chipje. Of een kaasplank of ja. zo. Hè, dat hebben we ook mm. al eens een paar keer gehad. Dat er wel zo... Hey, ik denk eigenlijk... Ja, zeker... Als je, als je als comedian, misschien ik weet dat niet, niet dat dat voor iedereen is, maar ik merkte dat toch vroeger ook. Als wij zo comedy line-ups deden en zo, dat je wel soms terechtkomt in een keten waar mensen wel echt hun best gedaan hebben. Hè? Ik heb al zot goed gegeten bij ja, de ja. Tredes. Ay, eh, ja. Dat ik denk van zoveel moeite hadden mm. dat ook niet. Deze vind ik doen. ook niet waar. Dat dus nou, is zo de... antwoord zo. Ja, zo. Ja, ja. Een spaghetti <laughs> was ook saffazé, <savass, laughs> jongens. Ja. Dat is wel, ja. Ja, joh, dat is wel... ik vind dat wel uh... maar... Ik vind dat redelijk goed, want in Nederland is het wel. Een stukje. Ja, naar het Een Gent, stukje hè? minder, hè? Ja. Oh, wie was dat? De Nigel, dat vertelde dat hij zo'n lege ijskast had staan. En dan zei hij: je moet er zo niks in. Dan zei hij: Ja, dat is om jouw drank die je zelf hebt meegebracht koud te houden. Ja, ik heb het ook meegemaakt, dat, ja, dat een drank in de gang stond in een automaat, waar je een euro moest insteken voor een blikje. Ja. Dat je gewoon jouw ja, water in de eerste koffie is gratis dus in Holland. Hè. Ik heb Duissel, in Carré uh, opgetreden met 25 jaar Leids Cabaret Festival. En ik stap in een backstage en ik bestel daar een Cola Zero of zo. En ik kreeg gewoon, ja, dat is 2,50 euro. En ik zeg, jongen, ik sta hier op podium. en die Ja, zo, dat weet ja je. en dat zei die echt letterlijk. En ik zeg, oh oké, okay, dat is hier deze sfeer. Ik zeg, ja, ik kom uit België, dat is iets anders daar. Dus ik moet wel zeggen dat artiesten hier niet echt te klagen hebben in, in onze Belgische backstages. Hè? Want zelfs als je in de meest. Ja, want als je try-out. dan stonden niet in de, in de grote CC's of in de, in de zotte zalen. Dan stonden echt in de kleine. Ja, wat ze letterlijk achterafzaaltjes noemen. Maar of gildenhuis dit. Of, of een café naam. met een zaaltje erachter. Achterafzaal. Ja, dat is een beetje wat dat is. Hè? Dat is wel echt veel, hè? Een achterafzaal. Ja. Maar dat is een dekte lading wel. Dat is wel ja. echt een beetje waar echt. de, de afdruk Ja, ja, ja. zeg Vincent, omdat je niet drinkt, uh, ze jij dan ook uh, geen een echte goede. Allee, ben gaan een leuke om uitgenodigd te worden te gaan eten? Of ben jij dan altijd van... <laughs> eten waar mijn feestjes zijn? Nee, laat maar thuis. Ik ja? Zal, ja, eten, dat, dat ga wel hè. maar... Um, nee, voor feestjes denk ik soms wel een beetje sfeerspons. Ja? Ja. Ja, ja, en ja, ja Sommige ja, slechte feestjes niet <laughs> alleen maar te zuipen en dat wordt te maar en je er niet mee maar ik vertegen ook gewoon een race. We zijn aan het dansen en zo? Nee, nee, nee. Nee? Nee. je gaat ooit gedanst? Ja, wel. Zomaar in ja, ieder geval. wel voor Rachel een plezier doen. We like, hey, terug naar een trouwfeest. Wij kennen er eigenlijk bijna al niemand. Ja, als ik een beetje lullig verhaal dan dat hij niet kan dansen, dan doe ik wel een effort. Maar ik, kom er niet, ik ken er niemand. Want dat ziet er ook heel. High. Ik ben echt motorisch gehandicapt. Dus, uh... Ik zie nu ook echt niet. Nee, dan, nee, nee, nee. nee, Dat nee, staat nee, 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 nee. echt. Uh, ja, dat mocht toch niet Ik kan echt geen een zak dansen wat je nou op een Ja, maar geniet drinken is dat toch echt een drempel waar je over moet. Om zo, uh, ja motorisch ja. gehandicapte polis. Ja. Dat is wel ja, tof. Uh, collega's, pennen verpakken? <laughs> Oei! Ja, maar dat is, dat is echt... Zo. Whoops. Ik, ja. <laughs> Zijn motor is niet de meest begaafde. Ja. Ga uh... ja, Jasper? Ja, ik, een paar pintjes en dan... Na nou, een paar pintjes durf ik meestal, Allee, maak ik mijn eigen wijze, dat ik goed kan dansen. Dat is niet, maar ik geloof dat wel keihard. Dus dan heb ik zo echt iets van... Ja, dan ga ik hier gewoon... voor. weet je al wat een openingsdans is? Ah, openingsdans ga ik ook niet doen. Dat kost geen geld, hè. Ja, ik bedoel... Ja, misschien moeten dan wel... Misschien moeten daar wel... Dan plotjes. zo ja, wie, wie weet, hè? Spotify kunnen streamen, hè. Maar, maar dan moet er wel een abonnement... Is dat, dat is waar een klamdeur komt ja, die wel. Ja, 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 daar wil ik even wel eens een boompje over opzetten. Over mijn cheap manager. Ja, Manu, hij gaat lusteren, zeg. Fucking loser. Ik heb het al 700 keer gezegd. Ik stuur die man mijn lijst op voor op te zetten met de inloopmuziek. En die heeft zo'n cheap abonnement dat Echt? er om de vijf botten... Dus hij zeg... zit er te wachten op ik een zeg... optreden van ik Alex zeg... nu in de Goordienese? Ja. Pearl, oh, pearl, pearl, pearl. Ja, en, ik... <laughs> en ik kan echt zo hey loser, die straalt af op mij. Hè. Dat kan ik niet aan, vriend. Zo, come on, you cheap fuck. Dus uh, als je het nu hoort, Manu van Heukelom, uh, doe die dus zijn premium abonnement. Ga je voor zijn gast. Ik weet, wat, ik weet ook wat je verdient, hè, vriend. Ik betaal haar rekeningen namelijk. 10,99 euro. Uh, ik wou het je zeggen. Als je een veranda kunt zetten op, uh, op, op, op wat je van mij verdient, en kan de premium fucking Spotify er ook wel af. Hè. Godverdomme. En uh, geef mij nog hier een gouden Carolus met Whisky. En ik zal iets zeggen hoe dat zit in Duitsland. Ah. <laughs> dus, mag je, dus geen openingsdans, ja, om, om we, economische redenen? Nee, nee, maar ik, ik, heb, ik, ik ben een beetje contrair als het gaat over zo tradities. Ik wou absoluut niet in een kerk trouwen, ik wou geen, ik wil geen een ring doen, ik wil geen openingsdans doen, omdat ik zo... Ik hou niet van... Maar gaan ze een gemeenschap van goederen, gast? Of uh, is het ieder voor zich? Nee, nee, maar, alleen, wij Zo... Dat weet ik eigenlijk niet. Dat is wel, dan is het uh, is, is geen <laughs> van God. Ah shit. Trust me. Dat, dat is wel benlijk, dus een vrouw die zegt. Nee, heb ik niet nagedacht. Oh, zo gelezen. een gast, zo wat graaf doen. Oh, geen kerk hè? En genieten dat is zo. Ja. Yeah. Maar dan wel gemeenschap van God. Ja, blijkbaar. Ik denk dat ik dat wel bedenk. Weet je dat niet nagelezen. Ik gelezen. vind dat wel. Ik, van de week moest ik ergens uh, ik moet serieus lesgeven in Holland, en dat is altijd wel goed, hè? Hollanders. Ook zo'n Hollandse journalistenpodcast lessen geven, wat eigenlijk wel fijn is. Ik moet dan wel... Dan weet je wel dat je... Dan moet de scherper staan. Allee, die, die zijn mondiger, mm. en die wisten allemaal... Maar dat was wel een coole groep. En dan, die waren ook een bepaalde wit. Zeg ik dan van... Het uh, begint een podcast... Allee, eigenlijk om dat gewoon te worden. En die begonnen zelf te gaan, en dan hadden ze de hoe goed dan Hollander al sowieso kan praten. En die hadden een ding... Of zo' zo'n huwelijken en dat soort dingen. En dat kwam ook zo. Eigenlijk in de, 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 de podcast ging we ook gemeenschap van goederen. En eigenlijk de verhalen erover. En dat is eigenlijk wel hè, dat je. Uh, had er ene veel geld. Hè, ik kijk nog niet naar bepaald iemand hier. Maar had er, had er ene geld veel geld. Oeh, Iedereen zegt je moet gemeenschap van goederen doen. Maar, de grootste dat... fout van mijn leven man. Ja, ja. Ja, maar die gasten dus er was die gast in, in de podcast die zei van ja ik kon noorderlicht, we gingen naar Noorwegen en ik denk dat ik het daar ga doen hè? En, uh, uh, en je zat dan op een moment ergens weet je wat, wel wat. Wat? daar dat komt die prenup afgeven ja, 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 zo ja. Ja, ja, hier, uh, ja, ja, ja zo. schoon hey, hè ja, hier Aurora Borealis ja, ja, dus je ja, wil wil met vertrouwen. Me trouwen En mijn shit is mijn shit. Ja, ja. ja voilà. <laughs> Hé, hey, een goede joke, maar je weet al, dat doe het maar, hè, man. Dat haalt de romantiek ja, wel ja. serieus uit, hè? Ah ja, ja, prachtig. Serieus prachtig dat je hier op de paas staan en zo. Ah ja, ook nog dit. Zal ik je iets zeggen? Mijn vrouw heeft tegen mij gezegd, hè, het is true story: die heeft tegen mij gezegd, schat als jij wilt dat we trouwen, hè, met scheiding van goederen, dan, hè, dan moet jij dat doen. En we hebben allemaal een vrouw en we weten allemaal wat deze betekent. Daar of daar mee af te komen. <laughs> <laughs> en deze huwelijk is gedaan. Dat was bij mij. Ik keek er nog en ik dacht, ik vind haar zo lief dat ga deze nonsens tegen me vertellen. Zeg. Maar ik weet sowieso, ik, ik had gezegd, zoeken, uh, wat van mij is is van mij. Hè? Ja, ja, dat dat de, toch een ander huwelijk. Moeilijk geweest. te vertellen hè? Ja. Maar ik had er ook niet over na. Nou. Ja. Ik denk dat ik ook wel. Maar had, had er geld. Nee, nee. Ik zo... Allee, gaan uh, loaded. Nee, nee. Nee, want dat scheelt ook al Nee, want we hebben samen... Nee, maar als je alle twee, heb... wel, je alle twee hetzelfde zegt, dan is het ook makkelijker. Ja. Mm -hmm. ah, ja, nou, ja nee, nee, ik, ik, ik zou niet, ik zou niet qua, qua geld zover erboven of zo, ja. dat, dat, dat dat relevant is. Ik denk dat zij zelfs meer geld... Want we hebben samen een huis gekocht en die heeft er veel meer voor betaald. Want die heeft wel gespaard. En ik heb al mijn geld, dat ik al mijn studentenjobs heb verdiend. Ik ging letterlijk heel mijn studentenleven elke middag werken in een frituur. Ik kreeg 25 euro in het zwart. Allee, is dus zwart. Misschien... Ik werk niet bij de sociale inspectie. Okay, ja. Het is verlopen waarschijnlijk. Het is verlopen, dat is lang genoeg geleden. Uh, en dan ging ik dat s'avonds opdoen het op café. Dus ik heb niks gespaard, want ik, ik zoop gewoon alles op. Dus maar sparen, is, is maar, dat nee. nog een ding tegenwoordig? Ja, blijkbaar wel. Want toen hebben wij een huis gingen kopen, zei mijn vrouw oh ja, ik heb spaargeld. En ik dacht, wat? De... Ik doe dat niet bewust, maar ik doe gewoon weinig geld op ja een ja. ja ik vind het altijd zo ga ze naar zo'n gezell een gezellige gast maar ga ze eigenlijk ook een ja een ascet onaangename nee nee, ja, nee, ja. Klootzak. nee maar <laughs> is hè alleen niet drinken niet uitgaan niet dansen niet veel opdoen Allee, ik ik verschiet nee. er altijd van zo ga ze wel een warme gast of zo merci wij zijn er nog even deze. laten hangen, mannen. Ja. Want uh, die onaangenaamheid wil ik nog even voelen. Dus, uh, wij zijn er nog ooit niet? geld doorheen gegeven. Wij ja, mijn laatste Ja, zeg <laughs> ja, zoveel. In een auto of. of nee, helemaal een tv. Thuis. Ik ah, zou ah, een zo ah, ja. 5.1 systeem. Toen, toen wij alleen gingen wonen, um, ik heb altijd gezegd dat ik alleen ging wonen. Dan ga ik daar echt een smak geld tegenaan gooien. Tegen een tv en, en zo. Uh, 5.1 geluid uh, dingen. En dat heb ik gedaan. Dat is echt eh, wel, uh, en is het goed? Ja, ja, ja. Ik knie er nog elke nacht van, de dus ik druk in een seconde spijt van. Wel, een bras moeten maken met Rachel, maar het was het waard. <laughs> Waarom? Voor de, de kost of de, het feit dat dat veel te lang ligt? Het uitzicht. Ja. Oh, ja. Ik kwam zo thuis en ik, had, ik was gaan werken en ik had me zo'n paalvraag alles geïnstalleerd. Dus ik kwam thuis en ik stond er zo: kijk de speakers in de living. <laughs> die zat, die zat in niet in de carré. Ja, <laughs> ja dat was uh, <lacht> <lacht> Die zat er meer uh, koloniale stijl die <laughs> naar weg <mij> was. <laughs> maar, uh, <laughs> nee, <op> die <laughs> Simbad met die lamp heb ik buiten gezet. Ah, <laughs> oh, daar gaat de Higge. <laughs> oh, man. Kunnen we iedereen mee een platten in zijn Ziet meppen dat dat woord bovenalt, alsjeblieft. Jesus fucking Christ. Laat hem anders een kaars aansteken en een wollen trui aantrekken. Want dit is gezellig. Nee, nee, 5.1 en ik blaas aan los tot in de keuken. En nadat je er toch zit, brengt wat eten mee. Fuck. Dit gezegd zijnde, ik ben niet getrouwd met scheiding. Daar heeft kreeg alles. Dat zal dat ik zeg. Uh... Ja, ja, dat is wel, hè. Ja, dat is, ja. Ja, dat is wel. Uh... Ja, ja, zeker. Wat ik altijd straf is dat ze die miljardairs in Amerika, like die van Amazon en zo, de bezels daar, hè, dan is het ook gescheiden en ook de helft moeten afgeven. Oh man, man. Maar die waren al getrouwd voor. Eh, ja. die, die waren al getrouwd en dat is zo een boekenwinkel in hun garage hebben. Ja, ik vind ja. dat wel ja. maar Ik vind dat ook wel eerlijk. jaar ergens... geleden. Ja, en dan denk je twintig jaar later, godverdomme. je. Het is jette. wel rustgevend, <laughs> niet? Het feit dat we toch eigenlijk in zee allemaal hetzelfde zijn. How oh. many more? GREAT <laughs> man <laughs> There is an epidemic of gold-digging horse! <laughs> Coming over the hill. Dat well, is ook meer een horde yeah. over een heuvel op je kop Otto de Dan denk ik, oh for fuck's sake. Ja. Yeah. Ja, yeah, man. Ja, ik heb het toch ook niet gedurfd. Hè. Ik, euh, ik moet er echt eerlijk in zijn. Ik had... Maar er is ook, ik ben er ook een beetje ouderwets in op bepaalde ja, vlakken. Oh, je ja, je, ook een je beetje... doet dat ook allemaal samen. Hè, man. Die moet al, al, ja. Sorry, wat even. ik gezegd? Ik heb toch even uh, gold digging man. Wist je al dat? A gold digging man is called a whale. Oh, cool. Dat is wel raar, hè? Een whale is ook een hele grote klant. Dat is ook zoiets. Als je in de gokwereld. Bijvoorbeeld, uh, allee, dat weet ik van, uh, van uh, Las Vegas TV-programma's. Maar als er iemand binnenkomt waar ze van weten dat ze een mega high roller dat ah, is ja, ook een ja, whale. Ja, ja. hmm. En waar ze van zeggen: Ja, ja die god. Geeft hij wat cocktails? Ligt ja, er wat eieren ligt onder? Ligt daar heel in, veel eieren en, uh, onder? Ja. want die geeft die heel veel <laughs> geld. Uit. Ja, dat is een beetje, dat doe ik wel. Zo, jij ja, gaat naar womensweekly.com, Weekly.com. Dat is ook de andere manier. Dat vind ik ook wel interessant, hoe dan een gold digging man. Zichzelf uh, gedraagt. Alright, en is benieuwd. He has no job and isn't interested <laughs> in finding one. Dat is al wel een hele <laughs> goede opening, <laughs> hè? <laughs> Ik denk dus, niet dat je deze artikel nodig hebt. Om he experiences door te hebben. constant emergencies. <laughs> dat is ook wel, kago. Als iemand van ons zich aangesproken voelt, ja. Eh? Ja. dat klinkt ook als een junkie. Like he has no ambition. <laughs> ja, ja, oké. Okay. Oh, cool. De volgende is al een goede, Alex. De volgende he is... encourages you to buy things for us. Een geluidsinstallatie, waar put die? Maar jij gaat dat ook leuk vinden <laughs> in het leven. Hier hebben we nog eens een trailer van een van of andere van Hans Zimmer. Zo, dit is wat ik echt tof vind. He asks too many questions about your family's financial background. Really? En wat doet uw vader nu weer? <laughs> He does a sudden 180. Dus hij doet een veranderwaard dus Some male gold diggers are charming and don't exhibit any such tendencies. for uh, the at least yeah, but yeah, then yeah. once you're emotionally <laughs> invested they will make a 180 degree turn and start leaning on you for money <laughs> okay this. he knows your atm pin but struggles with your phone number that's well a he sees you as a leg up okay the only affection he shows you is on payday <laughs> jesus fuck man <laughs> the conversation always ends with money Ja, wel goed eigenlijk. Dat komt mij wel allemaal keihard bekend, ver, maar. Uh... <lacht> <lacht> ik denk dat ik deze nog wel de ja. grappigste vond. wat uh, was het nou weer? Hier. Uh, he, he experiences constant emergencies. <laughs> Je gaat niet geloven wat mij vandaag overkomen is, maar het gaat u wel geld kosten. Je hebt ja. wel zo van die mensen, hè, zo familieleden en zo. Ik kon ze niet noemen, bij naam of niks. maar Zodat je een telefoon ziet verschijnen en je weet, dat kost mij ofwel tijd ofwel geld. Want <laughs> die bellen nooit omwille van hoe is het met jou. Ja, ja. uh, of daar beginnen ze misschien mee. Maar je hebt al lang door dat dat doen geen zak interesseert. Er, er gaan een draai komen in de conversatie, ja. na ongeveer drie minuten. Dan zo. Ja. Maar ik heb... en met de dochter alles oké? Okay. Zeg waarvoor dat ik bel. Ja, en dan weten je van, ah oké. Okay. Ik, ik heb al uh, mensen gekend toen ik me hoe goed mee overeenkwam die dat wel deden. Die echt vrouwen hadden en die eigenlijk financieel uitzogen. Ja. Dus het, het gold ding, ding is echt wel. Uh, er zijn ook wel venten die dat kunnen ofzo. Ja, maar... Nou, ik ken er niet veel meer. Maar... Nee, maar dat is niet een, enkel een. Uh, hey, de, de joke nee. is altijd, hey, de vrouwelijke ja. kant, maar er zijn echt vinten genoeg die dat ook. Uh... Allee, ja. Mijn bom is ook volledig uh, gestript door Zerena. Ja? Ja, toen een uh, grootvader gestorven, ook zien, uh, een gast tegenkomen en die ook echt uh, tot laatst een euro geplukt. En dan denk we dat door als eerste en ja, zij ja. als laatste. Ja. En wat ja. waren zo de symptomen? Wat was zo... Herkennen er iets in? dan? Ja, de... voor zijn verjaardag een Mercedes gekocht. Oh ah, ja. <laughs> <Holy> shit! <laughs> Er had er wel een alarmbelletje okay. af. GELACH je okay. Met de familie, zo. Volgens mij is niet gewoon nee. wel. Hey, maar, maar dat kan me wel voorstellen. Maar oh, uh, dat, dat is het ja, want, want, he? he? want de zonen. Ik hey, denk dat niemand echt uit is om de, voor de erfenis. Maar dat is wel het onuitgesproken. Dingen he? die is zijn. Geld gewoon. Ik hey. hm. well, denk dat niet dat bij ons en die zusters speelden. Maar eigenlijk zie je gewoon een moeder in een ongeluk storten. He? Die echt geen nagel meer om haar gat te krabben. En uh, je ja, kunt er niks aan doen. He? Want. Uh, ja. En was hij een jonger? Ja, wel een jaar of tien zelfs. Maar die ging aan op restaurant en bloemetjes en. en ja, die deed dat is goed. Hè? En, maar die, die zelf, die zijn kaart kwam nooit boven? Dat denk ik nu, ik zo, nou, kijk niet echt op de hoogte van de hele situatie in detail. Maar um, ja, zoals het zal zoiets wel zijn geweest. En ook niet de eerste keer blijven dat hij dat doet bij vrouwen. Ja, dat is dan dikwijls met die mannen zeker. Dat die zo... en, als je, en als je die ontmoet, je die ontmoet je gast? Ja, ik heb hem al tien jaar niet meer gezien. Was dan een gladden... trouwens, ook niet meer. Zat. <laughs> <laughs> ja, maar... ja maar... een heel lekker alles. Een zo. Ja, ja, ja. Stereotypisch. Ja. Dat is wel zo Ik heb er ook zo enige kind, uh, uh, zo'n aangetrouwde familie, en die had dat ook. En dat was ook zo. Ik ken dat gevoel als je zo iemand ontmoet. en dat is zo overduidelijk. dat je echt denkt: ik kan niet de enige zijn, maar je kunt het ook niet benoemen. En dat je dan toch ziet hoe dat zo mensen slagen in hun opzet, terwijl je denkt: deze is toch overduidelijk? Hmm. Wilt het dan dat, dat het is eigenlijk zo overduidelijk dat je bijna denkt: het kan niet, want anders zouden niet zo overduidelijk zijn. Ja. Ja. Dat is een beetje een, Dat is wel een goeie truc eigenlijk ook ik je zo obvious dat iedereen denkt: dat kan niet. Hè? Mm -hmm. Want dat, ja, dan zit het toch slinkser of dan zit het toch. <laughs> ja, als je dat dan denken, doe, dan doe men... dat toch niet zo overdreven ostentatief. Of, of mensen zo. die geen schroom hebben. Want dat is eigenlijk. Hè? want mm -hmm. Ik denk dat de mensen in deze kamer zitten. zijn niet allemaal heiliger dan de heiligste. Maar je zou dat toch niet doen. Je moet ermee kunnen leven. Ik ja. zou het zelf niet kunnen. Maar als je iemand echt een gronde richting hebt. Ja, echt leeg zo. Als je zelfrespect hebt, dan doen we dat no. toch niet. Maar Alex, redenen heb je ook al meegemaakt met onbekende mensen: dat je zo'n mails krijgt van Ja, ik zit in de problemen of, of ik heb een ziek kind en ik heb geld. En de redenen het al gehad? Nee, weinig. Moet ik wel eerlijk zijn. Maar, uh, ik, uh, go, ik ben wel heel goed van uh, weinig dingen te lezen dat mensen naar mij sturen. Dus dat heeft er <laughs> misschien ook veel mee te maken. Is wel maar, de truc. maar ik moet wel eerlijk zijn: dat ik weinig, of ook zo van familie of zo, want je hebt gehoord van die verhalen. Hè? Mm. Mensen dat ineens nonkels en tantes horen die ze nooit niet hebben gehoord. Mm. En ineens gaat dat over geld en zo. Maar dat kan ik wel. Echt heel eerlijk in zin dat ik daar uh, zeer weinig mm. last van heb. Uh, ja, dat, dat ik niet veel mensen heb... Ik denk dat, dat de eerder ook... bij het benefit gegeven is of zo. Ja, en dat vind ik dan ook wel weer oké. Okay, want ik denk ook altijd... Ja, man, je kunt het ook maar vragen. Hè, als, als het ja, ook ja. een doel is waar ik wel iets voor voel... Of ik, ik heb al zo'n aantal dingen gedaan voor een kindje dat dan therapie nodig had voor, voor kanker. En dat was dan een dure behandeling. En die ouders zeggen... Hé, hey, dat is aan iemand dat je kent via iemand dat je ja, ja, kent. Ja, ja. Ja, ik en dan zie... denk je... Hé, hey, waarom ook niet? Ik bedoel, als, 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 als af en toe... Hoe zeg je dat als, als dat iets wat meer kan opleveren dan alleen maar voor uw eigen portefeuille, dus is ook een beetje karma nodig hebben. dat heb niet rechtstreeks geld voor... voor... als ja, anders ja. nee, rechtstreeks eigenlijk van... tot hier Schrift toe. Uh, ja, maar, oh, 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 ik ja, herinner me ik wel, ene keer dat ja. ik erbij was, ja. maar ik, ik weet het ook niet meer. En als ik het zou weten, zou ik het ook niet zeggen. Maar gaat de een benefit voor iets, En dat was wel zo'n zal van. Ik zal zeggen 500 man ik of zo. Al wat ik en, en, uh, en, uh, ja, ja. En, uh, en dus je gaat Huda, dat zit vol. En allee, die show is top. Allee, ik bedoel, niks mis. En die organisator zegt: ja de ouders willen haar uh, ontmoeten. Allee. Dus was eigenlijk tot dan is er rond dat verhaal niks mis. En die mensen komen eraan. En die zijn eigenlijk ook heel vriendelijk. En die komen ook dankjewel zeggen. Dus je denkt: we gaan hem naartoe met deze verhaal. En die zijn weg. Maar, en toen denk ik dat zo even stil was. En dat gaat dan zelfs even. En die al ook gezien. En die waren echt van kop tot tien in Ralph Lauren gekleerd. Hey, ja, zo. En die hadden zo'n bak van welvaart. En zo van die... ik weet Van die schoenen met een gouden kettingen hey. erop, zo. Zo van die loafers. En zo geen broek van Levi's, maar van Armani. Ja, met dat, werd wel, dat werd wel awkward. <laughs> dat ik zo dacht van... Goh, die, die goh, dat geld hier Je, bedoel, je een benefiet moeten doen, want anders hadden die je een tweede Bentley moeten verkopen. En dat is ook niet menselijk. Maar ik, ik herinner me dat, dat, dat niemand dat zei, want dat is... Eigenlijk heel respect. Het ding zelf was heel serieus. Hè. Het ging niet over ja, ja. Uh, dat maar dat was zo. Dat ga, ik, ik weet dat jij toen benoemd en dat iedereen blij was. Want ik ja, had het ook vergeweken. Maar zo, ik was toch niet de enige die naar die na alleen maar. M, m, uh, Polo-spelers op een paard gezien, dat is een minuut. Oh, dat is wel goed, ja. Dat ik ook dacht, uh, so, you're not poor people, hè. Huh? Ja, dit, dit, dit was ja. niet de omgeving waar mensen geld tekort hadden. En vooral uh, dat ik er dan, natuurlijk, uh, zoals het een benefiet uh, uh, betaamte uh, voor niks heb staan optreden. Hè? Ja, ja. Dus dat is ook wel even duidelijk dat je dan denkt, oké, okay, maar ja, aan de andere kant denk ik ook altijd, die kleine zal er maar goed mee gewist zijn. Ja, ja voilà. It's, uh, Ik heb, ik heb daar... I don't know. Ik heb vorig jaar... Ik was zo via via terechtgekomen op een benefiet voor baby Pia. Zo dat, dat kindje dat zo'n een ja, 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 ja. duur medicijn wordt. 1,8 miljoen euro, Novartis <laughs> Shout-out naar en... Novartis. Ja, maar... Laten we even chingen op Novartis. Ja, jongens, daar, daar reed ik ook een jongen goed om Ze uh, Voor één uh, spudje zo, wat was voor, yes. voor niks gaat de zon op, zeg ik. <laughs> dus, okay. Maar ik vond dat... Deze een... kan man en bronnen niet trekken, zei al de rest. Uh, maar... ja. Dat was kei-absurd. 1,8 miljoen kei, euro voor een pil. Ik was kei-blij, want ja. de, de, de week ervoor hadden die zo in een crowdfunding gelanceerd en dat had je gepakt. En die hadden eigenlijk al het geld dat ze nodig hadden voordat die een Benefit begon. Ja. En daar was ik keihard blij mee, want ik had dan dat verhaal gevolgd en ik wist, ja, 1,8 miljoen, dat gaat het niet ophalen met uh, 300 mensen in een parochiezaal 6000 Toegangstikket 6.900. Ik had zo het gevoel ervoor van, waarom ze me deze ontdoen. Het, 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 het cijfer, de kost van dat medicijn, circuleerde wel in de media en ik dacht echt. Ach, oh god voor de meneur die kitjes moeten zijn voor we daaruit het want dat was echt niet groot genoeg en ik had even, ik ben blij dat al betaald is dus want anders zijn ik hier heel slecht. Ja, of dat je zo weet. Cool. hier is ook nog 731 ja, ja. euro. Ja. Hm. Dat je zo zelfs tot achter de, <laughs> tot achter de comma moet beginnen tellen ja. omdat ja, je cool. nog cool. Ja, nee nee een nee nee hopelijk verkocht. Oh, fantastisch jongens. Dat is hey. Eddie Murphy. Hier <laughs> is 300 miljoen dollars. 50 cent. Because <laughs> I just want to contribute. Je denkt, yeah, right. Oh, zo so goed. Eh? Wat ik wel opvallend vind is dat hier in Vlaanderen zo de perceptie over comedians, hij, hij, zo de topcomedians, krijg jij en de Geubels en zo, dat de perceptie denk ik, als wel is dat die niet super veel geld verdienen. Hij, ze weten nu bijvoorbeeld op het werk hè, dat ik een curve doe. maar doen. Mm -hmm. En over was vroeg een collega, oh, die een nieuw, kan hij eigenlijk leven van zo'n comedy? <laughs> ja, die, ja maar dat is toch goed toch ja maar dat is toch de L perceptie lotterdammer maar denken maar ik weet ik ik kon geen naam zeggen, ik zeggen ik, de, nee ik kon toch zeggen maar ik kon toch zeggen dat is eigenlijk niet, niet gemeen maar de, 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 de wolf hè, van de comedy bookings die zei dat ook ooit eens tegen mij van ja. maar dat ging eigenlijk als een compliment naar u eh, want ja die wist natuurlijk wat ga... je ja, een dure klootzak is dat uh... <laughs> ja, ja maar je wist oh, ja die, die 70 shows vanaf een seizoen dus je wist natuurlijk wat hem mm -hmm. Recht onover en die zei ja. En die had ooit wel eens op mij gevraagd: ja, in wat voor iets woont hij? <laughs> en dan zei ik: Ja, nee, een heel mooi huis. Allee, een mooi dat, dat je nog in, in Bergen woont, mm -hmm. zo. Een mooi, een mooi rijhuis. Ja, maar die kon er ook niet van uit. Nee, die een graven bak, maar gaat lang met een gewoon heel deftige nottogen. Allee, niet cheap. Dus maar je was, het maar gewoon, gelijk dat is, dat was een keverken. Hè, waar ja, ik ja, maar ik bedoel, deed. dat kostte ja, ja. ook uh, 25k. Ze was niet dat dat gratis was, nee, 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 maar nee, dat, dat je wel onder stand leefde. En ja. die had dat toen ook als van: ah omdat je natuurlijk ook wist wat hmm. er binnenkwam. Maar ik vond dat eerder een compliment dan. Nou, uh... ja, ik vind het ook wel cool. Ja, ik zit ja. niet zo'n. Uh, allee, nu is het nee, in ieder geval al wel een beetje meer. Hè, omdat je zo. Op een bepaald moment wordt er dan echt uh, door uw boekhouder gezegd. En dan weet je dat, dat je. Hoe zeg je dat? Winning at life, zei Als je het tegen haar zegt, gast met uw stripjes en uw platen, daar gaat het niet mee doen, hè? Want dat is waar ik dus geld aan het geef. Ik geef geld om vinyl soms te veel dan, want dan koopt je zo'n ja. belachelijke. Oh ja, een limited edition en je vindt het niet meer. En dan geef je geeft dus zo 200 euro aan een plaat, het eigenlijk belachelijk. is. Maar mijn vrouw zegt dat ook altijd: Jongen, ja, je geeft dat om niks anders. Het. Mm, oh. Dus ik ja. zie ook altijd die hele. Er is, ene is die iemand die... een per meike goedkoper. Ja, ik, ja, ja. ik, ik ja, zeg voilà, ja. gewoon comics aan het dat kopen zijn geen dure, en boeken en platen. Comics, allee. boeken en platen, dat is het enige dat ik eigenlijk heel de hele tijd koop en, uh, koop. en het was letterlijk uh, gezegd. En op den duur beginnen ze ook dingen te zeggen als. Je kunt al wel eens een naam huis betalen dan waar dat je zit. En dat was zelfs nog niet de reden, want de reden waarom ik in Mortsel ben gaan wonen. Ja, mijn vrouw, hè, uiteraard, die zei, van, die zei van. Ja, ik wil, een, ik wil niet, niet meer in een rijhuis wonen. Ik zou graag een losstaand huis met een hof. Maar dan voelde ik al. Ja, het centrum van Antwerpen dat is al openloos Dat niet gebeuren. Maar het enige, ik had één voorwaarde. Ik heb altijd weinig voorwaarden, maar dat is ze dan wel. Ik zei ja, ik wil niet zo in Kalmthout of in Brasschaat of in zo'n zo ent buiten Antwerpen gewoon Ik zou graag nog wel in de buurt blijven. Dan hebben we in Morsel iets gevonden dat zo de vakjes aftikte. En je doet dat dan, en ik, ik woon er ook graag, dus dat is ook geen probleem of zo. En dan jouw ja, noto die is afgeschreven. Dus dan zegt uw boekhouwer weer: Ja, manneke, nou weer het wel eens tijd dat je nog eens iets koopt. En dan werd er ook gezegd. En niet van die goede koe op een brol, gelijk de vorige keer, want er is kloten. En dan beginnen ze te voelen: ah, we moeten misschien eens een beetje verder gaan kijken. Hè? En dan had mijn manager wel weer zo een of andere cool deal geregeld. Dat je... en want een gratis auto, misschien is dat wel als je, als je een, een mega bekend. Ik zal naar zeggen: als Brad Pitt binnenwandelt en zegt: Kat, gei, ja, ja. Het is gewoon het feit dat hij er neffen gaat staan mm. in een selfie trick die zijn voor die mensen genoeg. Ja, daar zitten wij niet, want we zijn in Vlaanderen. Maar je krijgt wel deals. Mm. Je krijgt wel dingen waar ze zeggen: Hey, je krijgt een full option, maar je betaalt er wel niet de volledige prijs voor. En maar... dat is wel cool of zo. En soms denk ik dan ook: Ja, waarom ook niet? Want het is ook niet dat je er niks voor gedaan mm. hebt. Maar ik ben ook nooit iemand geweest die je zo altijd maar vindt dat je dat moet krijgen. Zo, hè? Zo, ik, ik heb nooit zo'n moment meegemaakt om, om iets wat ik bijvoorbeeld. Dat was tegelijkertijd tof en mega gênant. Tegelijkertijd. Omdat ik ook Vlaanderen zeg. Je weet ook wat voor mensen dat wij zijn. Dus je staat aan te schuiven in de rij voor te gaan inchecken aan de, aan de luchthaven. En eerst komt er een gast aangewend in een kostuum en je zegt: Meneer Rijknieuw, kom maar even mee. Dus ik wandel met mijn vrouw en, en, en mijn dochter mee met die mens en je zegt: Ik zal u hier even inchecken. En je ziet een heel raar je Niel naar kijken van motherfucker. Ah, ja. En je snapt hoe hij je, je nagevoelde, maar tegelijkertijd denkt ook, maar ik stond daar niet op, <laughs> Dus dat is, dat is dubbel, hè? Want je ziet wel die fucker die je op dat moment tegen iedereen zegt. Woehoe, maar aan ja, ja. de andere kant denkt ook. Ja, maar als het mij aanbieden, ga ik nou ook niet nee ah. zeggen. He, want niemand in de rij zou dat ook doen. Als er iemand daar naar wandelt en je zegt. Gij. U pik ik eruit om dat te doen. Maar dus dat is eigenlijk al een beetje moeilijk. Dus ik heb altijd zo wat uh, moeite gehad met zo, hoe zeg je dat? De vlag buiten te hangen. Van je doet het goed. Dat is ja. dan dat Vlaams ding ik denk zijn ook dat wij wel dat over dat, geld ik denk hebben dat er zo. in perceptie een verschil is, dat, dat veel mensen zo comedians, omdat dat een volkse. Hmm. Um, kunstvorm is uh, de, altijd ervan uit. Kunst! Ja, ik noem het even een kunstvorm. Ja, ja, ik, ik vind dat wel, ik vind dat dat mag. Die, die reactie was ook al wel goud hoor. Kunst! Dat is allemaal een beste maat, he, dames en heren. Ja. Ik wil deze even ah, meegeven. Ja, als ik hier zit, spreek ik voor het volk. Ja, ja, dat ja. zal wel. Ja, 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 inderdaad. Ja, ik ben de stem van het volk. Beckers, dus, 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 de man van het volk, dames en heren. Dus, dus die, die, die spontane reactie is eigenlijk wel een puntje. Kun je nou eens een broekje van mij smeermijnen aan het Picard? Dus ja, je zegt, ja, zegt kunstvorm en jij begint te lachen. En mensen vinden dat zo. Jij zo toch gewoon maar op een podium mijn moppen te vertellen? Mm -hmm. Terwijl dat, een acteur, ja, dat, als je dat kunst noemt, dan zeg je direct ja, oh, tuurlijk. Maar mensen overschatten denk ik wat acteurs verdienen, uh, om, omdat ze dat hoger inschatten qua... Zo, het feit dat je af en toe op tv komt, dan denk je mensen, ja, oh, dan, dan redden met Ferraris rond en dan redden ze gewoon geld mee open. En dat je gewoon... Comedy op een podium zo te doen ergens in Vlaanderen, daar verdien je geen kloten mee. Terwijl het eigenlijk andersom is, ja, want misschien ik vind dat, ik vind ja. dat je het best oké okay verdient mm, voor wat maar, je ja, eigenlijk... Sorry, het is een ja, zwaar ja. andersom, mannetjes. Dus, De wat wat jij zegt is absoluut waar. Wat jij, bedoel, gij, Uiteraard, het is geen geheim, dat zou al dat ik zeggen. Uiteraard vind je veel, maar je doet sportballen. Maar eigenlijk, ik weet dat ik... Toen ik in het een joker was, en dan was ik echt nog vollenback kon het spelen. En dan herinner ik me um, Dat wij zo... Dat was wel een hardcore bandjes, maar dat ik dan voorprogramma's deed van echt grote bands. Ja. Maar, allee, echt gigantische bands. En ik, ik speelde zelf in een band dat I.T. en dan kregen ze 100 euro voor naar Wroklaf te rijden in Polen. En dan zag ik zo een open mic zo, gesuk, van hier tot hier naar achter. Ja, we hebben maar, uh, we hebben maar 150 euro voor u. En dan dacht ik echt, of, en voor iemand dat daar dan zo stond, op een zondag dan zo: uh, Ja, ik heb eigenlijk niks voorbereid. <laughs> ik kan al ja, draaien, platen is... het. Hij ah, bedoel. Comedy oh. is wel een tijd, zeker met die boom, in 112 echt mega gemakkelijk gaat. Ja. Misschien is het wel te jongder voor ons. Nee, dat kan, ja. hè? Nou, ik zit in die generatie. Ik ben de generatie. Nee, die na u die... Die gaat gezorgd dat die generatie na u het gemakkelijk heeft. Ja, maar, die, maar onze generatie had bepaalde voordelen ook, omdat we met heel weinig waren. Hè. dat is ik altijd het goede eraan. En je me niet veel zijn. Ze willen comedy. Je moet ook niet veel om te kiezen. Hè. Dus Er zijn redelijk veel shows. Maar het is wel waar dat je zo even een, een enorme. Ik denk dat we zo een, een rare periode hebben gehad, dat er ineens zo. Veel volle kop stond. Dat je mij had in de, de, de Wim Helzen, de Wouter en, en ja. de Pree, de Thomas en de Nigel. En, hè, dat was zo een heel ploeg die er ineens was, die ermee bezig waren en die hebben dat dan zo eventjes eh, allemaal op gang getrapt. Ik maar heb dan, wel, oh, ik doe dat nu ja. zeven jaar en ik kan er nog altijd niet van leven. Ja. Dat is nog altijd niet. Oké, okay, corona heeft er wel echt een serieuze stok in gegooid. Hè, dat, dat was ontgroeien. En dan komt er dan gaan er niet van goed leven, is toch cool? Ja, maar. <laughs> <laughs> dat klinkt echt goed met een mond vol keist, hoor. Ik kan. Ga je zitten ook in Japan, Louis? Hé? Hé? Kon eens even slurpen op een fucking whisky infuse? De, de stem werd volk in en hebben ze hier. Ga de speek... Carolus, Brouwraad, Anker-Michela. Zou wel zijn. Dat zal wel zijn. Nee, maar ik bedoel dat toch. Allee. Ja, er niet ja, om... het verschil tussen een bekende comedian en een niet bekende, los van de kwaliteit. Hè? Maar ah, wel, ik denk dat dat hij inderdaad niet, bekend... niet per se met met, met kwaliteit mm. te maken heeft, maar gewoon waar worden geboekt en, en, en hoeveel worden geboekt? Ik word altijd gezet in line-ups. En, en ik vind dat plezant, Ik doe dat keihard. Maar dat zijn niet, dat zijn niet ongelooflijke vetpotten. Nee, maar die line-ups is dat niet, zolang je in line ups zit, ja, dan deelde de koek. Hè. Mm. Ja, ja, dus niet, je niet, moet, je niet, je moet een eigen show de... hebben ja. en, moet, en er moet een beetje volk op afkomen. En dan kunnen we ervan leven, denk ik. Wanneer gaat wanneer, wanneer het? Echt, wanneer, ach, vanaf welk jaar, dus niet per se het jaar, maar vanaf welk jaar in dat carrière je zoiets? Oké, okay, nou verdien ik eigenlijk meer dan ik zou verdienen met, op basis van mijn. Uh, je weet wel, professionele um, capaciteiten. Ja, ik, ik was al even bezig en ik heb toen het Leids Cabaret Festival gewonnen. En dat was eigenlijk dat was zo... Een ja, een start eigenlijk nog part-time werken en part-time ja. optreden. En dus ik was dan uh, zelfstandig in bijberoep. Dus dat was ik toen aan toen. En dan speelde ik redelijk veel shows. En dan uh, was er een moment, dat was eigenlijk het belangrijkste moment. Zo, want Leidsee natuurlijk nog heel veel geleid. <laughs> omdat, <laughs> omdat ik... Uh, omdat ik toen in eerste naam was, hè, dat je ook in België mensen door hadden, omdat ik dan ook al de, hè, de eerste Belg was dat dat gewonnen had en er ging zo wel wat kak aan. Maar dan was er het moment eigenlijk dat ik. Er um, was een, een TV-programma, de Bovenste Plank heette dat, Urbanus. Ja, dat was eigenlijk ervoor. Hè, dat was zo'n soort uh, veredeld archiefprogramma van, van de VRT, waarin dat er um, klassieke sketches van mensen als Gaston en Leo en Urbanus werden getoond, want tussendoor deden ze de moderne nieuwe comedians waren dat toen en dat waren dat was Ikke, dat was Wouter de Pre dat was um, Wim Helsen ja. dat was um, Stevig. Dat, dat was de <laughs> dingen uh, dat was avond hey, in Bree is dat toen opgenomen in de Breugelzaal in Bree een zaal die niet meer bestaat Jammer, maar helaas want dat was kei cool en dat was um, wacht ikke, Wouter de Pre Wim Helsen Nigel Williams um, hoe heet hij al? Uh, Bert Kruismans, um, Raf Koppes. Dus dat was een avond, ja dat was eigenlijk een beetje de hoe's-hoe van comedy. Dat was een, op op een stevige line-up op dat moment. Nog altijd is dat een stevige line-up. het zotste was toen wij eraan kwamen, ik en de WIM, uh, er, was, er was een line-up uh, uh, volgorde besloten. En ik, uh, ik moest afsluiten en de WIM speelde voorlaatst. En de, die ploeg van de VRT die dat er toen stond. Die zeiden letterlijk: Waarom moeten die gasten afsluiten? Dat zijn geen BV's. <laughs> He, wij kennen die niet. Want zowel, zowel, de, uh, zowel de dingen, de, uh, de Wouter, als de, de Bert Kruismans, als de Nigel Williams, die zaten toen in de, in de Rechtvaardige Rechters. Ja, ja, ja. ja, ja. En wat toen het meest populaire TV-programma qua humor in, in Vlaanderen was. En um, wij waren totaal niet bekend. Alleen in het comedy-circuit waren wij bekend. Ja. Maar nergens anders. En ik had toen al wel het Leids gewonnen, maar ja, het Leids betekent ook niks voor oh, de gemeente. Ja, ja, ja. Dat is tot even in de ja, krant. Voor de intelligentia zegt, oh, is dat een ja, interessant gegeven, ja, maar voor maar, een... maar zelfs voor die mensen ook voor vijf minuten en dat is het. hebt ja, ja. even een momentje, want ik stond toen nog, dat weet ik nog, dat ik aan toeren was met uh, Kaboom. Ja, zeg maar. Dat is wel funny, ik vroeg gewoon in van mijn jaar dat geld begon te verdienen. Ja, maar het komt eraan. al? Komt eraan. En... Kom al? <laughs> <hij> ik kan gewoon horen, jaar vier, voor die mannen al, eigenlijk. Eigenlijk ja, 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 Maar, fuck it, ik ben nou bezig, dus nu ga je de lusten. Um, Pas op, hè, ik drink nog één carolus en dan weten we helemaal niet meer hoe lang dat mijn verhaal Ach, ik weet het nog, als kind was ik ook al grappig. Nee, nee, maar het, het, het idee was dus, nou, nah, blijven we gewoon Ik kan me niet meer schelen. Het begon het, in de 86. We kunnen niet meer terug. Hè de Herald of is... Free enterprise ja, <laughs> De Challenger was ontploft, dames en heren, want er zat een wijf aan het stuur. Ta -ta 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 maar uh, in ieder geval, um, dus... Ja, nu is de deze, deze na nou een kut verhaal, hè. dan mag het ook niet meer Dat Maar ik kan dat toch vertellen. Dus ze hadden toen gezegd: van wie de fuck zijn die gasten? He, wij ja, ja. kennen die niet. En ik weet nog dat toen, uh, ik denk dat het, dat het de Raf Koppers was, die dat zei: ja, ja, wacht maar, je zult wel zien, beroemd dat die gisteren ja, ja, ja. stonden. En het ding was dat ik zat in die eerste uitzending daarvan en dat had een miljoen, tweehonderdduizend kijkers. En vanaf de ene dag op de andere was ik letterlijk overal uitverkocht. verkocht. En dan ja. kreeg ik ook echt telefoon van: ja, je stond in de kleine zaal, maar je zit verplotst naar de grote zaal. En dus dat is heel rap beginnen gaan. En toen begon ik ook wel te voelen, ah ja, nu begin ik er te kunnen verdienen. En dat werd vooral het punt was, toen ik denk in 2005 was dat, dus twee jaar na het Leids, dat ik nog aan het werken was, part-time in een opera, en dat ik toen ineens door had, ja, ik verdien echt meer op één avond comedy dan een heel munt hier te zitten. En dan had ik wel door van, ja, deze heeft geen zin niet meer. Kun dus je, dan je in so je een seconde het uh, beelden, hoe rap dat je die nu ontslag hebt aangeboden? <laughs> ja, dat viel mee, zo. Ja? Ik, was, ik heb er wel over nagedacht. Want ik niet zo'n hele... Op dat vlak denk ik ook niet zo'n lefgozer of zo. zo want mensen ja. denken altijd, oh, hè, die heeft van niks schrik, Maar dat is eigenlijk totaal niet waar. Ik zijn veel... denk heel de hele tijd, oh, je hebt dan echt een zekerheid dat je loslaat? Hmm. Want dan ga je fulltime zelfstandig. Hè, dan zit echt daar. En dan zeg jij ook ja, volledig afhankelijk mm. van je eigen spaargeld. Van, allee, noem noemt dat allemaal maar op zo. Dus ja, dat was wel even een beslissing. Zo. Maar ik had gewoon ook door dat het begint belachelijk te worden. Want het werd ook voor de, de opera waar ik toen werkte. Um, niet meer. Het, wordt, het werd ook heel onaangenaam dat ik de hele tijd moest zeggen, ja, dan kan ik ook mm. niet. Ja, ik heb dan ook een show. Ja, ja. Dus je werkt niet alleen een parttime, maar je werkt ook nog eens part-time tussen dat uur en dat uur. Mm. Want anders gaat het niet. Je voelde dat dat voor iedereen onaangenaam aan het worden was. Dus maar daar, uiteindelijk ja, ja. Ja. Maar er is dus wel ja. een, een, echt een boost gevoeld van ook eens op tv te komen. Dat is dus niet bij iedereen waar. Hè? Wat ook heel ja. funny is, want ik heb dat heel hard gemerkt bij bijvoorbeeld hè, die, die dat zelf ook vaak vertellen: hè, de, de Henk Rijkaard en de Bert, hè, die zo dat programma Zonde van de Zendtijd hadden. En dat was een heel succesvol programma. En toch hadden die, ja dat hij nagen eigen niet helemaal vertaald naar mijn zaal. Zoals bijvoorbeeld Henk bijvoorbeeld een enorm verschil is nu met zijn maker en met zijn dingen. Hij heeft zo'n kanaal voor zijn eigen gevonden, waardoor hij wel ineens een mega following en een fanbase heeft. Maar tv doet dat niet altijd voor iemand. En ik weet ook niet, vaak denk ik dat dat te maken heeft met de verwachtingen of zo, omdat mij ze gewoon leren kennen als comedian op een podium. Dus dat was het. En tijdschist. Ja, misschien ook. Ik denk ja, ook wel, niet, uh, ja. allez, er is een tijd geweest dat de comedian alles moest oplossen op tv. Er mm. kon er niet genoeg zijn, maar ja, natuurlijk kan een comedian niet alles oplossen op tv. En je voelt nu wel, ik denk dat het voor, voor alle generatie moeilijker is. Als in, ja, gewoon niet dat feel-good moment, het gun-moment van de comedian op tv is wel gepasseerd. Het is dus niet dat dat niet meer bestaat, maar er was wel een tijd dat alles, als je, als je een comedian wordt, dan ging het wel goed komen. Ik denk nee, dat dat niet meer is. Hmm. Nee, de drempel is wel hoger geworden. Hè. Ja, misschien wel ook niet dus, slecht is. Hè. Wat inderdaad voor de kwaliteit sowieso niet slecht was. Hè. Want er gaan sowieso minder... Als een drempel omhoog gaat, gaan er ook minder prutsers over. Ja. Dus... Maar ik, wat ik... Ja, dat is toch... En dat is ook voor mijn eigen, hè, want dat wil zeggen dat ik er misschien ook niet over ga. Dat is dan maar wat het is. Wat ik wel boeiend vond, eigenlijk, want dat is ook een beetje de reden waarom we hier zitten, voor de mensen die luisteren, was eigenlijk dan alles op een bepaald moment... Allee, de... Hey, zo'n try-out um, pakte Vincent mee, soms met u en dergelijke meer. En zo en al die dingen. En dat is eigenlijk iets heel Amerikaans. Want ik ben eigenlijk niet zo'n comedy-kenner, maar dat merk ik wel onder dingen dat ik, ik beluister, dat, dat daar vaak meer gebeurt. Zo'n een, een package. Zo'n ja, package. Ja. En een package wordt ook echt letterlijk een package. Hè? Een bende, dat zegt gehuren DAF en iedereen zijn vrienden. En, en eigenlijk een stad wordt hier een avond ingepalmd door ja. Een grote en drie, en die drie trekken er dan op. Maar eigenlijk is dat één een eenheid en zo. En dat is ook een beetje wat we hier doen of zo. Maar ik vind dat wel een toffe evolutie of zo. Ik denk dat dat ook wel mee met een tijd is. Zo... Um, dat dat... maar ik, wat ik wil zeggen? De comedian, in 2007 kon je niks verkeerd doen. Dan heeft je zo de backlash gehad, een paar dagen geleden, van... Fuck, niet elk programma is gered omdat er een comedian in zit. Maar ik vind dit wel veel toffer of zo. Jolle, die is, jij die niet meer alleen toert in een cultureel centrum, maar gewoon zo... Dan een crew hé, die afkomt. en... Ja, en, dat, is, dat is wel het ding. En dat is nog wel een verschil. Mee, mee, want eigenlijk zitten we daar nog altijd wel een beetje mee. Zanne. Want op, de, op deze vlak is deze land nog wel een beetje nauwerwets. En misschien is het dan wel om mensen gelijk mij, omdat wij Grutter zijn. van zo dat soort. dat wat te doorbreken. Maar ik vind het eigenlijk altijd heel leuk. van dit te doen. En het is eigenlijk altijd spijtig. dat dat bijna alleen maar tijdens je een try-out-tour is. En als je dan klaar bent. Dan ja. ga je de cc zien en dan doe je weer dat oerklassiek. klassiek Ga je dat avondvullend terug gaan staan. Nu, er zijn twee problemen met mij. Eén, ik kan niet korter dan een uur op podium staan als mijn leven ervan afhangt. Dus dat is al een beetje aan de hey, Amerikanen maken een uur en dat is klein. Voilà. Ik vind ook alles wat ik maak briljant. Dus als dat na een uur veertig duurt, dan denk je zou zeggen: Goed, na veertig minuten het. Dan denk ik altijd: Maar welke van die geniale veertig minuten zijn dat te? Terwijl dat je weet dat dat eigenlijk niet waar is. Hey. Soms zou ik ook iemand moeten nemen. Die zo naar mij komt kijken en zegt dat, dat en dat, schiet dat gewoon deur zijn kop en lot dat achter. Hè. Ik, ben, ik ben niet goed in killing my darlings. Ik ben er beter in geworden. Maar, maar dat is toch altijd moeilijk. Maar ik, ik zou wel graag willen. De, de, eigenlijk iemand dat dat al veel langer doet, en dan moet je met het krediet ook wel vergeven, is De Geubels. Hè. Dat Philippe Geubels had zeker in het begin van zijn carrière had die moeite mee, anderhalf uur. Schrijven, hè, die zei dat ook altijd zelf: van ik vind dat die heel moeilijk. En dan pakte die de Van Peel mee, die dat een half uur deed en hij deed een uur en mensen hadden een avondvullende show. Die is ook helemaal niks mis mee. Integendeel, ik keek er altijd naar en ik dacht: dat is eigenlijk keihard goed. Maar, gezien. Dat is, dat is deze ook vooral, veel plezier. Maar deze vooral, en die nou echt al, schrift na beloofd mij hier online: <laughs> door Dave Chappelle een uur, Rogan een uur, Bill Burr een uur. Ga je niet. Beloof mij dat je voor een nieuwe show is een uur doe wie weet wat er gebeurt. Ja, meest, al, je moet ineens wel teleurgesteld zijn. Nee, maar niet dat je mee meegaat. Beloof dan gewoon. Je hebt al, alles al bereikt. Je gaat alleen maar jezelf herhalen. Je weet dat je volgende show. Dat, dat, dat is alweer... niet waar, man. Ik blijf ja, geniaal. Ja, ja. maar gaat, <laughs> nee, nee, zien, nee, 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 nee. Maar je, je, ik wou juste zeggen: we zitten rap. Je gaat weer goed zijn. Dat gaat weer vol zitten. Dat gaat weer een sportpalaas of ticht, ticht tich zijn misschien moet er eens doen in deze tijden durf ik dat allemaal al niet meer te beweren. Het zou wel voorzichtig zijn met nu als sportpaleis leggen. maar ja, vroeger had je in vijf seconden naar munt nodig, maar het is nog altijd wel vol. dat is al luxe probleem. je weet dat je dat vol krijgt. maar misschien moet dat iets doen, een uur, ik denk dat dat wel cool is. en dan twee van die jackies, twee van die jackies ik bedoel, ik vind dat wel, je je moeten uitdagen of zo. ik was gewoon mee omdat je dat zei van, misschien moeten ze met die mannen een podcast doen en bla bla bla. en ik, zag het helemaal allemaal. Ja. terwijl, ik, dus je zit heel rap in een routine hè? Mm -hmm. en die culturele centra die helpen natuurlijk ook niet want nee. die, die ademen routine <lacht> ja, <lacht> dat is... Ja, is echt, <laughs> ja, er is ook niks waar je, deprimerender aan wordt, van Allee, je depressiever van wordt dan als je zo de krant vastpakt en er staat zo iets of je klikt dat op je telefoon dan in dit geval en je krijgt cultuursector dubbel punt en je denkt oh ja dat wordt weer een overloosgezaak en gezag. en dat is het ook momenteel. Plus je gaat die gasten zo onderbreken. Ik onderbreek. Ja? bedoel dat is ook denk ik dat je moet doen. na. je mm houdt -hmm. een legacy bezig, je gast zo'n gasten, de eh, like Jasper en de, de, de Vinnie. je die ook. Ja, dat, je voelt dat ook in Amerika die lanceren die. ik bedoel dat vind ik er wel zoiets dat, 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 en dat vind ik dat ga je moet doen. Ik mm -hmm. bedoel je met, met we doen dat al met de podcast en weet ik van, maar zo van ik vind dat ga je dat ook in de gubbel school. Waar, is waar, hij deed dat al zo. Hij deed dat, ja. ja hij deed dat. En dat ja. is wel um, omdat ik wel soms vind dat de, de comedian op zich. er was een tijd dat hem niks verkeerd kon doen, terwijl het hem ook soms middelmatig was. En na ja, kan hem niks nog goed doen, terwijl het hem vaak is, wel nog altijd is wel, veel beter is. Ja, 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 ja. Zo, het is zo, het is, het is nooit hier, ja, juist. Ja, ja. Het is altijd mm, één of twee Ik vond me eigenlijk wel, wel verplicht om even te zeggen: zo de, je hebt het stuk op het podium dat je, dat je kunt meegepakt worden door iemand voor een voorprogramma te doen. En dan krijg je de kansen en dat is kijk hoe. Wat heb ik gedaan? Deze keer heb ik een voorprogramma gedaan, dat was met, met, met een bas, een Bas Birker, die mij meevroeg op zijn tournee. En daar heb ik achterlijk veel van geleerd. Gewoon om zo'n ijskoude zaal het podium op te wendelen en ze op een kwartier tijd maar voor mij te winnen, terwijl er niemand voor mij zit. Dat was goed. dus je hebt dat om, om mensen mee te pakken. Maar gelijk de Filip heb ik nu de afgelopen jaren heel veel tv-werk meegedaan. En die heeft mij ook kansen gegeven. Dat is niet op een podium, want ja, die was niet aan toeren. dokter in de, aan de, de zaal uit. en zo, die had ook in Ja, zaal. voilà. Dus ik heb dan, ik heb dan wel gewoon door mee, mee, ermee te werken, zo programma's mee te maken, ook wel gewoon kansen gekregen. Alleen vertaalt zich dat niet direct naar bekendheid. Ja, maar dat vind ik meer bekendheid. een Maar dat is een marketing. Is dat... Die eigenlijk is dat een marketing ding. Misschien moeten we gewoon met dat fur programma shit, shit, gezellig <laughs> af. van hoofdact support 19-30. Mm -hmm. zo, je geeft een avond en dat is een wereld dat je eigenlijk creëert. Mm -hmm. Zo, je neemt gelijk, je je, zo erbij en, zo. Mm. en dat vind ik wel dat die Amerikanen precies wel ja. goed om doen Yo, omdat Die twee je... passen keihard goed bij mij, Ja, he, maar, he? Want maar, dat maar zijn zo twee mensen die en zo maar eigenlijk zo... op zo... al ja, is, het maar, ja. zo is het anders, maar zo is het wel ja. gewoon oprecht iemand dat je heel graag hebt en weer ja. En dat is wel zoiets dat uplift ook al de rest. Ja. Ja. Zo, ik, voel, ik voel, gewoon dat dat, dat, dat uh, en ik zie dat een beetje als buitenstaander dat Muziek op dat vlak doorna nou wel al veel verder in staan, maar dat je wel op een of andere manier, zelfs En als het zo gigantisch groot is, dat je toch nog altijd in iets als culturele centra zit. Wat wel het equivalent zou zijn voor muziekbands. Van muziekbands, die hip zijn, vinden we dan normaal dat die op werk te zitten in een sportpalais, in een hippe amperclub. Ja, die zitten ook niet meer in een parochiaal centrum te zitten. Maar jij nog wel. Mm -hmm. Wat een heel raar ding is voor de staat, is dat je hebt. Dat is echt die structuur. Ja, hier. dat is een heel ander verschil. Het is natuurlijk als je een show wilt maken, die je kijkt is, hè, wat dat je kunt doen met een band. Je moet natuurlijk een live set try-out maar die try-out dat in tachtig keer, want die, moeten niet hè, die nummers ja, zijn die... gemokt. Maar, maar als je begint te toeren, zit je ook nog in culturele centra, waar er niks mis mee is, want dat is hoe dit land is opgebouwd tien keer meer geld mee. Maar je kunt is... het, kun het sexier maken. <laughs> ja, nee, maar... <laughs> maar je kunt dat wel... <laughs> zo sexy is het wel. Ja, maar je kunt het... Je kunt ja. het wel sexier maken door, door ja, die zaal gewoon te pakken voor wat ze is. En inderdaad dan met Een klik crew aan te komen. Ja. ja je jij gaat moet doen, maar ik vind dat wel cool of zo. Ja. Die komen er allemaal aan en dan is dat gewoon... Ja, dat is gewoon een avond, hè. En zijn moet inderdaad. Want je noemt hem niet voor niks. Dave Chappelle. En... Allee, zo de, de echt allergrootste die dat dat kunnen, omdat die zonne-naam Ja, maar hier kan dat hij die, dat ook. Hè. Dat je die moet die daar op Belgische schaal Op ja. Belgische schaal is dat hetzelfde. Het is anders, maar het is wel. Als hij zegt, die twee zijn meis, dan is zeg wel een en Hij wil echt niemand uh, zeggen. Allee, ja. Nee, nee, dat is, dat, dat is ook aan ons om, om dat te veranderen. Hè. Want je gaat natuurlijk. Zeg je dat? Ja, culturele centra. Hè? Met alle respect voor al die mensen waar ik sta en naartoe ga en alles wat die doen. Maar dat zijn ook mensen die nog altijd denken dat mensen de brochure lezen. Hè? Die komen echt vanuit een tijd <laughs> dat ik denk, ja manneke, uh, het zal ook wel adapt or diver zijn. Iedereen met, dat die dat hier zit... Anders komt het niet goed. Ah ja, de dus Steven zat hier. Ja. Dus ik langs van, ja, die stuurde een bericht. Hé, hey, ik ben hier geweest en ik zat in Antwerpen en het zat vol met mensen die nog dit luisterden. Ja. Ik bedoel, dat ga hier niet over aan. Amai veel volk en de Ja, cool, whatever, maar dat is gewoon een gevoel dat dat... Ik vind dat gewoon als comedians soms ook een beetje aan het achterblijven, ze. Zo met de nieuwe media. Zo van... En, en, en niet dat je het niet doet, want... Oh ja, je doet het elke week, maar zo mm -hmm. de, de link met de boekers, de link met de managers, zo van... Je moet dat echt breder gaan zien. Zo van... Uh, en zeker de jongeren, denk ik. Het gaat niet meer zijn, inderdaad, zit die dokter in de zaal en hup... Allemaal een tour is vol. Nee, dat, die nee, nee. Ente, dat was 2007, dat is voorbij. Maar je moet het zo. Nou, ik denk dat je wat meer samen moet hokken of zo. Ja. Ik wil het even gesloten hangen en zo wat awkward laten worden. Dat <laughs> <Stel>, je <ik> ondertussen <laughs> nog wat vrouwenvriendelijke jokes opzoeken? We Ik nog wat jij vriend. Een Antwerp's weekendje graag. Wat jij nu juist beschrijft is die, dat, dat, gewoon, dat, dat elke beginner ervaart en tegenaan loopt. Maar nou, ga maar... zeggen geen beginner, hè, Nee, 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 maar, maar ja, ergens wel, want... want nee, maar hij was, je... hij was in jaar vier, had hij al zoiets fuck, ik heb hier uh, 10.000 euro en 1331 euro loon. Ja, uh... maar, maar het, uh, allez, misschien, dat, misschien dat het trager gaat, maar ik bedoel gewoon, als, als beginner, maar als comedian is het hetzelfde als dat je gewoon in een bedrijf gaat werken. Je, wordt, je komt dat in een situatie, als, als je mensen hoort die zojuist aan het solliciteren zijn, dan zeggen ze, ja... Er zijn twee problemen. Eén, ik heb geen ervaring, dus ik word nergens aangenomen, dus ik kan geen ervaring opbouwen. Ja, ja, maar, dat is maar, van de comedian zelf. Ja, maar dat vind ik dus. Een, sever. want dat is. Dat is en dat, dat zeg ik niet omdat ik dat vind, dat is omdat, dat is, omdat er anderen mee, er zijn podcasters, er zijn online dingen. Dus als hij, als hij, als de Vinny uh, op Facebook uh, post begint te schrijven over een dag bij de politie, dat is wat het is. Hè? Door de, de ja. marketing, dat hij, heeft, door één post te schrijven, vandaag op het werk, een uh, nezel en uh, whatever, dat hem door doet. Ja, dat is qua reclame, qua marketing, is dat een, 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 een tienvoud van, van een postercampagne van een cultureel centrum. Hmm. De tijden zijn veranderd en ik kan dat wel in de zin. Ja, ja, ja. En van mijn beste man mag dat niet, want dat is toch altijd vol. He doesn't care. Maar ik vind dat wel, ik zie dat wel, de, de, dat je wel veel blijer zijn. Als er twee Jackies meegon, waar je ook in een backstage mee kunt hangen. Ik weet ook wel, die moeten ook iets krijgen en whatever. Maar in de groot orde mocht dat niet. En ik denk dat dat wel de, de weg is dat je moet gaan. Want ik merk wel dat uh, naar TV toe de comedian een beetje belegen is. Zo van we hebben het gat. Terwijl ik denk, nee, nee het gaat juist beginnen. En dat komt er samen te hokken. En niet vast te houden om die strikte regels van een cultureel centrum. Ja, ja, ja. Met support. Mm -hmm. nee, nee, het is. Het is, uh, know, maar cultureel centrum uh, is zelfs niet support. Hè. Je zit bij culturele centra zit er letterlijk mee avondvullende shows. Ja, maar hè, dat een die, naam? Dat, dat is marketing. Dat, marketing. Dat, dat is dat ding dat wij, wij meegekregen hebben van eigenlijk Nederland achteraan te lopen. Dat hè. zit gewoon inderdaad in een systeem maar dat, dat wij... al 20, 30 40 Ja, maar die gaan 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 dat staan. niet veranderen? Ja, die om om gaan gaan. Ja, dat is gaan niet gaan evident moet... om, dat, om dat te breken. Maar jij moet dat mm -hmm. veranderen. Mm -hmm. En dat gewoon, alleen, jij moet dat doen. Ja, Ik niet. Dat is wel waar. Maar ga, ik denk, maar, dat, maar, denk dat, dat ik een Reese's ga eten, want hij is ook nog nodig. Voor nee, dan nee dan maar je gaat dat ook graag vinden. Je vindt dat ook tuurlijk. leuk. Je wordt daar blij van. Ja. Je zegt dat je moet met die mannen doen. Dat is super plezant dat ik ermee op toer zijn Dat is tof. Mm -hmm. Dat is ook veel leuker, ja, tuurlijk. Maar ik denk dat dat voor het publiek ook toffer is. Mm -hmm. Dat weet ik niet altijd. Ja, die moeten een beetje opvoeden op dat vlak wel. Want ik denk dat we ja. ook niet alleen, niet alleen bezig zijn met de CC's te moeten opvoeden als het over zo'n ding is gaat. Maar ook over een publiek, want die hebben wel bepaalde verwachtingen of zo. Ik denk wel dat je gewoon op het podium gaat en zegt: Van ik doe Amerikaanse stijlen, ik speel een uur en tien minuten, dan hebben die allemaal zoiets. We voelen ons bekort. Dan nou, moeten die gewoon zorgen dat ze fucking goed zijn. Ja, natuurlijk. Ja, die, moet oh, ja, die moeten ook niet tonen. Die moeten ook niet meer afkomen want, met dezelfde trui. Maar jij er de... ook niet ja. paragraaf met Chris Rock in de, de Hall. Nee, nee. Die had je nee, toen nee, ook nee, niet gezien? Nee, nee. Hoe was dat eigenlijk? Ja, Dennis, dat was eigenlijk. Een, een beetje een try-out-tour, want ik denk dat die vaak hun Europese tours beschouwen als try-out-tours. En dan pas mm -hmm. voordat ze de Netflix special... Dat was eigenlijk de, de, de tour dat hem deed voordat hem de Netflix special Tambourine, tambourine. heeft opgenomen. Yeah. Mm -hmm. Dat was in de Elizabethzaal en ik dacht, ik ga gewoon naar Chris Rock zien. En dat begint en Jeff Ross komt opgewendeld. Yeah. En dat was de MC van die avond. Ja. Yeah. Dat is wel redelijk graaf. The Roastmaster. The Roastmaster roast roast yeah, yeah. General yeah, yeah. is net opgewendeld En yeah. dat is de beste roaster aller tijden. Yeah. Ja, op die moment is hij een avond vertrokken. En dan kon dat met geen kloten schelen dat Chris Rock morgen nu uur heeft gespeeld. Yeah. En dat dat zelfs... Ja, jij ja, spreekt zelf ook een, een comedian. En ogen dat scheelt ook. Hij is zelf een comedian. Ja, 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 absoluut. Je kent die mannen ook allemaal. Dus maar die ook... avond was wel speciaal ja, ja. en was ja. wel graaf. Ja. En er waren twee men, uh, want ik denk dat Mo Ammer en, uh, en Michel, uh, Michel Wolf was. Ah, ja. Die toen een uh, voorprogramma ja. hebben gedaan. En dat, waren, dat zijn ook geen prutsers. Nee, nee, nee. Dus nee. Allee, dat, dat, was wel, dat was wel een avondje. Allee, daar ging de niet kwaad door. Hoewel dat je eigenlijk daar zeker niet zo'n beste show weegspeelt. Nou, hetzelfde met Chapelle. We hebben die in Amsterdam gezien. Ja, die is een voorprogramma, maar dat was ook die, die deed ook heel die een tour mee. En die heeft best lang gespeeld zelf. Ik denk dat hij echt 20 minuten of zo gedaan heeft. Ja. Er was ook een DJ bij. Yo, you ready for Dave Chappelle? Die <laughs> mag ook altijd zo'n heel feest, van. <laughs> Kunnen ze? En dan komt Dave Chappelle op en die heeft wel geteld 45 minuten gedaan. Maar er is wel 120 euro over hmm. betaald. Dus dat is wel een beetje schare ja, boek. Er stevig, zijn ook wel momenten dat je denkt. Dat is wel een stevig bedragje. Ook, nu. Ik heb het ook tegen, tegen de man u gezegd. Ik zeg: Hé, hey, wij hangen altijd een decor op waar ik de helft van mijn winst ja, hè, Met ja, een ja, ja. Die gast legt een mat met een C op. Hè. <laughs> zo, ik kan ook een mat met een A erop leggen. Hè, en we zijn klaar, man. Die komt er echt gewoon aan, die doet zo hop en in, in een spot. Uh, in ik zeg: uh, Good evening, everybody. En uh, Wow, that's all I have time for. En je doet geld ook verdient. Dus er, er zit wel een soort. Ik denk wel dat, dat ik misschien wel degene ben die dat, uh, nog in die oude periode zat en die een overgang moet gaan maken. En dat misschien jonge mensen dat misschien rapper gaan doen, ik weet het niet. Je ziet toch nog zo'n ding in, maar dat ik van denk, wij, wij hangen toch nog altijd een beetje om dat theaterprogramma. Mm. Hè? Omdat ja, we ja. maken onze avondvullende show en het moet een kop en een staart hebben. Mm. En je ziet ook bij kijf van die Amerikaanse comedians dat die letterlijk eindigen: well, All right, you guys were great. All right, I'm out of time. Good night. See you, See you guys later. En in het midden van nog niet eens de beste joke van, <laughs> hun, van hun show. Ja, een van de weinigen die dat daar wel graaf in is, is Chapelle. Dat is degene die je wel durft van een joke te maken. die de boel rondmokt. Ja, ja, ja. Zeker als je met die, met die ene show. Uh, van hem had, The Age of Spin. was er mm. een eerste. Was waar dat dan mee terugkwam. He rapes and he saves. Yes. Ja, he dan... Rapes, dan, he saves. En dat, dat was wel een moment dat je denkt. wauw, oké. ga je dat daar echt helemaal rondgemokt. in dat gedaan? Ja. Maar ik zeg het, ja. Geet uh... wel een punt, hein, Andries. Sowieso. Ik denk wel dat dat is waar we. Uiteindelijk wel we naartoe moeten als we ook van dat belegen theatergegeven vanaf willen. Want, want comedy is een beetje een, een genre dat door cabaret en door Nederland en door theaters in zo'n theatervorm gevrongen is. Hè? Hmm. Ja? Terwijl dat, dat eigenlijk soms een beetje een tang op een varken is. Het is een marketing ze dus moeten gewoon een 360 komen. Allee, ik bedoel, je moet, je wordt, allee, Ik denk dat gewoon de wereld waar we aan het veranderen is. Je wordt fan van niet omdat je het daar ziet. Ik bedoel, mensen worden fan van alle met wie omdat je gewoon coole shit vertelt. Dat moet zich vertalen in een podium. Jij moet ermee bijkomen. Zo, het, allee, ik, ik, ik kan dat wel zo echt jammer vinden dat, dat je zo getalenteerd zijn en dat je hier nog staat, terwijl je al in 2006 had geboren geweest. Uh, sorry, uh, onder, in de scene had geweest, dan had, je, had rapper gegaan, los van de corona. Maar corona is een dooddoener, letterlijk. Mm -hmm. Ja. ja. So, daar en ik denk, dat vind ik zo dat dat, dat medium um, een beetje op zich heel fris is en moet wegen op het debat en al wat je wilt, maar eigenlijk was structuur zeer ouderwets is. Comedy. Ja. Hoezo? Ah oh wel wat we juist hier gesproken hebben ja je bedoelt letterlijk ja zelfs, de... zelfs ondanks het ja. feit dat nu de, 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 de tijd waarin wij het bezig feit dat zijn. Jy, het, sorry ik kan onderbreken, maar het, zelfs maar het feit dat jij zegt oh, hey, wat heel cool is hè van de geubels dat je dan in uh, dokter in de zaal zit he, want het is altijd een programma met 800 miljoen kijkers op ja. één maar dat is zo dat, is, dat moet ook maar het is ook meer dan dat zo. Ik vind dat je die. die, die uh... omdat, ja, maar, ik, uh, omdat ik voel naar mensen. Er is een heel soort publiek, denk ik, dat, dat er ook wel leuk of vinden dat dat, dat, dat begint te, te, ja. te mingelen. En dat je dan een avond gaat. En dat dat, want dat straalt ook allemaal op de headliner af. Hè? De headliner moet niet per se en dan een uur 45 minuten knallen. Als een headliner zegt: dit is maar een wereld dat ik hier even pak. Maar nu, ja, maar als je dat nu zegt, van, jo, in, in Amerika is het veel normaler. Maar de, de keerzijde van de medaille is wel dat wij, dat wij, zelfs al zijn wij maar een paar jaar bezig, kunnen wij voorprogramma's doen van grote en bekende comedians. En in Amerika moeten tien jaar echt afgrijzelijke open mics en, en clubs doen. voordat je zelfs maar eens een plekje krijgt of zo. Daar is de spoeling zoveel dikker en de, en de scene zoveel, zoveel meer bevolkt. Dat is toch helemaal niet zo even... Allee, dus Daar zit ik niet mee aan schrijven. Maar, maar hier also, is dat niet. Hier is zo van: ja, oké, okay, het, het, is, het is veel werk. Ik in. vind dat je er gewoon niet genoeg getalt. Is dat eigenlijk? Voor wat je al het doet. Eigenlijk moet je. Ja. Dat, en dat denk ik dat, dat, dat de verantwoordelijkheid. Wat, de, wat je wel cool zegt: dat je zegt, ja, de Geubels deden het al. Maar ik denk dat het gewoon een marketingding ook wel een beetje is. Zo van, zet dat meer. Ja. Mm -hmm. ik, denk dat, ik, dat wel, ik denk dat er een bepaald soort. Um, maar dit, dit is gewoon niet dat ik na nou, het zeggen niet, niet weet ofzo, maar ik voel, ik vond dat wel een beetje, denk ik, dat comedy een beetje. Het is ja. niet meer zo hip dan dat het tien jaar geleden nee. was. Okay. En dat dat misschien wel de manier is om het terug aansluiting te laten geven met, met, met echte jeugd. Ze zijn uh, niet 26, <laughs> nee, dat zijn je niet jeugd niet meer. Zo, om, om eigenlijk die, de, om het toch een beetje een, een verfrissing te geven. En ik denk dat iedereen daar voordeel bij heeft. En dat gaat moeten komen van. Van, hé, als de minister van de stad hier zit en die zegt we zijn eigenlijk binnen doen omdat we vanaf fan waren of zo dan zie je hoe dicht dat allemaal allee, onder andere ik mm -hmm. weet dan zeg ik wel, ja, wel ja. zonder dat je hey, je hield je cool maar je dacht wel in je eigen, dat was misschien wel het schoonste compliment dat je die week kreeg omdat ja dat je, is altijd cool hè dat ja. je iemand uh, iets cool doet en relevant doet en je zegt ja ik ben er eigenlijk mee begonnen door ja dat is dan, dan weet je wel van oh ja oké okay. een ander dat is dat dan toch hmm. weer maar, ja, maar, Kruis, als, zo, maar als je ja. culturele centra laat doen ja die ja, ah. Allee, die wereld, dat zou nooit bijeen komen, dat komt dan hier bijeen. Ja. En, en hey, als jij zegt van als ik hier zit, dan heb ik door die toon. En als jij hier zit en zo. En ik denk dat er wel een manier is om dat, om dat toffer te vinden. Ik ben daar echt al te lang erover bezig, hè, maar ik zie gewoon <laughs> dat ik meer moet samen doen. Het is echt cultureel dit, centrum. Dit je ge... moet dat afhuren, cultureel <laughs> centrum. Gewoon zeggen, nee, 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 nee ik wil het niet weten. Nee. Gewoon die een dag, geen violen. Wahlen, zodat nee. geen Andrius, geen slecht toneel. Ik heb dan zo initiatief alsook Captain Comedy en zo, bijvoorbeeld, zo Captain nee. Comedy van ik heel de Lizzy die inderdaad ook heel Amerikaans denkt, hè, laten we eerlijk zijn, ja. dat is ook slim. Maar de, inderdaad zo dat het terug sexy maken. Ja. Zo, ja, het ja. is niet niemand verwacht dat een cultureel centrum dat dan als best nog uh, door, de, door de groeven stikt, dat dat er niet eens een graven nachtclub wordt in New York. Dat hoeft, niet, dat hoeft niet. Maar je kunt dan wel een affiche maken. Dat is niet uh, door Utsi gelijk ja uh, in met een monoloog de dag na één want dat is het ook allemaal nee. dat 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 begint allemaal Mag wat, wat minder duf ja duf mm -hmm. duf ja kort, ja maar ja, dan moet dat circuit er wel zijn natuurlijk hè, ja, dat, ja, dat er ja is... maar die gaan dat niet doen hè nee, dat nee, zijn nee. want dan komen we terug onder de Jaasper misschien een vast benoemd hè ja ja nee nee je moet nee nee dus CC's gaan dat niet veranderen maar ja dan Mijn, is je, het wel uh... dat is ook dat wil ik ook wel want want dat ai, niet niet om alles te relativeren of zo want ik, ik heb veel collega's die er echt heel gepassioneerd instaan en die dingen willen veranderen, maar het probleem is dat dat allemaal niet privé is en dat is allemaal gebonden aan een gemeente en dat je zo bij de meeste gemeenten zit die super gemotiveerd in het cultuurcentrum en als ze iets willen veranderen, dan begint de shit. Dus alsof de Want fonds. Dan, moet, dan moeten die bellen naar de fonds van de technische dienst. En de fonds dat dan. De fonds zeggen <laughs> <laughs> tegen dus... ...het is gewoon, ik kwam, ik kwam aan waar ik, ik werkte. En, uh, en ik had direct door ja, die bar in die backstage, die is hier van ons en kloten geregeld. En dat is katristisch, dus mensen gaan hier nooit iets komen drinken. Dat gaat hier nooit een toffe avond worden. Buiten gewoon, mensen komen twee minuten voor het optreden aan, gaan er naar kijken en wandelen twee minuten later terug buiten. Want dat is er echt verschrikkelijk om te zien. Dus ik dacht, ik ga dat veranderen. Ik ga die bar verbouwen, ik ga er allemaal dingen in doen. Ja, en dan komt er bij de fonds. In de fonds zit er geen goed zingen met de zijn overuren en dat gaat hij niet doen. Nee, maar te, dus en, wat? Dan, en, dan, en dan loopt het er tegenaan, aan, honderd keer, en al dan honderd en eerste keer is dus zoiets van: oh, merk Want gewoon zo laten. Ik denk dat de comedy bookings en Bertels en zo, die maken het ook ja. al wat sexy. Maar ah, dat is ja. wel, ik denk dat je het nog meer moet doen, zeker. Ik wou bijvoorbeeld zo in, in, in de, de zaal bij ons. Ik had, er was een, een, een gangetje van de backstage op het podium. Er was niks, er waren gewoon een wc en twee douchekamers en, en gewoon een, een, een blanke muur. En ik dacht, oh, dat zou tof zijn als iedereen hier zijn handtekening op zit. He? Ik lig er bij alcoholstiften. En dan na een paar jaar heb je wel een muur, waar is zo Alex Agnew, Raymond van Groenenwoud, iedereen net er passeert, zit er zijn een naam op en dat is plazant. En dan heb ik de dus stoeme fout gemaakt <laughs> Nou, de fonds, Ik gebruik even zijn naam fonds, maar het was uh... mm -hmm. Maria. <laughs> Te bellen van ja, is dat oké okay dat we dat doen? Nee, want dat is een tof idee. En die zei: zit het zot, jongen, dat is, dat is juist geschilderd. En dan gebeurde dat niet. Vlaanderen in hun op En de laatste, ja. en de laatste dag dat ik, dat ik dus al mijn ontslag had gegeven, uh, de laatste nacht dat ik er heb gewerkt, dat was toevallig in een line-up met een hoop comedians. En dan heb je die allemaal een alcoholstift gegeven en je zegt: Gom maar zot op de muur. <laughs> de morgen is mijn alles en dus het, het, Ik heb het, me geen Ze zijn ondertussen teruggekomen in dat cultureel centrum. Ja, ja, dat zat er nog altijd. Oh, toch? En ondertussen stond iedereen zijn een naam erop en vinden ze dat ja tof, maar dat is gewoon omdat dat is gewoon gebeurd. Mm. Dus die lessendag hebben die, oké, okay, die zijn dan wel totaal overboord gegaan en hebben alle muren volgeschreven Hoeveel piemels? Er waren veel piemels. <laughs> Een van, de, een van de makkelijkste dingen om te tekenen, toch wel. Een Piemel eigenlijk. Hè? Ja. Zowel dat <laughs> je dat echt goed wilt tekenen, nou ja, dan tekenen, je toch een beetje moeite voor doen eigenlijk. Ah. Uh. Zeggen, uh, another thing. Uh, je wordt bezig over sexy en podium en dat soort dingen. Ga je ze gisteren op Bazaar gaan kijken? Hoe was dat eigenlijk? <laughs> Um, ja, ik zei een bazaar gaan zien. Um, ik vond dat wel, uh, dat was wel indrukwekkend of zo. Uh -huh. uh, we hebben het hier al een paar keer gehad en dat is altijd funny als je er een story over schrijft. Dan is er eigenlijk zo'n 90% van die mensen zeggen: Cool, hè, cool, hè, cool, hè, cool. En dan is er zo één iemand die dat, je dan, die dat dan echt niet mee is. Uh -huh. uh, maar ja, dat is zo. Ik vind het altijd funny als hier mensen zitten. Maar ik heb dat met u ook. Maar met buur is dat anders, omdat ik dat. Allee, we kennen elkaar te goed. Maar je ziet hier drie zitten en dan zijn dat drie gasten. Maar gisteren waren dat echt drie. Mega rocksteren, dat is echt. Ja, dat, dat was Lotto, twee avonden een verkocht. uitverkocht, dat is ja, alles. Ja. Hè. Uh, vuurwerk... Uh, allez, nee, niet vuur, maar confetti van alle kanten. Huge sound, maar je hostess druimt er nu ook bij, ja, dus ja, dat ja. klinkt fantastisch. Ja. Uh, de zeer fijne Mathieu Terrain, die dat transformeerd transformeert tot een van de larger than life. De Simon, die nooit zag als een kruising tussen de Edge <laughs> en Bono. Ja. Uh, de Nolly, die nooit. <laughs> Allee, dat was. Maar ja, um, ja dat was wel cool of zo. Ik was ja. wel. Uh, ja, ik, ik, maar ik heb dat altijd gehad. Als ik iemand ken en die is ont, ontshine op een podium, dan krijg ik echt kekenval. Ik, ik blijf nooit, maar dan werk ik heel emotioneel. Ik heb dat altijd heb dat mee, Ja, Maar ik heb iedereen. Als ik iemand zie zo gelukkig zijn op een podium, hè, want de, de Mathieu liep dan op die catwalk, ja. Lotto, ramvol. Mm -hmm. Ook uh, by the way, <laughs> wil ik toch wel even zeggen, hier gewoon geen uh, vrienden mee maken. maar hoe fijn is het om op een show te komen waar de vrouwen er mega goed uitzien? Ik zou het niet weten, dat is mij nog nooit overkomen in al mijn jaren. Oh fucking Maar vertel! Ja, dat was echt. Ik kwam er binnen en ik dacht. Ik zit hier underdressed. Ik ja, ja. heb hier van die blauwharige landwalvissen ja. met een neusring die daarvan zit van Maar. Ja, ja. ineens besefte dat je heel vaak. naar metal optreden. Ah, ja, maar ik heb letterlijk. Uh, uh, naar uh, een Alexander, uh, de manager gestuurd. Ja, damn, en dat was echt oprecht. Ik liep daar rond en dat was echt. Wat een zaligheid. Een feest voor het oog. Ja, ja, ja maar niet, 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 niet over. <laughs> maar gewoon zo iedereen. En kava en feesten. Maar die gingen even hard uit een bol. Ja, ik vond wel. Uh... En dat is heel ethisch, hè? die band is sowieso redelijk ethisch. Dus, dus dat is ook, denk ik, de reden. Als je dat dan. Uh, zo, hey, dat is een, een succesvolle band, dus dat polariseert. Hè? Dat snap je geheim. Maar als je dat puno die muziek, zeker live met de Mario. Dat is zo overal sinds. De uh, Olly Warholla. Die. die die, die sounds, dat's, dat's, dat, begon, dat begon, en ik zei, dat is Jean-Michel Jarre. Hè? Allee, ja, zo, ja, ja, ja. En dan Duran Duran erin ja, en alles. Ja. Dus dat was wel, dan die huge sound. Ja, ik was wel, uh, misschien omdat je ze kent, ja, maar ik vond wel, ja, die bepaalde een paar... Alle, goudschrijvend maar eens. Ja. En... Ik vind dat ook ik vind dat tof. Ik heb het gevoel dat het een band is die zo de, de ambitie van een buitenlandse band heeft. ongetwijfeld En wat ook graag en... is, de shitperiode is voorbij. Dat is ook heel cool. Hey, die komen op, die zijn larger Than Life. Vlaanderen sowieso al allergisch onzweet, Dus tweede plaat ja. kapot maken, kapot maken. En nu zit hij er terug zo. En dat was wel. Ik vond dat wel tof of zo. Het dat dat, dat is een beetje cliché. Je moet hier altijd eerst neergehaald worden. Maar, uh, mm. maar je gaat met de afkomen. Het was tof ze. De afterparty ook. I dat know, is echt I leuk. Know. Ik had normaal een, een show gisteren. Ik had, dus ik had een, een door-show, maar omdat, ik, omdat de, onze gitarist aan corona had. Ging je daar niet door? En ik had ook nog zo'n verjaardagsfeestje van een uh, kindje dat wij goed kennen. Dus ik zat daar en ik kwam daartoe, want ik wist eigenlijk van niks niet meer. Ik had dat wel dat gezegd, want jij bent uitgenodigd. Ja, jij had dat destijds gezegd, maar <laughs> je kent mij. Hoe lang ja. dat ik dat onthoud, Dat is 3,2 seconden. Dus ik kwam daar binnen en ik zeg: Waar is een Andries eigenlijk? En zij zegt: Ja, die is nog bazaar. En ik had toen zoiets. Godverdomme, daar had ik vanavond ook naartoe kunnen gaan. Wat mijn enthousiasme ook al 70% naar beneden liet zakken op de feestje. Wat iedereen ook al deur had van die wilde hier eigenlijk ja. niet meer zien. Want de M3 ziet veel nee, toffer aan toen. Dus ik zat er ook zo van. Ah, oh, met de Mathieu in die binden weg gewoon hangen. Dat dat kijk, cool geweest. Ja, ja, en ik had dat, dat ook wel eens live willen zien. Hè, want ik, 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 ik heb die, We hebben die gasten hier na al een paar keren gehad. En, de, dat beeld alleen al dat ik de deur ging open doen de laatste keer dat de Mathieu later toe kwam en de rest zit hier en we zijn een interview aan het doen en eerst werd er gebeld en ik kon op een eigen doen de deur open de Mathieu in een zonnebril aan een wit hemd tot hier open, zo'n zwarte frak die je erover wappert in de wind en die is een lang haar. Ik dacht, oh, Barry Gibb van de <laughs> Bee Gees stond hier voor de deur. Zo'n rockstar te wezen, hè? want dat is ook letterlijk. Ik zit ook zo'n plain Jane dat ik ernaast sta. Dat is zo overduidelijk zo. Ah ja, zo, daarom is ik ook door dat als hij op het podium staat, zit de helft van de zaal vol met mooie vrouwen. En dat ik op, uh, op het podium sta, en dat. Uh, corpulentere mannen met een baard die niet meer zo goed ruiken en een metal t-shirt ja. aannemen die zeggen dat ze altijd fan van mij zijn geweest ja. trouwens blijven komen in mannen, met een <laughs> mannen maar je weet wat ik wil ja, zeggen ja. andere vibe ja, ja, ik echt... heb gewoon een andere is... vibe bij dan, dan die gast ja, dat was wel duidelijk ik vond het echt jammer dat je niet wordt want het was echt fun die show ik heb <laughs> echt keu ga met zei dat was ook uh... ja dat is zo dus die moet nog amazing want je kunt dat eigenlijk, of dat je dat hoeven of niet, dat deed zoveel radiohits, Je kent er ook de Nelft en die afterparty was tof. En de Mario zit er ook bij, de Ruben Blok. Chill met de Ruben was er dan. En eigenlijk keivel bekend volk. Dat was eigenlijk wel echt cool. En ik was ook vooral blij gewoon... Maar blijf het er maar invrijven, een man. Ik zat gisteren op een fiertje met huilende hey, kinderen... Uh... Allee, ik zeg tegen... Ja, maar dat, is... dat vrouw zat, by the way... Ik zeg, ik zeg... Doel, maar nou moet dat de... ik vroeg, komt hem na nou nog even? En dat was zo... Ja, het is klaar. Blijkelijk een leuke afterparty. Dat ik zei, ik haat alle allemaal. Ja, maar ja... Zo, sorry, maar deze was Als ik aan al een bericht stuur... <laughs> hey, Bazaar vraagt of je ja. langskomt met een, voor een all-access plus party. Nou, Duidelijker kun je het toch niet zijn? Nee, maar ik moest nee. spelen, ja, man, ja, ja dus maar ja, ik ken yeah. ja. nee, het. Het nee. ding was, ik had er gewoon niet meer aan gedacht. Hè, omdat, ja, dat is bij mij ook geen optie niet meer. Als iemand die het vraagt en het is een show, ja, ja dan, dan, dan is dan dat dan ook op mijn brein. ah ja, ja, ja. Oh, ja, nee, hey, dat is niet. Een en en goede nee, sound niet. trouwens. Ja, blijf het maar zeggen. <laughs> en, uh, shout out, <laughs> de Frank, shout -out <laughs> trouwens, die men ook de, me, de meest coole geluidsman ooit en dat ik ook leren kennen: de Frank Food. Sean Frank Voet? Hey Frank Voet. Heeft... Ik heb Vincent Voeten. Hey. Fuck hey. you! Die <laughs> heeft meer voeten en een loser. Nee 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 nee. Frank Voet, wat een <laughs> fantastisch, wat een fantastische figuur trouwens. Frank Voet. Ja, Ziet eruit, lik, uh, lik, uh, dat personage van Chris van den Durpel, die is oh. oost visser uit. Uh, Sorry Frank, maar uh. het is echt wel waar. Ongelooflijk sympathiek, berig, luid. Maar dat was, ja, dat was eigenlijk tof. Dat is ook zo'n familie, hè? Die, die bende zo. En dan die, uh, Max Colombi, Oscar en de Wolf. was ook heel goed. Die had dan anoniem zin Met een zilveren, zilveren hoed. Die dat licht gaf. Overal. Die, 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 die voor de rest donker was. Maar die had wel een zilveren hoed op. Dus ja, overal. Als er iemand een spot in de zaal was. Zag je dat die stond. Maar dat ook, zo, ook een figuur. die ik niet persoonlijk ken. Maar dat je denkt. Er zijn mensen die echt geboren zijn als rockster. Ja. Ja. Dat is ook, en de Mathieu ook. Hè, dat hemt nog dieper. Maar dat gelukkig. Die je zag gaan en dan dat ze echt rocksters zijn. Ja, die zijn echt rockster En ik ja, gekend, ons, ik ga hetzelfde. Die is al de tijd van de bossen van Vlaanderen, is genoeg. uit, mag hier echt wel eens rockster zijn. En dat is echt En het was goed, het was echt tof. En het gelaat, als een gelaat goed is, 7000 man uit zijn dek, confit en uit de grond. Zeg je een simpele mens, meer moet ik niet hebben. All I need is millions in a big car. Niks een uh, redelijk rap-content. Ja. Maar dus, mannen, dat is dus nee. wat wij gewoon moeten doen. Hè. Het is waar ja. dat ik het, het Confetti maar... uit het plafond. Maar dan hebben we toch terug uh, naadloos een uh, 180 naar complete tristesse doen. De finale <laughs> zie je de eigenlijk. Niet, <laughs> in de Aardenberg Schouwburg, Jij ja, Rockstar. waar mensen denken dat een brochure <laughs> nog gelezen wordt door mensen. Eh, dat is wel funny. Wat denk je? Hoe voelde, hoe voelde zelf? Eh, hoe zie je je kansen zelf? Dat is altijd moeilijk om te zien. Ja, dat is moeilijk om te maar... te Ik ben, ben, zeker niet kansloos, maar. Ja. Uh... Zeg nou, heerlijk. God had toch winnen, niet? Ja, maar... ja, ik vond ja, dat wel echt, Ik heb ja al langst nog gezien met Xander, Die was wel. Uh... Ja, dan is wel. Getting there. Uh, ja, dan is ja, 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 wel. Uh, ja, ja, ja. En de, en de, de uh, Charle vitplek Daar ben ik wel fan van. Want ik heb gewoon nog niet gezien. Ja, de als is een verf Pakt ze pakt ook echt wel. Hè? Ja. Dus ja. Um, ja. Ay, dat, is ook, dat is ook zeker niet kans. Ja, oh. ik weet ik dat niet. Al je moet dat vraag. gewoon niet zeggen. Je moet dat niet zeggen. Nee, 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 nee. Wat je na nou zegt. oh kan hij winnen. Dan, dan had jij nou, nou, nu dit jaar ook meegedaan? Ja, ja heen, ik Jasper. heb nog eens meegedaan. Hè? Ja. Want ik dacht ook, dus vorige finale. van Oh, zalig. Ik zit in de finale. Dan moet ik nooit meer meedoen. En dan waren we drie jaar verder, en dan dacht ik, ik zal nog maar meedoen, zeker. <laughs> en hoe komt dat je niet in de finale Of Wel in de finale. Zelfs niet in de halve finale. Wat heb je dan gedaan? Ja, Gewoon comedy. Ik <laughs> heb gewoon mijn sit gedaan. En wat was het dan? Niet goed genoeg, zeker. Ja, wel Jasper, het was goed genoeg, maar vooral. Ja. Dat is wel een ding, er, er speelt 65 men in die voorronde. Ja, er moet echt men uitkomen. Springt er maar eens uit. Hè. Er zit een jury, naar 65 mensen te zien. Dat had geen ge zin het. dat die een avond. dat ik niet, niet ja, juist speciaal genoeg was. en dat hebben uh, hebben gedacht: oh, Lotte, het maar. Kom maar, Vinnie, zeg het maar. Ik je het het was. Pu want deze keer: wauw, alles is wel all meug. <laughs> <laughs> Puur kwalitatief zou die jasper altijd terug in die finale horen. Altijd, dat. maar je hebt gewoon de pech. dat je het al finale hebt gedaan. En ik wist dat voorhand, dat je het finale hebt gedaan, had je hebt het toernooi al gedaan. Dat is gewoon commercieel minder interessant om je nog eens mee te sturen. Ja, dat... misschien als ze kritischer naar set hebben gekeken dan dat ze dat hadden gedaan. Ik dacht, en inderdaad had je zegt dat je takker niet heeft afgespeeld in de, de vorrand, dat geloof ik. En dat je echt de takker afknalt en ze kunnen er niet omheen. Maar ja, ik wist dat. Allee, want het Frans is ook al, oh, de maakt ook kans. En ik zei dat ook altijd eerlijk: van. volgens mij is het dikke zijn nadeel dat je al finale net ja. gedaan. Mm -hmm. ik, hou, ik, hou, ik weet dat ook nu. Ik sta nu in de finale. Het is nu winnen of nooit, ik weet dat. Maar mm -hmm. ik vind ook niet dat je eigenlijk niet meer dat moet meedoen. Je hebt al in Dokter in de Zaal gezeten. Come on. <laughs> Zitten gaan nog, uh, zit nog mee om wedstrijden te doen? Ja, corona hè. Dat is een jaar uitgesteld en dan, normaal ging ik er niet aan meedoen. En dan dacht ik, oh, het is zo twee jaar stilgelegen. ik kon dan toch nog meedoen. Waar heb jij gestaan? Ja. Waar heb jij je uh, stuk gespeeld? Waar was dat? In de Joker? In de Joker. Dan waren er twee van onze leerlingen. Ja, want er was een, uh, een deel in, we was het in de, de. Allee, hoe heet dat nou weer? De, de trucendoos was ook een trucendoos, was ook, truc, een charlatan, was in. Charlatan, en dan in een een Joker pelt, en dan ja. in, in in Pelt. pelt ja. Ja. Maar ja. ik deze wel vooral, vind aan de finale is dat echt wel drie absoluut verschillende stijlen zijn. En jij uh -huh. stond in de finale met echt drie pure stand-uppers En jij ja, stond andere ja, dan het was, wel, echt, was een wel redelijk. Heel ei. pure vorm van stand-up, Terwijl deze keer is het uh, een knappe vrouw met een gitaar en een heel absurdist en dan ik de, de pure stand-up dus... Ja ook zeker een rol spelen wat ze zoeken, denk ik. Ja, dat ja. ik denk dat uw stijl ook geholpen heeft, omdat jij wel pure stand-ups zijn, maar jij ze wel heel duidelijk uh, zo'n: je hebt echt een stijl. Je hebt hm. zo die, die set-up punchline, echt opbouwen van een joke en aandigen met die ja, joke ja. dat je denkt: oh, dat zag ik niet aankomen hm. en dat doe je. Dat is uw ding, hè? Ja. Ja. dat ga je doen wel, je hebt ook mensen die het podium opkomen en. Allee, eh, pina nootjes op een vliegtuig, die is toch niet veel? Eh, zo ah, dat. Ja. Eh, ik zit ik eh, nu aan het nest bevuilen <laughs> tegen 400 per uur, maar je weet wat ik wil zeggen. Dus, dus, dus dat is ook wel. Ik denk dat dat u ook wel geholpen heeft, dat jij zo'n uitgesproken stijl hebt. Dat is Dat jij ook heel ja. hard opviel ten ja. opzichte van heel veel van die. Eh, zal ik maar zeggen, zonder dat ik dat slecht bedoel, mensen die ook goed spelen, maar die meer onderling wisselbaar mm. zijn, mm -hmm. dan iemand die dat, dat echt opvalt, wat dat die Karel, eh, die Charles Le Rich, mm -hmm. ook heel hard dat, en ja, dat natuurlijk ook heeft. Maar ik denk om eerlijk te zijn, als ik zelf um, zou moeten kiezen wie dat zou moeten winnen, dan denk ik dat iemand gelijk jij er meer on heeft om dat te winnen. Dan iemand als Jade, omdat Jade. Uh, en dat, ja. Hoe zeg je dat? Probeer dat te zeggen zonder dat dat niet Want dat moet niet negatief afstralen op wie dat gaat. Want ga gaat ze kei cool. Maar ik denk dat Jade er wel komt. Jade komt er sowieso, ja. Weet de de, Jade op, is, ja. Jade is een heel mooi, mooie vrouw. Die funny is. En laten we eerlijk zijn: we leven ook in een tijdperk. Waarin dat we veel meer op zoek zijn naar vrouwen. En niet-typische mm. mannen. Van die willen we hebben. En die God er wel komen. En de Karel is cool, maar dat is zo weird. Dat ik denk, ja, ofwel moet hij inderdaad in de Narenberg de avond van zijn leven hebben. Mm -hmm. Waardoor dat hij echt mm -hmm. de pannen van Tak speelt. Ja, dan kunnen die je natuurlijk ook niet ontkennen. Ja. Maar anders zet jij het. Allee ja, ja dat denk, ik vind dat dat, dat heel, zegt, ja. heel. Ik vind dat we gewoon al bak jinxen, gewoon. Vinnie, proficiat, man. Ja, fuck off. <laughs> fuck. fuck off, allemaal. Ja, all. <laughs> gewoon, niet? Maar wat nee, gaat er nee, zeggen, nee. dat je wint? Wat zit er in een speech? Dat kon ik niet voorbereiden. Echt niet. Bestaan niet. Ja, wel kan... voorbereiden, man. Ja. Gewoon al klaar houden. Ik heb mijn speech niet voorbereid, en dan zo'n zo wc-rol van het <laughs> dat je wilt bedanken. Zo. Waar ik wel... gewoon, al, gewoon al berichten sturen van mannen, ik ben later, want ik moet die ceremonie nog doen. Ja, dat gewoon dat... volledig jinxen. Alles jinxen. Gewoon nee, ook al, dan hoe, dan ook hoe, ik, vind, gewoon, ik vind dat je nou ook al een persbericht moet schrijven zo: Comedy Cup-winnaar Vincent Voeten. Op, op de website zetten. <laughs> gewoon een finale al doen. Ja. Waar ik wel mee zit, is. Uh, dat is echt uh, dat is ballen, de striker, noemdraaien. En omdraaien veur uit een land, hè? Mm -hmm. ja. <laughs> Bill Murray, man. B. Bill ik, Murray. Waar ik wel mee zit, is van materiaalkeuze. dan kan ik echt mijn hardste materiaal doen, ja? Of nee? Ik zou er een aantal in steken, wel. Ja. Ik heb al iets van. De verhoren met een. St ja, ik kon ze niet uh, helemaal verkopen. ze maar... zijn goede vrienden, hè, Vincent? Dat is, dat is een goed. Vincent, wij gaan naar management toe. Ja. Ja. Vooral de Andries, want die weet hoe dat hem ons ja. fris in happening moet maken. Ga, ik, ik, ik geeft gewoon alle jokes weg. Ik doe nee. dat. Nee. Ik ben een beetje de. de weet hem, ja, wie heet dat? Je, je hebt zo twee mensen destijds hadden dingen van. Uh, Lief Lavijnen. Lief Lavijn en uh, Karel Michiels, de twee geboren. Wij schrijven de beste moppen van hun show op in ja, de krant ja. uh, mensen. Waar ik van denk, kom on, people uh, recenseren is toch ook wel een kunst. Maar ja. Ja, ik dacht dat voor mijn finale finaal ik kan ik kon op mijn hart schaam, maar dat je daar dan toch staan, dat toch een beetje dat compromis maken, waar ook mensen. Maar nu heb ik al zitten want ik stond in die finale en ik wil echt wel laten zien van dat is geen dat je gaat krijgen, als je mij laat winnen. Mm -hmm. Dus ik kan er wel uh, toch met de voeten vooruit gaan denken. Je komt de dag dat je zo hard hè? ja ik ben in de omgang niet zo ik ben niet ik weet dat niet ja dat is gewoon ik kan, ja, als ik het opschrijf gaat dat automatisch naar de minst sociaal acceptabele punchline <laughs> ja. I can relate ja, ja dat, is, dat is ja en dan denk je nooit niet zo je ooit als jij in de zon zit denk je van deze is er over is er iets dat je zei dat is er over nee, als een grap goed genoeg is niet nee. Ja. en ja. geniet je daarvan als jij dat uitspreekt ja, ik vind, dat, ik vind dat heerlijk als je mensen ziet die eigenlijk niet willen lachen, maar het gewoon niet meer kunnen onderdrukken. En dat, dat is hetgeen waar ik eigenlijk wil, zo die een ho ho ha, ha. Dat, dat is het beste dat er is voor mij. Dat is hetgeen dat ik eigenlijk op Zo de, de brave huismoeder, dat er zegt van, oh, zeg maar dan toch. toch tegen de, een goesting lachen. Ja, tegen een goesting lachen. Als ja. ik dat kan... Uh... Dat is een echte lachen Als je een echte lach dat is een soort involuntary response, hè? Ja, Je krijgt ja. dat en je begint te lachen. Ook al denk je, ik heb ooit eens een keer gehad en dat viel keihard op. Uh, dat was in een show van de Michael van Peel dat, die, dat het ging over, over uh, mensen die uit protest zichzelf in brand steken. Hè, dat zat zo indiers in een show dat je er iets aan zegt en dan zegt je, Terwaal, allee. NAFTA kost handenvol geld. <laughs> en, dat was, en dat was letterlijk een, een, een volledige Narenberg doodse stilte. En ik heb dat zo. Maar zo echt, Dat, dat, dat ik, ik kon dat niet laten. Dat vloog eruit van. Oh, deze is echt geniaal. En ik zeg ook heel de Narenberg zo even van. Oh, for fuck's sake. Ver, verkrempen. Maar dat je zo denkt van. Maar dat is toch grappig, man. Ik zo seriously. Denk daar niet over na. Dus niet dat je dat meent. Nee. it's it's funny. Dat is toch het enige dat telt het. In. Al de rest is toch fucking bullshit als het over ons vak gaat. Het is wel goed niet? gezegd, het is niet dat die je dat meent. Hè? Ja, ja, maar dat is toch ook zo. So, weet je wat, dat is het, hè? dat zegt Bill ook heel schoon in uh, Comedians in Cars Getting Coffee samen met uh, Jerry Seinfeld. Seinfeld in de notte. Dan zegt hij ook, ja, iedereen is aan het lachen met alles wat ik zeg, totdat het ineens gaat over een onderwerp dat hun persoonlijk aanbelangt en dan doen ze alsof dat alles wat ik zeg. Een, Perfect gemeende statement is. Zo, alles wat ik nu zeg is keihard waar. Mm. Terwijl al die ja, ja. andere kul dat ik verkocht heb over mensen die u niet interesseren, daar lachte dan vol een bak mee. Terwijl je denkt, ja, nee, dat is de point. Het de gullen allemaal. Hé. Iedereen is nozel. Dat had is had had net de joke. Het is comedy. Je dat, dat soms dat je zo onderwerpen hebt die, die, die gevoelig liggen, waar je dan niet mee kunt lachen, want daar moppen over. Ai, ik heb dat echt niet. Ai. Nee, maar dat is. Ai. Ik heb ook iemand van de familie zelfmoord gepleegd onlangs, of onze paai ook kanker gehad, ik vond dat verschrikkelijk. Maar dat is niet dat ik niet kan lachen met moppen over zelfmoord, Of ja, ik maak ze zelf dus toch ook. Nee, Ik heb ze ook comedians. Dat is toch ook zo'n gesprek dat wij hebben gehad, want jij zei dat dan ook, van jou waren wij dan, vond ik wel een goede zin, dat jij zei, zijn wij dan mensen zonder gevoel? Ja, het aangesproken voelen, ik heb dat ook Omdat wij komen uit een generatie van mensen, ik ben dan nog een beetje nauwer, maar dat scheelt niet veel, want dat zijn zo paar jaar, maar wij waren wel die generatie, denk ik, hè, die zo. Bij ons kon het allemaal maar niet grof genoeg zijn. We, we don't care. Je wordt niet geraakt. Of je ge niet kapot in het binnenste van je zijn wanneer er iemand iets zegt over iets dat u aanbelangt. Mm. Terwijl, nu hebben zo vaak mensen die ...reageren alsof dat ze letterlijk een pakje rammel in me gat... Ja. ...omdat ze iets in me gehoord worden waar ze niet mee akkoord zijn. En ik geloof dat ook niet. Nee, ik geloof ik niet dat mensen nee. door een stand-up-show, dat die daardoor gekwetst worden. Nee, maar ik geloof, maar ik niet. geloof niks mm. niet meer. Ik geloof ook, ik, had, ik heb al lang gezegd, ik geloof niet in tweets. Als mensen verontwaardiging op tweets, of ik heb het hem eens goed gezegd, of... Dat is, gaat dat natuurlijk ja, je dat ik niet niet heb... gedaan. Jullie doen niks, niet... Ik bedoel, je letterlijk op straat verkracht worden 11, 11 90% van de mensen lopen door. Mm -hmm. Maar dan zouden wel situaties hebben waar iemand, uh, ik zeg maar iets, een vrouwenvriendelijke grap of het N-woord gebruikt. En dan ineens zouden diezelfde mensen, die wel statistisch nee, nee, een, gezien in, allemaal deurlopen. In je moet... een echte verkrachting grijpt er niet in, maar een mop over verkrachting er we... niet aan. Aber, da, 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 dat da, da, je denkt, ja, nou, dat Maar je, je gelooft dat gewoon niet. We zijn allemaal zwakjes. We zijn zo niet. Ik heb ook, als ik nog iets zie op een podium, zeker comedy, dan weet ik, ja, eigenlijk. Het is, het is sowieso verzonnen en, en het, is niet, het, is, het, is, het is voor een mop, het is niet voor een echt verhaal. Tenzij er iemand echt zegt van, ja, ik vind dat echt dat alle Joden dood moeten, dan zouden misschien kunnen zeggen, deze is een problematisch statement, maar dat is het nooit. Er is altijd een mop over iets en dan denk je, ja, dat is een mop en dan is dat grappig. Maar ik heb van de zomer wel een optreden gehad en ik had een mop gemokt uh, tijdens een optreden over, ja, dat eh, uh, tijdens corona zijn er veel mensen doodgegaan. En van sommigen die zijn doodgegaan, was het ook geen ramp. <laughs> die gingen we sowieso niet missen met de maatschappij ja. als geheel. Dus ja, we kunnen altijd wel wat mensen missen. Allee, je kunt ze snel vinden, als je er maar een beetje achter zoekt. Ja. ja. Dat was gewoon een mop. Dat was mm -hmm. een excuus om een, om een paar grapjes te kunnen maken over ja, wie irriteert mij mm -hmm. op een gemiddelde dag. En tijdens de pauze komt er een madame naar mij en die zegt ik wil net nou toch even iets zeggen. Maar mijn man is overleden om corona en dat kwam wel eventjes binnen. Dat mag toch? Mm -hmm. Ja, ik zeg ja. een goede reden. En ik zei ook van, ja, dat, dat snap ik en, en ja, dat, ik vind dat heel spijtig voor u. Maar die kwam dat wel vertellen met een soort verwachting van. Pas Want het die dan. zei daar ook van, ja. ja, ik hoop dat je na twee keer een nadenkt voordat je daar nog iets vertelt. Mm -hmm. ik zeg je, ja, maar dat was, dan had het niet begrepen. <laughs> Dat was niet het punt. Ik heb niet gezegd. Het is niet erg dat uw man is doodgegaan. Mm. Dat is niet wat ik gezegd heb. Ik vind dat super erg voor u. En dat, allee, ik herken dat ook dat dat, dat, dat dat erg is. Maar de mop was niet dat iedereen die aan corona is doodgegaan, dat dat, dat, dat niet telde. Maar die pakte dat persoonlijk en dan werd dat, dat. Ja, tuurlijk. Dus die veranderden het vooral. Die veranderde eigenlijk hetgeen dat ik had gezegd. En op tien minuten tijd was dat veranderd naar oh ja, jij hebt gezegd dat dat er niet toe doet. Hmm. Ja, ik blijf en dat ik, is wel een ik, moeilijke. Ja, maar ik blijf dat. Want school zijn nog <laughs> is Ik ken niet hè, maar ik blijf dat wel. Wat ik voor een keer zeg, ik blijf dat bizar vinden dat je in een uh, dat mensen die allemaal een soort welvaartniveau hebben toch hey, globaal beschouwd redelijk oké okay, is dat je, zo, dat je zo kwaad kunt worden. Ik echt dat, ik begrijp heel veel, maar dat niet ja ik ik ben eigenlijk ook niet. een heel en, en ik begrijp zeker ook het, het, het privilege hè, want het is een vreselijk woord maar ik snap inderdaad misschien is dat het privilege dat je nooit niet gekwetst ge maar ik heb ze ook al wel eens geïrriteerd geweest hè, dat iemand iets zei over, over waar ik dan toe behoor, dat ik dat niet het eens ook was. dat is gewoon maar, nonsens, alsof nee, nee, dat, maar, jij niet gekwetst uh, kunt worden, dat ik ook maar, denk... Maar, maar alles maar ik even zeggen? Oh Alja, ja, over wacht God is dan dan, eigenlijk je, nou. en, maar, Dat je zelfs geïrriteerd wordt, maar dan nog voel ik na nou 32 seconden dat dat al begin af te zwakken, en ik denk, wat gaan we weten? Ui, nou dat ja. is wel belangrijker, ja, ja. dat is zo. zelfs <laughs> dus al zou ik een vorm van, van ergernis voelen, ik heb niet de discipline om dat langer, als een minuut uit te dragen, laat staan dat ik daar een, een, een kruistocht voor zou voeren. Nou, toen zei ik... dat je heel je identiteit eronder hangt, natuurlijk. Dat ja, maar bent nou iets hangt helemaal die op? anders. Ik hang niet op om. Oh, waar hang je? Vroeg me ook waarom ik die op, ja, niet op hang. Niet om dat, hè? Nee, niet om, niet om niet waar dat je een hele dag kwaad nee. doet. Nee, vooral niet op iemand anders die me eigenlijk al in de eerste plaats niet interesseert. Want dat is het ook. Dat is ook een belangrijk, ja. Hè? ja, maar het is een wereld van individualisme waar we allemaal met onszelf bezig zijn, maar eigenlijk laten u wel leiden door wat iemand anders zegt. Wat eigenlijk een ja. beetje een contradictie in termen is, want je wordt geraakt door iets waar je eigenlijk... Ja, het, is nog, niet, het, is, interesseert ze. het is nog meer meta dan dat. Hè. Je hebt nog nooit een tijd gehad waarin je meer groepsidentiteit tegen je bakkers gesmeten krijgt door mensen die alleen maar denken om zichzelf. Ja, voilà. Dat, dat is, ik echt hallo, denk ja. van, jij spreekt in de naam van een groep die je nu eigenlijk niet interesseert, maar die je alleen maar aanwendt hmm. om je eigen te kunnen afdekken. als in nu moeten jij luisteren naar mij. Maar het gaat nog altijd alleen maar over u. Dat is, het, dat is hetgeen dat, dat mij daar altijd zo werd ontstaan. En vooral als je het... Ik denk, gij spreekt ook niet voor iedereen dat er het zit. Nee, gelijk want gij... als, als je het niet online tegen ze gekomen, zou je ook nooit niet de moeite gedaan hebben om hem te zoeken. Nou, de Twitterstorm. Ja. Er is een Twitterstorm! <laughs> als je niet op Twitter zit, hè, dan is dat een windstille nee, ja, ja. dag. <laughs> dus al dat ik u kan vertellen, dan wandelde ga rond en dan denk dat vond ik zo'n goede zin van Chappelle. Hè. Dan waren er zoveel mensen kwaad omdat je dat zei. zei, Twitter is not a real oh. place. Ja. Die waren allemaal. Ja, voor ons is dat wel een echte plek. Oh, yeah, jij proving my point. Als ik deze niet lees, hè, dan bestaat dat maar voor mij. Maar dat wordt niet. ook zo verschrikkelijk misbruikt door allez, mensen die hun eigen journalist noemen. die eigenlijk gewoon dat niet zijn. maar die kliks mm -hmm. voor het laatste nieuws moeten genereren. Mm -hmm. Zo. Ik herinner mij heel goed. Een, een paar jaar geleden hadden we een miss België. en die was van Vietnamese afkomst. Allee, zo, er was een mix van. Uh, mm -hmm. um, e, uh, Aziatische afkomst bij. En, en die woonde ook in Borgerhout. En dat was een gewoon verhaal, want die, had, die, die betaalde nog eigen studies voor piloten en zo, supergrave griet. Mm -hmm. En die wordt Miss België. En mensen zijn daar echt in... Allee, en, ik, en, dan, en dan was het artikel op Huilin. storm van negatieve reacties uh, na verkiezing van Miss België. En ik denk, ah wel, dat ga ik nou eens checken. En ik ga naar dat artikel op huilin.be en daar stonden 150 commentaren onder. En dan waren er 148 die zeiden, amai, wat een madame, chic verhaal. Echt, echt op haar lijn, niet <laughs> totaal. De, de plek waar je niet verwacht, echt positieve, en dan er stonden er twee debielen die zo. Ze oh, zouden beter terug naar. Uh, <lacht> <lacht> en, en, dat, en, de, en die twee tweets hadden ze, hadden ze gescreenshot en in het artikel gezet. Ja. En dat was de storm. Ja. En natuurlijk, want dan bellen ze die de dag erna. En de, allee, ik bedoel, dat is, dat is ook een greet van 18 jaar of zo, allee, dat is gewoon nog iemand vrij jong. En die je niet gedaan waarvan dat ze denkt, ja, deze kan mij helpen in een carrière. En dan bel ze die de nacht. Daarna. Zeg, uh, op het internet vinden ze wel een oer. En dit en dat. Dat is zo, wat de fuck. Ja. God, deze over. Ay, dat is absurd gewoon. Ja. En dan, ja. En dan bellen ze die op en dan zegt hij: Oh, ik vind deze nou wel niet tof. Huppla, volgende artikel. Miss België misnoegt over negatieve commentaren. En voordat je twit zit op ter zaken om het een babbel te komen doen over iets dat eigenlijk niet gebeurd is. Nee. Zo waar. Carrière-gewijs, waar zou het verste mee geraken, carrière-gewijs? Humos Comedy Cup winnen of Miss Belgium zijn? Ik denk, als ik Miss België zou winnen, dan denk ik wel echt dat de, de laag zou liggen dat jaar. <laughs> ik, ik denk dat de media aandacht daar wel voor zou Ik weet dat eh uh, me mij ooit vertelde dus ja, dat Human's we Cup winnen dat was <laughs> een kleine boost in verkoop, maar echt niet te vergelijken met wat de slimste mens gedaan heeft." Ja. Ja, dus dat, dat is echt wel van een andere orde blijven, maar als zo'n programma zit. Mm. Uh, voor een ticketverkoop. Ja, dus, ik moet dat eigenlijk zeggen. Ik had geen ervaring mee juist met de slimste mens. Wat, was deze podcast is een vraag en ik was het antwoord dat ze niet gevonden hadden. Een benkrijd die alles wist. Maar ik weet wel dat ik dat niet ontzien was. En ik heb nog nooit in mijn leven zoveel mensen gehad op alles dingen. Omdat je gewoon een antwoord wordt dat niet geraoid was. In de slimste mensen. Toen wist ik ook wel: fuck, dat echt. Daar leeft wel dicht. En mensen zien er actief naar. De comedy cup dat, dat op zich buiten de scene leeft, dat volgens mij aan, is dat, doet dat geen reet. Dus beter, Mr. Hmm. Belgium, je? Nee, maar het opent wel deuren. <laughs> Mr. <Mister> Gay Belgium. <laughs> Daar zijn ik, ik voor aan het gaan. Dus mijn volgende stap, dames en heren. Colle ja. Collega van mij op het werk uh, organiseert Mister Belgium en die vraagt elk jaar dat jij in de jury zit. En dus ik wil ook elk ja. jaar meedoen. Ik zit er keihard slecht in, maar ik wil daar wel bij zijn. Dus als je deze hoort, stuurt mij nog eens een berichtje. Shout out nog een Brambierkentjes. Ja, uh... ik wil er echt bij zitten, want ik denk dat lijkt mij elkaar. Ik wil dat al jaren. Maar ja. Dat is tot hiertoe toe altijd gevallen op een moment dat ik moest spelen, of dat ik niet kon. En ik, en ik denk elke keer ah, Eigenlijk zou ik dat wel iets willen meemaken, toch die aan en hoek zo ja. te zitten en dan zo te gaan bepalen wie dat Mr. Gay Belgium is, terwijl, op welke criteria moet ik dat gaan baseren? Kun je niet zeggen dat een schone vent ja, ja, Knappe is. man wel hé, ik oh. kan wel kijken en zeggen, wauw, knappe vent, maar ja, dat, ja, zijn allemaal, dat zijn allemaal knappe venten Ja, ja, dat ja, ja, is waar. Dus dan moet ik eigenlijk zo'n klein beetje mijn, mijn persoonlijke voorkeur er gaan ah, ja. betalen, van wie zou ik doen van de pro. <laughs> Basic. Of is dat niet de criteria waarop je een ook niet? Nee, ik denk het niet. Hè. Ik denk dat dat de verkiezing is. Wie dat je van die mensen denkt dat de wereldvrede god zorgen? Ik denk dat dat <laughs> eigenlijk uh, het criterium is. Even tussendoor de vorige Miss Belgen, dat wordt mijn nieuwe huisdokter. Nee. Is dat echt? Wie is dat? Hm? Ah, die van Aadsel of is dat. Celine van Utsen? Uh, uh, ja, uh. die genees kunnen gestudeerd, denk ik. En dan gaan ze na elke zes minuten zeker van. Ja, ik voel pantsjes. Ik voel, voel pantsjes. Hij <laughs> always has emergencies. Ja, ja. <laughs> ja, ja. <laughs> dat is wel goed, hè? Ja. Moet wel, ik vraag me wel af wat dat met doe, je doet. De knapste mens van een lant. Miss mm. ja. Valt mee zijn, Andries. Ja, Zij <laughs> Mister <je>, Mr. <Bellen? laughs> Ik elke morgen wakker. Boah, ça Alex? Goh, maar je nee, kunt er, wel, heb, niet, je ge kunt er wel niet slecht uitzien dan. Dat zou ik heel vermoeiend nee, vinden. dat objectief Goh, van meestal. Je, al je al kunt al niet meer een vetplik op, op een foto staan. Ja. Ik, heb, ik heb wel eens met een, een gast in een, in een, in een tv-programma gezeten. Dat César, denk ik dat hij heet. César nog iets. Cazart, Cazart. Die zat in De Slimste Mens. Dat is een hele knappe gast. Een hele knappe vent. En dat is echt zo'n kerel, als je die in de ziet, ja, dan net zo hoe deur... Dan zeg hij echt... Een lelijke naap, hè. Maar echt, die komt, die komt binnengewandeld en je denkt... Ja, deze is, ja een opfato en zo, maar dat is gewoon een verschijning, hè, Als je die niet ziet. Die komt zo naast de en je staan. Die is ook al anderhalve kop groter dan mij. Ja, daar zit ja, ja. natuurlijk ook geen gram vet aan. Dan nou, moet we ik wel zeggen... Even, ik wil er toch wel een take op. Hoeveel keer in uw leven zo in een stoel gezeten zonder kousen? Ja. Uh, God, dat kan wel, maar dan, dan zit er ook sowieso een hand in mijn broek ja. en een vetplek op die trui. Dus goed is dat sowieso niet. Die foto, gaat daar niet van komen van uh, mij in de zetel op die manier. Dat zou nou wel niet mijn tips zijn, die fans. Nee, voor mij ook niet. Maar ik moet wel zeggen, als ik oh ja, mijn in ticht ja, ja. zie, ja. Ja. Veel, ja. Je ziet ja. wel zo'n heel gebeeldhouwd figuur, waar je van denkt, ja, is dat nu uw stijl van? He, zou dat de man zijn waar ik op zou vallen? Uh. Misschien niet. Maar dat is wel zo. Je het wel door dat er zo niveaus zijn in schoonheid hmm. tussen mensen. En dat ga je daar wel niet zit. Hmm. Dat dat wel heel duidelijk is als ik ernaast zat en dacht. Ja, ik zal het maar moeten hebben van mijn toffe persoonlijkheid, zeker. Want hier ga ik niet winnen als ik daar naast staan of zo. Je bedoelt de, de reden dat je comedian zegt geworden? Bijvoorbeeld. Wat ook wat wel handig is om comedian te zijn, is je kunt, er, je kunt er ook niet zo goed uitzien en dat maakt niet uit. je mm. niet. <laughs> dat blijft een beste comment ooit. Ik heb hem al gezegd, maar ik ga hem nog eens halen Dag allemaal, whatever, hey, zo'n publicatie. Jensen Donker is nu samen met uh, uh, Lin, nee. Lauren, ah, Lauren nee. uh, Versnick. Uh, en dan Dave van Mechelen, die naar Barry tacht. Barry, <laughs> <laughs> er is nog hoop voor lelijke Berengelk. <laughs> <laughs> Dat kreeg ook echt terecht veel likes. Te goed, man. Jesus Christ. Yes, ja. en ik, moet even, ik zit even met uh, een sanitaire, sanitaire noodzak. Maar uh, een gouden Carol is in twee pintjes. Is dan deze jongens een blaasdicht uh, op de proef van stellen? Ik ga nog even normaal, een bisje dus... doen, wij kunnen rustig voortonen. Ja, voilà. Terwijl dat ga even weg <laughs> Het is nog niet gedaan. Zo. Ik ga gewoon rustig even naar het wc want anders ga Ik het niet trekken. Ja. Of anders kunnen ze die klassiekers doen, gelijk een fles vol zaken onder de tafel en die dan <laughs> gewoon terug op de tafel staan. Het kan allemaal hier. Het Deze kan glas, dat gaan we niet. Dan gaan we, we nog even de Vincent op de rooster leggen. Dus, uh, zeg, ja. zeg nog een paar keer dat je hem gaat winnen. Vind je jou toch winnen? <laughs> de rest is toch kansloos, Vincent? Het was terecht, zo dat het hem niet door was en het nu helemaal strok. Echt <laughs> Het was van de Nongtse kloeten. Nee, uh, ja. Een tagger. Het heel... blijft wel een raar gegeven. hè? niet door? Doen... Ik heb dat wel een hele week gedaan met Leids. Ik heb dat nogal verteld met die beker dat er stond. Dat elke keer dat een van de deelnemers. Dat was zo gaat uh, uh, kwartfinale, halve finale, finale in dezelfde week. Dus dat was oh my, maandag, woensdag, vrijdag denk ik of zo. En, uh, dus ik zat daar eigenlijk een hele week in Leiden. En, en dat was elke keer dat er iemand voor die Die beker stond daar al. Zo van deze is de, de beker dat je zo, wint ja, ja. op de tafel in de backstage. En elke keer dat iemand erbij in de buurt kwam, denk ik. Ah, 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 ah. Dat is die van mij. <laughs> zo dat, maar dat, dat werd al zo'n walgelijke joke. Omdat ik dat heel de tijd deed. Maar, maar op den duur had iedereen ook al zo weet: ja, dat is de nalijkste een beker. Maar volgens <laughs> mij denk ik dat ik daar zo een klein stukje psychologische ja, ja. oorlogvoering ja. gewonnen heb. Omdat die allemaal zoiets hadden van ja. Die gingen we niet aankomen, want dat is die van hem. En uiteindelijk was dat ook. Maar ja, wist ik evenveel. Hè? Ja, ja. Je weet ook hoe dat gaat. Jij weet wel wat je kansen zijn met hoe dat jij speelt. Maar zelfs gelijk de vorige keer, hè, toen, toen dat je de halve finale speelde. Ik zei ook tegen u, nadat jij van het podium afkwam: Je kunt je wagen al niks niet meer verwijderen. Dat is voor mij het belangrijkste. Ja. Je, hebt een goede, goede, je hebt een hele goede show gespeeld en dat is het. Ja. Maar wat die jury gaat beslissen. Nee, nee. Dat weten je ook niet in ja. die finale. Hè. Je kunt nog een topavond hebben en denken ik heb zo goed gespeeld als dat kon, maar wat die factoren zijn, mm. waar dat die nog kijken of wat die belangrijk vinden, is natuurlijk nog iets anders. Hè. Ja, als ik zo'n punchline de nek als in die finale, ja, hoef, dan ga ik niet te genieten zijn. Oh, ja, als ik het win, dan gaat het rap vergeten zijn, maar mm -hmm. als je zo weet van dat je een belangrijke joke echt zo ja, verkakt, dan... Ja. dat gaat balen zijn. je ja. gaat dat winnen, man. Hoe dik nog? Nou, ik kom kijken. Ga jij mee, Andries? Nee, ik moet werken die avond. Uh... De 15e moet jij ja, werken Ja, ik dan? moet werken die avond, die 15e. Mm -hmm. is, uh... Dus je kan niet geëmotioneerd kunnen toekijken hoe dat ik. Uh... Ja, Sorry. ik zal ik, ik dat wel weet zo... Weet wie dat uw vrienden zijn, Vincent, ja. Dat is al wat ik zeg. Uh, ik... No, maar, ja, ik, ik ga ook niet naar een film zien dat je weet hoe dat tindigt. Mm. <laughs> <laughs> ja, ja, En ja. Je gaat ook niet een voetbalmatch opnemen. <laughs> <laughs> <Dat> is... <laughs> Nee, Sorry. ik hoop het man. Ja, ik, ik hoop het. Uh, om een uh, voorbereiding ga ik het niet liggen, al sinds. Is dat Rachel eigenlijk down met jouw comedy? Ja, ja. dat gal ik me nog niet. He. dat dat, dat veel van mijn tijd op ze. Ja. Ja. En niet alleen een tijd, maar ook gewoon mijn mijn aandacht nu, die, nu deze maand deed die niks van mij. Echt? Zo ja, zo ja, eerlijk. Ja. Serieus? En niet dat ik niet er genieten zijn, maar ik zit ja, constant ermee met een kop. S'nachts ik schiet wakker, ik begin dingen met een GSM te typen. Ja, dat is. Dat gaat redelijk ver bij mij, hoor. Maar ik vind het wel plezant, snap je? Dat is zo een... snap Dat zorgt voor onrust en zo in mij, maar toch is dat geen dat ik wel wil. Hetgeen dat ik... Uh... Mijn vrouw is hetzelfde, dus, hè, Die zegt dat ook. Jij zit hier en jij zit hier niet. Ja. Dat is wat die dan eigenlijk zegt. je Gezit... kan zo echt ja, naar mij ja. kijken en zeggen van, ja, jij zou moppen om dus van, ja, sorry, het was inderdaad al. Een... Is dat niet, niet... Ik denk dat dat wel niet gemakkelijk is met een comedian, soms. Dat is een feest, Andries. Present gaan we. Mag je zult kei veel op, lachen die op, die op zeker. Present mensen ja, er ja. veel ja. tegen. En dan, ja. dan denkt hij, dan zegt Jasmin, nee, er worden eigenlijk verrassend weinig gelachen bij ons. Ja, wij. ja maar dat is het. Ja. Mensen zo niet die keer zijn, Maar dat is dan op onzekerheid en op stress en op. Ja. ja. Wij zijn ook. Allez, nee, ik zal voor mijn eigen babbelen. Je zit ofwel zo uh, gruwelijk hubris, ofwel zit zo die onwaarschijnlijke onzekerheid. Mm. Maar er zit ook nooit iets tussen. Nee. Ofwel er een God de dag je dag de koning van de wereld te vinden en dan zit je onuitstaanbaar. Of je denkt, oh, ik ben waardeloos en dan zit ook onuitstaanbaar. En zo heel af en toe, als je in een tour zit en je zegt goed aan het spelen, dan zitten ze in is er rust. Dan is er zo'n soort evenwicht en dan zit je te genieten. Maar anders is dat niet. Dus ja. Jasper. Ja, ik heb, ik heb met, mijn, met mijn lief wel het gesprek moeten hebben dat, dat ik wel even moest zeggen van... Als ik zo in mijn zit zit, wel wat moppen over, over mijn, mijn lief en dingen dat hij doet, maar dat is allemaal niet echt. Dat is wel een samenraapsel van anekdotes dat ik uit al mijn relaties en uit mijn verbeelding heb gehaald. En soms zit... Dat heeft raakvlakken met de realiteit. Maar, je zo af en toe... Moet ik wel duidelijk maken van dat gaat eigenlijk niet over u. Ik zoek gewoon een manier om plezante dingen te vertellen op een podium. En als ik zeg dat deze en deze en deze gebeurd is, en allee, dat, dat, mijn lief in mijn asset is een fictief personage. En als zij dat als echt bezien, ja, dan is het wel problematisch. Want dan is het is toch een achterlijke wijf. Hè? Dat, is... Ja. Dat, is... dat is toch dat is dat is wel wel... Wat is. een waanzinnige zaak. <laughs> dat is <laughs> dat is wel nodig. Dan hebben we dat even loskoppelen van elkaar. Dat is wel uh... oh, een is, is wel Een wijf, vintage Vinnie. Ja, nee, maar... <laughs> ja. ja. Ja, ik is het altijd raar dat mensen ja, zouden denken dat dat echt een inderdaad over een vriendin. Als je zo'n shit over een vriendin vertelt, ja, dan heb ik geen vriendin meer. Hè? Ik bedoel... Nee, voilà, want, want dat is effectief. Als dat, als dat allemaal echt is, geworden op den duur. Ja. Ja, er zijn wel true stories over mijn, mijn vrouw, denk ik, in mijn show. Maar wat dat gewoon is, is. Ik ben altijd de loser van het verhaal. Hè? En dat mocht dat natuurlijk ook veel minder, veel minder erg. Als ik zeg dat mijn vrouw en een vriendin zitten te pokeren en die babbelen over. ...seks met hun event. ...en ik zit er neffen en ik denk... ...ja, maar dat zijn wel mijn vrienden... Hè. ...ik moet ja. deze allemaal niet weten... ...ja, dan is dat ook wel gebeurd... ...maar natuurlijk, de mop die jij er dan bij verzint... ...is uiteraard... Eh, ja, ja. ...degene die niet gezegd is ja, ja, ja. geweest... Hè. ...dat letterlijk iemand naar mij komt... ...en zegt... ...allee Alex, dat uh, of dat of dat... ...en ik zeg, ja ja, pist in mijn bakjes... Hè, oude we kop maar... ...ja, ja dus hey, je weet ook wel van... ...er, er worden gewoon dingen gezegd... ...waar je van denkt, ja... Klopt dat of klopt dat niet, maar er, is, er zit altijd wel een vorm van waarheid in. Je haalt dat wel ergens het, het, het iets dat die doen of dat die zeggen. Maar ik denk, uh, meestal zijn comedians ook wel samen met vrouwen die dat wel doorhebben. Die dat wel, die dat wel aan kunnen. Maar ja. gij, dat gij van, ja, als je zegt, als je een slecht optreden hebt gehad, dan zijn ze in een bak miserie. En als dat te veel naar elkaar gebeurt, ja, dan zitten ze er niet te genieten. Hè. En dan, moet ook, dan zou dat ook, niet plezant zijn om met een comedian samen te zijn. Wat zeggen alle vrouwen als gewoon ze Ja. Niet veel, denk ik. Gewoon een beetje. Maar is het niet hard? Als ik al kan kordaat zijn aan mij, toen mijn gast nu is de quality time. Um... <laughs> is... Nou, gaan, gaan we niet naar de fast and furious. You're take the quality out of the time. <laughs> nee. Ja, ja. Maar dat is ja. goed, dat is goed dat hij dat doet, want um, ik zou daar ja tang en nacht mee mee bezig zijn anders. Dus ik heb dat een beetje nodig, denk ik. Ja, en vindt u gewoon een vrouw nodig die gaat zeggen van: oké, okay, god hierover blijven? Een klein trucje zin? Of gaat een beetje een vent in En dan is dus van. Oké, okay, dan zal ik maar een beetje een vent proberen. Zeker. Allee, als hij dat even benoemen, is niet slecht. Hè. Maar test hij al op alle vrouwen? materiaal bedoel ik. Hè? Ja. Oh, nee. en, ah, ja? Geen, geen make-up of zo, hè? Ik bedoel. <laughs> geen medicijn. Ik wel, ja, maar klankbord. Ik heb al hey. een ja. En die heeft een goed vo gevoel voor humor. Ja, ja zeker. Die zelf ook of van niet. Oh, ja. dan zegt hij ook soms, nope. Ja, dikwijls. Dus heel kritisch, ja ja jij kunt ook zeggen gewoon eens een mop testen ja, ja ik heb al Ja, en dan ja, doe je ja, ja. een mop en nee grappig of die ja, ei, ik ei, kan echt een mop is via het WhatsApp doorsturen je zit er op en, 30 en, seconden vijf ja. ja dat is inderdaad waar dat is het voordeel van mijn stijl dat ik, uh, ik stuur ook altijd via WhatsApp door omdat ik vind van als al papier al grappig zijn dan uh, hey, dat is geen garantie maar dan bestaat de kans dat ze op een podium ook grappig zijn ja. terwijl als de papier al ja niks en trekt dan hmm. maar uh, ja nee uh, ik ben blij dat ik uh, Rachel heb dat hij mij wat uh, het balanceert, want anders uh... Ja, ik zou niks anders doen. Denk jij, kent mijn vrouw, dus jij weet hoe dat, dat er bij mij thuis aan het gaat. Die uh, doesn't neemt, doesn't give a shit. Die neemt geen blad voor de mond uh, <laughs> om het zachtjes uit te drukken. Die wel anders is dan bij <laughs> u, inderdaad, omdat je zegt met uw stijl dat jij echt een joke kunt doorsturen en zeggen: werkt die? Bij mij komt die kijken. Mm. Dus hij doet ze ja, na, ja. dat ik een paar maanden bezig ben, doet hij een try-out. En dan komt hij erna zeggen: Ja, dat vond ik goed. Deze vond ik een beetje stom mm. Hier snap ik niet waarom dat je dat zegt. En luister dus dan? Ja, dan dus zeg ik, ik altijd kwaad. En dan snapt hij niks van humor. En dan wordt dat, uh, wordt dat een heel onaangenaam gesprek. En dan twee dagen daarna zeg ik: Ja, dat is wel waar. had een goed punt. <laughs> maar bij mij moeten altijd eerst voorbij die. Uh, zodat jij soms dingen inleidt met niet kwaad worden, hè? Want dat is bij mij altijd wel de go-to. Ja, ik probeer het bij de zal altijd wat in te kleren. Ja, ik heb zo'n... Ik, 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 ik heb zo'n <laughs> dat zo, <laughs> zo kort is ongeveer. Dus dat is Zeg, je al ook heel rap kwaad? <laughs> nee, denk ik niet. Ik ben nog nooit in mijn leven kwaad gewist ik. Uh, nee? Nee. Nou, ja. Do you wanna know my secret? I'm angry all the time. <laughs> <laughs> nee, kwaad, als ik de hulk was, was ik nooit iets anders dan die... Dat er een heel gebouw aan het omvaar kloppen is. Nee, dat is niet kast zonder van die purper onderbroek. Oh man, <laughs> niet normaal. Nee, ik heb wel het gevoel dat ze in de films na toch een, een soort pak gecreëerd hebben dat meegroeit en klinkt ja, 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 ja. zo. Ik weet niet hoe dat ze dat weer gaan uitleggen, maar uh, het is toch gelukt of zo. Het is niet elke keer dat ze een broek kapot scheurt. Nou, die broek dat blijft een beetje stoem. Mm. Terwijl je toch altijd dacht... Als je er zo. Össie, wat zit er dan onder die broek? Ja, maar niet alleen. Dan weten we dat hij ja. ja, ja. een heel een tijd met een gigantische groene dong ligt rond te lopen. Want die broek die overleeft dat voor geen seconde. Hè. Dat is gewoon, die gast wordt echt vier keer zo groot als dat die normaal is. De groene tripod. het nog eens uw eigen in een medium onderbroek nou dat je een large draagt. Ik kan u vertellen, uh, dat flatteert op geen enkel enkelvlek. Dat is net vooral in uw rug. Ja. Ik heb echt al slipjes. veel van die films gezien en ik heb nog nooit gedacht, hoe zou die eens een Petrus zien? Dat kan niet. Je ziet er ongeveer uit als hem. Dat is gewoon dat. Dat is een Piet met een sixpack. Ja. Maar ik heb dat ook met slipjes in het algemeen. Slipje, dat is, ook, dat dat is met... ook een verloren kunst. Ja, De slip. Dat draagt al... ook niemand niet meer. Ze je echt mega in shape ze. Ja. Ronaldo komt ermee weg. Maar ik kom er Allee, mee. Als je zo'n Calvin-klein model zit, dan kun je dat nog dragen. Ja. Maar, zo... ja, maar... Ja. maar je nu toch zo. Dat weet ik zo, wel dat als, die, als die. De bij boxer, ons the boxer briefs, hè? dat is hetgeen dat iedereen ja. draagt. de spannende boxer short. Want een boxer short op zich zie je eigenlijk ook niet meer, hè? of toch weinig. Ja, dat hangt los, lang het los, ik heb me niet los. Ja. Ik heb tegenwoordig ook al de strakke boxer short. Nou, ja. Oh. Ja. Hier word ik even stil van mannen. met ja, dan... een. Ik vind het een patent moment om te zeggen dat ik meestal commando's. Uh... Nee. Zullen jij commando? Nee. Oh, dat dat wel keihard <laughs> geweest. Dat snap ik niet dat je kunt. Nee, je dat dan gaat me. toch ja. niet. Jongen, dat ik is... heb wel al Allee. gedaan, maar dat is een noodzaak. Wacht, ja, 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 dat is, ja, ja. Een, wacht, wacht, ja. is een, niet... Hè, ja Ik heb dat eens een keer gehad oké, okay, deze is weer een goede verhaal. Maar ik stond aan te schuiven voor naar een band te gaan kijken. zich was het zelfs, denk ik, in, uh, in de Neffenaar. Daar uh, is één, Eindhoven. Ik ben even aan, ik aan het aanschuiven. En ik denk, ik moet een scheetje laten. En dat was niet. Ah ja, dat het was. was yes. Oh, een indicateur. Ah, oh, for fuck's sake. Dus ik heb het toilet, ik heb toen die onderbroek uitgedaan en zo opgemoffeld en in de vuilbak gegooid. En dan was ik wel commando over de rest van de avond. Ja. Dat is toch ook te hopen dat je geen ruwe ritsluiting nee, in je broek zo, hebt? Nee, of, of dat is dat zo Of ook het feit dat je optreedt en je ze kletsnat van het zweet. en je doet die ut en je dan door dat je er geen verse bij hebt. Ja, dan schonk ik ook wel eens commando. Dus ik doe dat wel eens van tijd tot tijd. Jij? Ja? Heb je dat ooit gedaan? Nee. Of Nooit gekomen? Ja, sowieso. Al ja, Als al ja, je, je wist dat je zo. Ja, ik heb... dat Doe... seks ging zijn. Nee. Ik <laughs> <laughs> wist dat er gepoept <laughs> ging worden. Welhoved. Dat is al niet een ding dat ik minder nee. moet trekken. nee is nee, nee. mijn verjaardag. Nee, nee, nee. Als de, de postbode niet eens belt zo om negen uur. Dat je een trap af moet kruisen voor, uh, voor zo'n pakketje. of een, hand, ja, een aangetekende zending. Zo, ja. Ja. Maar dat telt niet, vind ik. Nee nee, je nee, zegt letterlijk dat je de avond te ofzo, dat je hem echt. Uh... Maar ik heb ook nog, ik heb, ik heb sowieso mee, mijn broeken niet te zot mee doen, zo een broek of zo. Oh. Ik, ik kan dat los van het, uh, het, het stijl-element dat kunnen over discussiëren. Er zijn weinig mensen dat kan that Ja, ja maar los daarvan, los daarvan, dat is een andere discussie zou ook boeiend zijn, maar gewoon het iets dat uit een stof bestaat dat, dat ik niet ken. <laughs> zo, niet? Jeans, katoen, jogging. Simpel. Ja, maar hij is toch Parachutstof, misschien in de jaren 90 nog, maar. <laughs> een leren broek, man. Nou, er is zo'n ding dat je zo denkt dat je zo gaat optreden met een band die je de doors doet. Dan in de zo ene seconde dat je denkt een leren broek. En dan ja, denk je. Ja, ja. Nee, nee. Maar misschien ja, ja, niet, het he? weten wat nee, het nee. belangrijkste is van allemaal in heel dit verhaal? Ik ben niet Jim Coulson. Ja. <laughs> dat is een heel, heel belangrijk iets. Want als je die event ziet staan in een leren broek, dan denk je dat die ziet eruit alsof die geboren is in een leren misschien broek. Misschien moet ik even uitleggen voor mensen ja. die het totaal niet kunnen volgen. Jij speelt uh, sinds een, een jaar en een half in een zeer succesvolle Doors tribute band. Hè? Ja, Waarom eigenlijk je... goh, dat, is, dat is weer al, Ik vind het echt altijd vreselijk, maar het is wel wat het is. Hè. Wel, Jij, wel je speelt in een band, dat zo met een, een band de Moonlovers. Dat is eigenlijk begonnen als zo'n soort uh, eenmalig ding. Hè. Zo, die, die deden zo optredens waar ze met een bekende gast, hè. die had dat bijvoorbeeld gedaan met wie was dat nou weer al? Um, Gregory Frateur. Die dat dat Nina Simone deed. Ah, ja, ja, ja. Die doen een eerbetoon aan een, een, een gestorven zanger. Bloemen nog kransen. Zo, zo ja. heette dat. En, en, uh, en dat werd dan ingekleed door de band die die nummers speelt en die persoon die die dan zingt. Dus dat hij mij gevraagd wilde dat ook doen. En ik dacht, goh, ja, waarom niet? Dat is wel eens plezant ja wie wilde dan doen en ik dacht yes ja David Bowie maar dan dacht ik ah oh, en ineens begon ik zo na te denken ja wie was de band waar dat bij jou allemaal mee begonnen is ja dat was de Doors dus ik had gezegd oh ja ik wil dat doen en, die, en ik had ik snapte het concept niet dat was eigenlijk een van mijn voor en nadelen tegelijkertijd dus het concept was eigenlijk je doet de paar nummers met die groep en hij doet een soort lezing tussendoor hè, over die band. En dan speelt twee liedjes en dan komt hij terug op en dan doet hij... Het. En ik had al zo weten, ja, ik heb al een intro, er zijn tien nummers, deze is de toegifte, dat gaan we doen, zo zit dat in je, zo eindigt dat, deze is het laatste liedje, ik begin zo, het licht is daar En die, die had allemaal zo weet, ah maar ik had al ja gezegd, en die hadden al ja gezegd, dus die konden die ook kon niet, niet meer met terug. Het. Ja, ik zou wel graag nog wel wat uitleg willen geven. Ik zeg, ja, nou het vijfde nummer mee, dan ga je dat niet komen zeggen. En dan voor de toericht. <laughs> ja. Maar voor de rest niet, want ik wil dat het een concert is. Ja. Hè, zodat... En dan dus zeg ik, ik repeteren met die gasten, die een band heten Moonlovers. En een van die gasten dat erin zit, de Niels, die dat keyboard speelt, heeft ook heel lang in de Who That's gespeeld, of die zit er nog altijd in, als zo'n soort... Een beetje surf, rockabilly, alle instrumentale band. Kijk, cool ook wel. Het zijn allemaal kijk goede muzikanten. En, uh, dus wij doen die doorzingen wij gaan repeteren. En dan was echt, ja, dat is true story. Die beginnen te spelen. Ik doe me aan de mond open en wij kijken allemaal naar elkaar. En we hebben hé, hey, deze is wel cool. Hè? En nadat wij dat gespeeld hadden, die ene show dan. Uh, die ik trouwens voor eeuwig verkloot heb voor uh, bloemen nog kranten, moet ik ook even vertellen. Want dat was in de crypte van de Sint-Pauluskerk ah, ja. uh, in, uh, in Antwerpen. En ik, ik werd geïnterviewd door ATV en maakte daar de fout met te zeggen, uh, want daar lagen ook allemaal uh, graven van priesters. Ja, er, er en dat ik zeg: Ja, we zijn omringd door mijn favoriete priesters in de wereld. Dode priesters. <laughs> Die mogen daar nooit niet meer terugkomen. Dus er werd letterlijk gezegd, Dat is echt gebeurd. En dat was totaal niet mijn bedoeling. Dus ik voelde me er al schuldig over. Ik had al zoiets. Oh nee. Ik heb heel dat concept nog de kloten golpen. Met mijn mond open te doen. En zo wij dat, ja, kregen wij vraag van dat nog iets te doen in de OLT. En dat was dan weer cool. Hmm. En dan ja, keken wij allemaal naar elkaar van hey, moeten we daar eens niet wat meer gaan doen. En zo is dat eigenlijk een beetje maar ontstaan. Ik denk het belangrijkste daarin is dat je dat blijft doen. Als Alex Agnew brengt een, een tribute on the doors, en niet. Ik ben Jim Morrison. Ja, tuurlijk. Zo van die coverbands waarbij de zanger begint te geloven dat hem ja. echt de ja, echte, echte zanger is. Bands, hè. De, de, allee, ja, Waar je gaat kijken en werd... die zijn ook allemaal verkleed en zo. Ja, ja, deze is niet goed, hè Andries. De beelden die <laughs> Ander, dat er hierna uh, allemaal verschijnen, is echt niet goed, Ik zeg, gewoon mijn me wat aan het zoeken waar je een goede uh... ja. ja. leren broek kunt kopen. Een leren broek, heren. Uitgebreide keuze aan Kinky Kleding Online. <laughs> Christus oh. de Poort. Ja. Dat hadden ja. wel de slechte dingen, zet, hè. maar ja. ook deze en zo, is toch niet slecht? Oh, yes, see see. <laughs> met sluitingen. Ja, inderdaad. Dingen ja. Nee. al ja, mee. He. Ik vind Mick Jagger, dat is soms ook aan hè, zo'n leren broek, niet? Je, ja, je er veel hè, oh, in. Ja, Alex zo'n gespje hier zo. Ja. ja dat is meer iets voor de Pride parade hè? Is dat niet zo'n <laughs> zo beetje dansen ja, op een float dat voorbij me, me, komt? Met een flap van voor aflassen. Ja, deze die is zo, zemmer, met twee, er meer met twee zijn. Oh. Oh. Ah, opzij ah, ja, ah, met, <laughs> Zit inderdaad. Ja, zak maar dik balls and all. <laughs> ja, waanzin. Er zijn wel dingen die ik nooit in mijn leven heb aangenomen, een leren broek. Nee, ik, ook niet. ik ook niet. Ik heb nog ik nooit nog... een leren broek gehad. Hoewel ik nog nooit iemand gezien heb met een leren broek, dat ik dacht, jeez, wat is je aan? Dat is dan ook weer raar. Ga ja, ja. Zijn, dat, zijn dat dan mensen die dat hebben die dat, dat dat zo mensen zijn, maar dat je dat gewoon van ze dat die dat dragen, dus dat dat oké okay is of zo? Ik weet het niet. Is er iemand van u wat als een string gaat? <laughs> Dat is een goede vraag, Vincent. Uh, nee, ik... En de vraag stellen is ze beantwoorden, nee, ik... natuurlijk. Hè. Je ik, dat heb al nee, ik heb het gevoel dat deze heel snel een bokje gaat maken naar een anekdote die hij nu gaat vertellen. Nee, nee, nee. Dat nee. <laughs> was een oprechte vraag. Gij, Andries? Nee, hè? Nee, ik ook niet. Uh. Ja, maar... Nee, ik wou gewoon eens weten. Ja, ik, nee, ik, heb al wel, ik heb al wel ooit zo voor de zol zo de, 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 de grap maken van zo de kamer uit te wandelen en uw onderbroek in uw gat trekken. Dat je zo een en al reeds met je onderbroek in. Nee, maar, maar, ik heb het wel eens, want deze. deze allez, dat mocht niet uit. Ik heb het wel eens ooit uh, met een Borat-pak gezien. Ja, dat is waar. dat, en dat is wel. Dat is een string, Dat is een string, hoor. String dus het antwoord is dus ja. 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 Het antwoord is ja. Ik dacht, wat ze er aan het zeggen had, met een Borat-pak in een joker gestaan. Dat was ik al helemaal vergeten. Maar ik ik niet. Wat wel heel belangrijk was, was één, dat was te groot. Dat is niet goed. Hè? Ik zal dan maar zeggen waarom dat, dat niet goed is. Ja, dat is weet, voor veel redenen niet goed. Ik weet volgens mij waarom. Twee, ik was de En drie, op een bepaald moment raap ik mijn pint op van de grond. En dat ding zakt er volledig neffen. Dus de glockenspiel was there to be seen by everyone. Dus ja, deze was hem. ja. En dat is echt een veter in uw reet ook. Hè? Ja, ja. Ja, ja, dat was alles erop inderdaad. We, al, we zijn op we zijn verkleed, wat, was, wat was mijn verjaardag. Het ah, mijn ja, ja. verjaardag in de Joker en ik moest dan van de fokken het podium op, uiteraard. Maar ik was toen al echt zat <laughs> en ik had dat aan onder mijn gewone outfit. Ja, ja. En voor een of andere reden had ik best nog wel een oké show. Hè? Dus ik ben wel al zat, maar ik doe zo ook heel kort, want ik denk dat ik maar vijf of zes minuten deed. Maar dat was een soort grap en iedereen was kaart aan het lachen en ook waarschijnlijk aan het lachen omdat die deur hadden van die is fucking zat. En het was mijn verjaardag. Dus je kreeg ook krediet dat je normaal niet krijgt. Maar op een bepaald moment zeg ik ja en, 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 en dan heb ik nog een speciale outfit uh, aan voor ehullen uh, allemaal iets dat ik, bah, 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 bah. en ik doe het ja en die zien al deze dus die hebben al zoiets nee nee nee, nee, nee. <laughs> en die broek gaat het ja en iedereen had maar als ik voorover buig doet dat ook zo Flap. en ja. alles hinkert er gewoon het <laughs> Dus ja, er is ook zo hard gelachen geweest dat je wit na moeten stoppen, want je kon nooit nog iets zeggen dat daar overgaat. gaat. Hè. Dus dat was dan wel het einde zo. En, uh, dat was wel een avond, ja. Het enige dat ik heb meegemaakt, dat nog erger was dan dat. Waar dat ik echt van zei, er kan niemand niet meer achterkomen, want het is te gestoord. Dat was de Bart Kanhard tijdens ja. de verjaardag van de fucking de poppekas. Ja, met de poppekas. Ja, de de, de, je, je had een, een theater gebouwd. Oh. Met een Gen miniatuur microken dat je ervoor zit en je had zo'n piet uit zijn broek. Je stikt je deur dat <laughs> theater en je begint. Happy birthday to you. Te ja, ik, heb, ik denk eh, ten eerste dat, dat de fokken, dat er iets permanent kapot gegaan is in je zenuwgewanden die avond. Want dat kan niet goed gekomen zijn. En ten tweede, ja, iedereen had zoiets van: ja, het is na klaar. De avond is gedaan. Die moeten niks niet meer laten achterkomen. Want dat gaat niet. Dat is wat, maar ik vind dat wel. Ik zat een comedian, rap nog, Maar dat is een exhibitionistisch kantje. dat? U te pas en te onpas, uw Piet overal laten zien. Nee? Ja, ja, de, de nee. kan allee, ik bedoel, ik, ik, ik ben dan geen psycholoog, maar ik kan wel zien wanneer iemand heel gelukkig is. <laughs> en de Canards was wel heel gelukkig. De Canards is altijd gelukkig als ze de piemel boven heeft. Dus voilà, dus dat is ook keihard is, 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 kei is Real dat ook? Nee. Het drinkt niet. Dus, nee. Ik heb ooit uh, op, op ijs van de fokken een, een uh, line-up met allemaal vrouwelijke comedians ge in vrouwenkleren. En dat was de meest ongemakkelijke moment op een podium dat ik ooit heb meegemaakt. Ik vond dat totaal niet plezant. Dat was niet... Dat was niet tof. Dat is niet aangehaald. Wat had je wat had je aan toen? Een jurkje van Suensuki. En uh, Soen soekie heeft de korte rokjes. <laughs> <laughs> dat ken ik wel. Zeg. Dus ik heb daar twee outfits hangen. En, dat was elke en je keer spierde gewoon... de benen dan ons ook. Ja, by ja, the way. Ja, voilà. Waren ja. so, het geen dansbenen? Een ja, die heeft wel een figuur waar je duidelijk kon zien dat hij veel sport heeft gedaan. Ja, want die, die, dat is een heel goed danser, is hè? Ja, dat is Breakdance. een Breakdancer. Heb ja, ja, ja. ja. iemand die heb ik ooit bezig gezien? Wat YouTube die is, is die of in die, 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 die Belgische kampioen? Die, die, die was wel iets, was hij niet? Ja, die kan wel iets. Ja. Mm, ja, Belgisch B-girl geweest, ja. ja dat is wel cool, ja. ja. Die en, kan in ieder geval dingen dat ik niet kan. Een Naaktstrand, zouden we dat ooit doen? Ik ben er langs geweest. Dat is nou heel toevallig. Ik wist niet dat je dat ging opbrengen. <laughs> Maar... Uh, ja, doe even, nee, ik even de deur dicht. Want, uh, Waar, waarom met de deur dicht? Uh, gewoon met voor uh, het geluid. Maar ik heb al ja, langs uh, ja. vakantie op, uh, op uh, Ibiza en uh, uh, dat, is, allez, dat is sowieso kei plezant, maar dat gaat ook nee, gaat veel dingen doen. Maar de eiland is ook wel tof om te wandelen. Dus toen je gaat ook graag wandelen. dan. En dan uh, allez, op een moment op een uh, homo um, is op een gay naaktstrand terechtgekomen. En dat is na... Nou, ik zeg ik, ik... Ik heb wel gezien... Jij komt daar toevallig terecht, Andries. <laughs> Tell me more. Ja, dat is... Want jij wordt er met je vrouw en je dochter, hè? Ja, we zijn er aangekomen. Okay. En eigenlijk, ik vond dat een heel serene plek. Dus ik vond dat eigenlijk... Dat was een heel prachtig strand en... Je, je hebt eigenlijk... Natuurlijk, achteracht... Achteraf... Zullen we daar ook gewoon zitten? Nee, uiteindelijk niet? niet gedaan. Ook okay. wel omdat we geen handdoek hebben. Er was ook een praktisch gegeven bij. Maar... Allez, ik zal dat even zeggen. Dan gaan we iets zeggen van... En dat hadden niet, had niet door toen je die pijl zag, want dat ding heette dus echt zo. Shirin Gay. Ja. <laughs> zo heette hij in Ibiza, en dat is toch... What niet... gave it away? Ja, ja. 4,2 sterren? Op ja, ja, ja maar het is echt zijn. een heel schoon een, 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 een kant. Je moet echt een serieus stuk stappen, maar prachtig. Allee, Ik bedoel, dat ja, is echt een... een, een uh... En ja, ik moest toch echt met eigen ogen zien voordat ik deze naam... Mm -hmm. Ze zegt er misschien nog eens, Chiningay. Dat ik dat associeerde met wat ik zeg. Maar ik vond dat wel ja. super cool. Ik heb daar, ik, dan voel ik, ik wel en dan ben ik wel blij om. Dat doet me echt allemaal niks. Oh, oh. Ja. ja ik, ik, heb, ik heb wel zo'n laatste reizen we hebben gedaan met twee, dan zijn we naar Japan geweest. En op een moment hadden we zo van die, um, so, van die natuurlijke bronnen. Zo'n vulkaan, mm -hmm. dat was bij, bij Mount Fuji. En dan is het door kei veel dorpjes. En door. Is zo, het water is door 40 graden. Ja. Van, want dat komt los te aarde en dat is natuurlijk verwarmd. Mm -hmm. en, en dan kwam ik zo'n ruimte binnen, want je moest dan, mannen en vrouwen moesten apart. Ja. En dan zat ik ineens in een, in een, in een natuurlijke sauna, mm -hmm. waar iedereen ook in zijn blote moest rondlopen. En dan had ik zo één moment dat ik dat raar vond. Dat is wel cool, Want ja. dat is even raar, totdat je beseft dat je in een ruimte rondloopt met allemaal Japanners die juist in ijskoud water hebben gezeten en dat je, je eigenlijk ook wel redelijk goed voor kon. zelf. wel. Nee, dat... ja, maar wel. Ja, dat, dat zijn ook niet de wel. biggest dongs on the planet? Zijn die? Gemiddeld gezien niet denk ik. Ja, nee. Een understatement van formaat. Mm -hmm. ziet er wel goed uit eigenlijk trouwens dat je zo in... Was dat eigenlijk Japan? Was dat cool? Dat is toffer dan Afrika op dat vlak. <laughs> Botswana zou ik dat niet doen. <tie> deze vlieger gaat niet op, zoals hij heet. Uh. Nee, deze vlieger ZIT al in de lucht. <tie> en heel even, zwijf, we hebben ooit in, een, in, een, in, een, in een, de gevangenis aan de cel moeten gaan halen, ook een zwarte. En, um, ja, ik weet niet wat het allemaal dat gestoken, maar die moest ook eens in een blote gezet want je al gefeerd worden, die moest helemaal geveerd worden. Dat was echt een keer al twee koppen groter dan mij, echt zo'n Green Mile zwarte. En dacht, ja oké, okay, God is eerlijk, dus ik ga niet zo'n groot... Ja, echt zo, echt zo'n... Yeah. Ja, echt de grootste ik ooit... Dit uh... yeah. geel te zijn. Dat uh... is wel cool eigenlijk, hè. Ja. ja. Merci Vini voor deze met ons te delen. Deze uh... beeld op de netvlies. I'm never gonna forget that one. Ja, dat ligt wel Ja, ja. <laughs> yeah. Letterlijk dat, man. Goed mannen, hè. verder met gesprek. Swiftly moving on to other uh, pastures, uh, my friends. En ah, je gaat dus winnen in de Comedy Cup. Ja. Oh ja. Ja, ja is als, dat. Je, als je wint, en uh, moet je dan nooit niet meer meemaken. Ik heb de job op zich. Je ja, ja. dus daar meedoen aan Squid Game. Dat is de volgende. Hoe ja. goed was Squid Game? <laughs> Hoe grappig is dat, man? Ik vond het een beetje over... Allee, no, man. Over, ja. ah, ik vond het tof, hè, maar... Dat is toch cool? Ha, ja, cool is dat wel, maar... De hype waard dan. Heb je het al gezien? Nee. Ik ben slecht in hypes volgen. Ik wacht tot een half jaar. Als er keiveel mensen komen zeggen... Als je zo'n hype hebt, komen ik mensen zeggen... Oh, maar dat moet je zien, gast. En dan is mijn eerste reflex dat... Ga gewoon niet bepalen wat ik ik zien. <laughs> en dan wil ik er zo'n half jaar mee wachten. Gewoon omdat de openingsdans kan... schreef dat <laughs> op maar allemaal <laughs> I sense a pattern here, ja. Jasper Poisson. Ja, dat is een, een nutteloze contrairheid. Oh ja, ik snap het. Is dat deed geen enkele zin. In ja, ja, dat kan een goede nacht noemen, eigenlijk. Hè. betekent bierkruik. Holy shit, oké. Okay. Really? Ik ben, nou, ik ben daar echt heel blij mee. Bierkruik, Poisson. Ja, ik okay. heb dat zo opgezocht in een etymologisch woordenboek. Mm -hmm. En uh, ja, daar, uh, daar stond bierkruik. Oké. Okay. En ik, vond, uh, ja, ik dacht... Hier ken ik mijn leven. Dus Wat is, betekent uh... voeten uh, etymologisch <laughs> gezien eigenlijk? <laughs> uh, vindt... het, einde, het einde van de onderste leden. Maar... Ah, <laughs> kijk eens aan. <laughs> ook een goede echternaam. Eigenlijk zijn we al is altijd goed. Hè. Vind voeten? Dat wel, maar ik vind voeten ja, niet ja. heel te hoeven ja. Inderdaad, is wel cool dat aan VV is. Dat nog wel. Vincent uh... Voet, ja. ja, maar dat klinkt ook, dat rolt toch. Ja, toch? Voilà, ja, maar het is het he, ja, inderdaad Frank Voet, Vinnie Voeten. Mm -hmm. Ja? Ja, maar Vincent ik zal als ma genoemd onze paan noemt Heulens, Hulens, dus ik had eigenlijk uh, Vincent Hulens. Ja, Vincent Hulens is heel... Dat is ook doof, hè? Dat is echt verzekeringsmakelaar ja. Vincent ja. Hulens. Ver, dan, in... dan toch liever de alliteratie, ja. Hulens ja. met de vijand. Ja. <laughs> de titel van de show. Ja, zo altijd iets zoeken dat aan uw naam hangt. Ja, dat hebben we al nooit gedaan, hè? Nee. Jens doet dat, hè? Bank van den Donker. En voor de Donker thuis is een tweede. Zo doet dat ook. Zootopia in Tsunami. Ik heb er ook al over nagedacht, Mijn eerste show, grappig. met de voeten vooruit of zo. Ah, ja. Ja, ja, ja. Ah, ja, ja, ja. Maar ik vind dat, ja, nee. Wat wel, wel, wel nog had je kunnen met jou, met je materiaal. Ja, voilà. Het tikt de lading voeten, nog wel. Maar, voeten, maar, uh, voetenveeg, we hadden allemaal met voeten. Uh -huh. Ja. Ik zou dat niet doen. <laughs> <laughs> ik kan, kan er niet over liegen. ik vind dat meestal een beetje leuk. Fokken uh, had ook wel een tof idee, Smeris. Smeris, ja, dat is wel goed. Mm, dat, dat is goed. een goeie, ja. En mijn idee was Smaat. Ook niet slecht. <laughs> ook niet slecht mm. ja, Eerst een humos winnen, hè. Ah, ja, maar ja. Ja, dus nadat je dat gedaan hebt, Smeris. Ja, ik ga ja, nou, kan al beginnen nadenken nadat nou, ja, ja, nou, ja. je gewonnen hebt. Ja. Fokken had er een goede vreemd ook, hè. Motherfokken vond ik ook <laughs> wel heel funny. <laughs> ja, echt als natuurlijk je, als je zo'n naam in het is het ja. makkelijker, hè? Ja. ja, ja. bij mij is het, uh, goh, Nee, niet echt. Ik, ik ben wel allitererend ook, dus dat is wel tof, want er zijn er wel een aantal, hè? Amelie Albrecht, Vincent Voeten, Bas, Bas Birker... Lucas Lely, Lucas Lely. Ja, dat is, dat is, wel waar. Je kunt wel al een avond vullen met allitererende comedians bij ons in België. Dat is wel, uh, wel grappig. Ja. Sorry, Jasper. Ja. Ja. Ik, uh... J.P. Jasper. Joson, Jasper voor de ga ik een voorprogramma meepakken of? Ik weet dat echt nog niet. Ja. Is dat niet... Wanneer vind je dat je graaf genoeg is voor een voorprogramma? Ah, wel, ik vind maar dat ook... moet hem wel ik kunnen bieren, Een hè. bepaalde pretentie hebben dat ik misschien niet. Vriend, er zijn hier 31 tickets verkocht, maar je <laughs> weet het. Op een wagen. Ja. <laughs> ja ik, ik heb dat nog niet beslist eigenlijk. Okay. Ik ga uh, en... de hele headliner. Hm? Ja, een hele headline. De einde avond, ja, je een avond voor ons. aan het maken. Volgend jaar. Uh, voor het derde jaar op rij uitgesteld, maar uh, volgend jaar moet hij in première gaan. Vast benoemd. Ja. Door Jasper Passon. In eens een AB, joh, niet een lotta. En we gaan de Armberg doen. Gewoon vol zitten, hè. Dat is de bedoeling. En maar, uh, ja, ik weet dat. Ik, ik, ik was door aan het ontwerken, en dan is corona gebeurd. En sindsdien staat dat even. Op pauze totdat hij terug kan. Deftie hoe zie je de golde's eigenlijk allemaal nog evolueren zo? Fase 4. Ik zei gister, gister, gisteren. Allee, dat is natuurlijk wel, hey, Eddie en Bazaar maar dat was wel een volle lotto. De dag ervoor dat, dat er twee. Hè. De eerste dag, de 19e. Het was vanaf de 20 dus De 19e was het zonder mondmaskers. De keer dat ik dan gisteren ja. geweest was het met mondmaskers. Goh ja, want er eraan volgende week. Mm -hmm. um, hoe ik het op basis van gisteren zag... mensen volgen de wet wel, je hebt een mondmasker op, maar je hebt niet het gevoel dat iemand een mondmasker op heeft. Snapt? Geet dat op, omdat je zo uh, dat je dat moet opzetten, maar dat ja. kunnen ze niet houden. Dus ik denk dat er een soort burgerlijke niet ongehoorzaamheid gekomen. Dat klinkt negatief, maar een achthonderd x zegt zullen wij ook niks mm. zeggen. Zo dag gekomen. Ik voelde heel hard mensen wat dat. Voelde je dat, dat mensen dat hebben afgezet tijdens de show? Of ik niet? heb dat eigenlijk niet opgezet. Dat ging nee. hier om mijn kind, wat op natuurlijk een foto er redelijk raar uitziet. Mm. Mm -hmm. Maar je, dat, dat is zo mm. kinderen. Ja. Zo met elke gedrinkt dan en dan zit dat af, dus dat dat, dat zit al gelijk, onder dat is mijn gelijk, neus. Misschien misschien in mijn zeggen, ja, je moet het opzetten te zeggen je dan eten. Ja, klaar, dan dat ik je te eten. Ja, je dus je doet dat <laughs> niet. Ja, ja. Ja. ja, maar ik ja. zei gisteren met de uh, uh, twerpen van de William gedaan, en dan was dan ook mee zittend publiek, met mondmasker. en hey, die houden een er wel, aan. als is even een kom zo dat schild, dat is, dat is, dat dat is eh, wel, ja. Toch een beetje de rem een rem op naar lagen. Uh. Ja, en ook gewoon, dat is ook zo'n volgens mij minder geluid. Ja, ja. ja, dat komt gewoon minder terug naar het podium. Maar Iedereen ons... lacht dan zo op. Ja? <laughs> beetje raar. Mensen ja. hebben dan een half uur door dat je hun adem echt ja. stinkt. <laughs> nee, ik denk dat dat, denk dat dat niet meer te houden is. Ik denk dat echt ergens om te zeggen maar als er geen doei gaan vallen, dan uh, gaan we echt niet veranderen. Denk, ja, maar ik bedoel puur qua maatregelen en zo. Maar gaan we dat, niet... dat nog erger geworden? We Wij gaan dat niet meer blijven doen. Ik zei dat gisteren en onderweg kende altijd een elf van de wereld. En ik zei niet bepaald rebels of, allez, of whatever the fuck de system. ik had echt zoiets. Nu ja. Ik had er wel mm -hmm. op, hè? Maar je voelde ook, dat was ook geen, de sociale controle, want ze zeggen altijd, politie, sorry, Vinnie, maar de politie regelt dat eigenlijk. Die sociale ja. controle, dat is eigenlijk mm -hmm. wat, in lockdown één was er heel veel sociale controle. Als je dan binnenkwam zonder mondmasker in een GB, dan mm -hmm. keek op zijn Vlaams, ja. maar iedereen keek u buiten. Maar precies de mijne Nee, ja, maar ja, ja, dat ja. is ook al niet meer. Dus ik denk eigenlijk dat dat... Ik denk mensen hij, zijn er echt klaar mee. Ja, ja, klaar wel, mee. Ik, ik, ik denk ik mensen dat, ook, gaan doen, dus dat mensen gewoon doen er zelfs, Mensen Allee. zijn zelfs minder en minder kwaad aan We ja. Er zijn nogal groeperen. die De kwaad is ze ook al beurs. Hier in Rotterdam is dat precies toch niet het geval? Dat, he? dat is een nee. fijn dat nee. prak. <laughs> Corona Holy, holy fuck, wat was dat daar ineens? Ja. ja, ja. Maar ja. Ik, denk dat, ik denk dat er bij veel van die protesten ook andere dingen spelen dan puur corona. -moudregen. Dat denk ik ook, dat ook wel, over sociale... Ja. Contressen en sociale dingen die, die overkoken op het moment dat ze coronamaatregelen afkondigen. Maar dan is dat maar een excuus. Je hebt bepaalde bevolkingsgroepen die op elk zeggen. protest springen gewoon om mee ja. te kunnen gaan rellen. Ja. Ik denk dat... Mm -hmm. allee, maar ik vind het zo, zo moeilijk om daar iets over te zeggen, want ik denk ook... Okay, ik weet er geen klok in. al in Holland aan het spelen, eigenlijk met wie? Nee, sinds, sinds corona ook niet meer. Ja. Daarvoor speelde ik wel af en toe in Holland. Vond we dat leuk? Ja, dat is leuk. Maar ja, verf pakt ook heel goed in Holland over te hebben. Je hebt daar, ja? hmm. daar een waanzinnige sympathie. Die dat, dat is echt, als je daar gaat spelen en je bent er het podium op, en ze zeggen, je oh, bent uit Vlaanderen, dan zie je de hele zaal al zo, Oh. gek. Mm -hmm. Oh, oh, ja. oh wat leuk. Like. <laughs> dat, dat, dat is echt Dat is belachelijk om te zeggen, maar dat merkte echt van ja, je kreeg daar echt al direct krediet voor 100 men. Mm -hmm. Voordat je me op het vertelt, mensen vinden dat echt tof. Als ik, uh... Je zet daar de nek zoot. Dat is daar echt speciaal. Hoor. Als ik humos zou winnen, dan ga ik een fucking vragen voor mij zo ver te dragen. voor uh, auditie te doen bij Comedy Train. Ah ja, ja. ja. Nou, we denken, de... Het gezelschap Toom, toomler, van, uh, van Toomer. Als, uh, als ik zou winnen. We ja. zitten hier gewoon. Ja, want dan gaat de zestiende zijn inderdaad. Uh. <laughs> <laughs> de conceptmail is al klaargemaakt. Ja, ja. Zo. Kun je dat programmeren tegenwoordig? mail. Ja, dat is het. Zeventien de sturen. Nee, maar ik zou ik zou al <laughs> meer uh, meer in Holland willen spelen ook, okay? ja. Absoluut. Ja. Ja. Wat gooit het tegen die tweeën tegen dat je wint? <laughs> dat is wel klooten, maar dat is ook echt waar. Ik heb die ook alle altijd supergraag. Zeker ook Ja, die ken ik ook goed. Ik pak die mee naar vuurprogramma, hè? Ja. Is dat is nou wat dat je kunt doen, denk ik. Als je wint. Allee, wanneer dat je wint? Dat is echt kloten. Deze is wel zo weer terugkomen in mijn <laughs> gezicht. Ja, ik weet niet. Nee, maar ik. Uh... Gewoon die side songs, dat ga gewonnen zijn. Niet zo dat we weten, ze. <laughs> Goed, ik heb hem niet meegebracht trouwens. <laughs> oh, dus, uh... oh, wow! Oh, shit. All right. Mega All right. cool, man. Ja, ik. Uh... Ja, ja, ja. ja. Ken ik ken niks van Drang, dus ik kan iets anders meepakken voor hier de tafel op te leuken. Ja. Ja. Dat is wel een goeie eigenlijk. Ja, dat is wel een ja. goeie. Bubblehead Predator. Ja, een favoriet, acteur mijn favoriet is eigenlijk Terminator, maar ik wist dat ik er al jana had. Ja. Dus Die is, uh, is ook wel een goeie Bubblehead. Ja. 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 Het, volgens mij is dat, dat precies wat dezelfde. Ik denk dat dat dezelfde ja, ja. merking is. Ja, ja, ja. 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 dat dezelfde zijn. Ik ik een heel, een, heel vincent cool. dat moest hij nou niet. Mercedes? Ja, nee, nou, dat weet ik ja, cool. Dat is misschien een goed moment, Jasper, voor jou om ook een cadeau af te geven. Ja, wel. Oh. <laughs> oh hoe kut is dat? Mensen Toen je er juist zei van, ik heb een cadeau bij, dan kijk ik zo, de moment... Op kerstfeest, dat je zo beseft, er zijn geen goede afspraken gemaakt over de prijs van de cadeaus. Oh, wacht. En dat jij zo met een zelfgebreide sjaal afkomt hier, en dat iemand dan echt zo. Hier letterlijk, letterlijk. letterlijk. meer bij heeft of letterlijk. zo. Letterlijk. We is zitten hier voor de, aan, de kerstaflevering van, 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 de, van de podcast. En een Andries zegt: hé, hey man, maximum 5, 6 euro. Hè. Niet van dat je zaak mee. pa Ja, ja. Ik kom hier aan <laughs> met een brol van 5 euro per <laughs> stuk. En hij begint met. Het is de steen en bieren geweest. <laughs> ja. Maar dat je weet dat het al 5 euro kost dat je de deur binnenwandelt. En dat is letterlijk... Je komt eraf met van die kaas schone dingen. En ik zat er zo mee... Ja, ja, deze is een tas met. Uh, <laughs> dat was echt allemaal van die complete bullshit. Dat ik, echt, ik was echt kaaslicht gezien. Man nee, dat was iemand niet erg. Ik was gek hmm. blij met mijn tas, dat stot er nog. Zeg. Ja, ik weet dat wat is dat. En de... Is dat die Roy Lichtenstein? -tas? Ja, voilà. ja, en Alexander was blij met zijn fossiel. Ja, is dat ja. ja, die ja, winkel een fossiel en zo? Ja, Waar is dat ja. eigenlijk? Is dat nog Volkstraat. Ah. Dus eigenlijk de Nationale Straat, die richting het Zuid gaat, ah. Museum aan de linkerkant. Ah. Heel lieve mensen. Um, heel fijne winkel. Een heel toffe cadeau's voor te geven eigenlijk. Ja. Ik vind het ergens jammer duur. dat ik, daar zo, ik heb ja. er zoveel heb gegeven en dan kan ik dat niet meer claimen. Maar omdat dat zo tof is. Ja. <laughs> zo, die, die, dat is cool. Dat is gewoon, ik heb zo'n power gehad dat ik dat kon geven. Zo. Maar nu begin iedereen dat te geven en dan moet ik het aan. Dat is het enige dat ik denk: tju, dat is super populair. Hè? Maar dat is ook graaf, want dat kost, eigenlijk, dat kost eigenlijk niet belachelijk veel en dat is wel zo iets uniek. Het was een badass whatever. Tor. Een, uh, een slak uit de steentijd. Ja, ja. of zo'n tor die je allee, met van die scharen zo... Of zo, zo'n uh, volledig uiteengereten uh, schorpioen of spin die ze zo volledig uit elkaar oh, ja. anatomisch ja. trekken en dan zo met van die ijzerdraad verbinden. Ah ja, oké. Okay. Waardoor dat je dat echt ziet en denkt, damn. Jezus. Dit is echt cool uitziende stuff. Zeg, ze zo de... Dat de duurste spullen <laughs> ah, dat is toch zalig ja, ja, dat je dat een, hier, ja. Ja, ja. voor in the living maar wat betal daarvoor <laughs> zotte zoiets dat valt mee, je dat, dat kunt dat zo duur maken als je wilt maar je kunt eigenlijk voor een klein budget wel een grave cadeau geven oh, ja. Ja. Dus je kunt, ah nee, dus, als je, als je, als je zegt ik heb 50 euro of zoiets en kun je kunt dat wel iets kopen, een zotte een schorpioen of een vlinder of ah, zo. Maar wel 50 euro, geen 5 of 6 euro. Nee, 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 nee. nee die 5 euro dat was het dus niet, uh, Jasper. Dat wou ik nog eens even duidelijk maken. Dat we daar niet waren. Maar los daarvan, misschien dat je al samengelegd hebt voor die predator... Ja. Absoluut, absoluut. Dat is ook gewoon mensen die zo mee hun cadeau claimen. Ja, maar ik, uh, allee, <laughs> ik heb ook zoiets van... Ik kan dat nu betalen uit de Comedy Cup gewonnen. Ik zit <laughs> maar finalist. <laughs> allee, dus... Hoeveel, hoeveel, <laughs> hoeveel, hoeveel win dadelijk eigenlijk als je de Comedy Cup wint? Uh, ja, ik zou ik vraag het aan Jasper, maar je weet dat ook niet. Hè? <lacht> <lacht> oh, schoon. Is dat dan een geldprijs tegenover? Ja, denk euro, dat je er duizend euro over dus. ja, ja, Dat was ja, volgens ja. mij in uh, 2008 ook duizend euro. Dat is gewoon getallen. Dat is dat is zo'n uh, zo 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 grote chic. Maar als dat je het uh... er echt niet mee Ik bedoel, nee. dat, <laughs> al, al, al. ik vind dat ook echt. Dat, dat is een nou echt gewoon achterwege kunnen. het is duizend euro, duizend euro. Kan je zeggen? Je kunt toch wel een extra over mee kopen? Maar ik heb al gezegd als ik win, als ik win dan, uh, dan geef ik dan mij een en Joker of zo. Eh, ja. 000, en wanneer, wanneer is dat feestje? <laughs> nee, nee <laughs> ik, doe, ik neem ik neem Nee, man, dat je dat al. De naam dat... zelf, dat je dat weet, of, uh, ik neem man, dat, 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 neem... dat je dat wel weet wanneer dat Vision yeah. is. <laughs> <laughs> doe, <it> fuckers. Dat <laughs> is uh, when the check clears. Dat <laughs> <want that's laughs> zal waarschijnlijk ook nog wel even duren <laughs> ja, denk ja. ik. Uh. Ja, 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 ja. dat je ja. zo de bank moet binnenwendelen missen een grote kartonnen check. Wie gaat dat bedanken en gewint? Kan jij komen zien trouwens? Nee, ik kan er niet. Ik denk, ik denk dat ik elke ik een optreden heb die avond, ja. maar misschien dat dat nog wordt gezegd. Ja, no, ik kon ook niet Voor, iets zien uh, dat ik al weet wat uh, het is. Dat uh, is nou ook stom om te gaan uh, zien. Ik kan het je zeggen. ik heb nog iets meegebracht. <laughs> <laughs> Zo, een, een poppetje van Jean-Claude Van Damme in het Predator-pakje oh, ja. voordat dit er was. Ook. Dat is aan redelijk graaf. Ik weet niet, dat moet hij je opzoeken. Jean-Claude Van Damme Predator. Hoe dat dat eruit zag voor uh, dat dit het geworden is. Predator Suit. Denk ik denk dat je dat er zelf op staat. Dat is een mega lullig pak. Die film is trouwens uh, van mijn geboorte. Ja, 87. 1987. Leuk. toen geboren. Ja. Holy fuck man. Ik zijn daar in de cinema gaan zien toen. God damn it. Dat is het moment dat je beseft dat je het doet. Ja, deze was, uh, deze ja, was, was het Predator-pak met Jean-Claude Van Damme. Ah, die zat er echt in? Ja, oh. ja. Ah, ik dacht dat Jean-Claude Van Damme Arnold Schwarzenegger was. Nee, ah, nee, nee. Dat nee, er nee, dus nee, eerst nee. een versie was opgenomen met, met dus Jean-Claude Van Damme als, als gespierde man in de jungle en dat nee, man... nee, nee. Ah, Oké, okay, die zat ja, daar nee, nee, in. Nee, nee, nee. Oké, okay, ja, dat is echt, echt Er was die veel te onbekend voor, maar die, was toen, uh, ja, ja, die ja. heeft toen die rol gespeeld en dat schint was je ook... Had hij heel veel last van gedehydrateerd gedehydra eh, te zijn. omdat het er veel te warm was en zo. Ook, hè? <laughs> en dan was hij ook altijd aan het zagen. en die vond dat er meer geld moest ah, hebben. Dus iedereen ja. vond hij ook al heel vervelend. Ja, ja, ja. Maar dan bleek dat ze na nou een tijd ook zei. we vinden uw pak gewoon lullig. dus ga gewoon het niet zen. Ja. En dan is het denk ik Kevin Peter Hall of zo. die hmm. je, je een acteur heet. van een kei grote gast. die dat dan uh, die tegen had. Blijft wel een van de coolste aliens in ja. film, hè, Predator? ja ook een keigoede goede film ja echt een topfilm, ja. ja ook een, ook, zo. ook een zo, wat, ook alien hè zo je er bang van hè ja mm. ja Is en zo. ook gewoon zo dat ja die jij zei dat er straks denk ik hè? zeker Jasper van ja, ze laten die je ook niet direct zien. Mm. Dat is niet dat je die in een trailer al 17 keer gezien hebt, maar je ziet die film ja. en je denkt, fuck, wat is hier aan het gebeuren? Ze zo. zijn een beetje spaarzaam met zo de, de horror te introduceren. Het is gewoon spannend. En in de eerste alien zien ze die een alien ook maar één keer te goed. Ja. Dat is, voor de rest is dat gewoon een spoor van bloed ja. doorheen een ruimteschip, maar je ziet het nog niet. Hè? Met Schwarzenegger is dat is een moment graver, dat je zo aan het zwemmen is en in de eerste nee. zie je zo gewoon no. een mega plons in dat yeah. water en dat je zo vol modder hangt en zo vast hangt en dan zie je die zijn cloaking device zo malfunctionen mm, yeah. en dan zie je die en dan denk je, oh, fucking hell man, wat is dat ja, dat is echt heel cool hè. heel cool ontwerp ja. als je dat masker ook afzet yo one ugly motherfucker ja, dat wist ik <laughs> al van jou ja, dat is natuurlijk uh, topfilm topfilm ja. turn around zonder dat zo... ze die uh, franchise overkakt hebben met de laatste ja. films. Man. Ja, dat is wel. Want die tweede was eigenlijk ook nog best wel goed. Ja, terwijl ook die reviews waren ook wel niet goed. in de Ja, Strijd, en dat maar... is eigenlijk een beetje onterecht. Want ja, dat is best ik dat... een goede ja, film, ik vind, dat ook vind, een een vind tof, ik. Dat is een toffe film. Dat is met Danny Glover in ja, de hoofdrol. Ja. die je ja. dat uh, in uh, Lethal Weapon, uh, Murtaugh, ja. speelt. In Los Angeles, een heel andere setting, maar ik vind dat wel cool. Ja, en zo ook altijd op hitte dat die afkomen. Ja. Hè, want dat is zo'n super warme. Je hebt ook zo'n Jamaican gang die dat ja. dan zo. Uh, ja. Vooral die ene, die, die leider ervan. Die Voodoo Man zo. Ja, ja die ja, is ja. zo. Mr. Policeman. Ja, ja. Zo. I saw it in the ja. boons. En dan goed, zo van die potten zo. waarin dat je dan ziet dat er iets er En zo dat. Ik vind dat echt wel cool. Zo. Of ook dat hij die, die deur opengaat en die auto en er komt zo'n smoord ja, ja. Dat hij allemaal zo. Everything be Iron Man. Zo, ze dat heel overdreven Jamaican over the top. Want in de jaren tachtig bestonden clichés nog niet. Nee, daar <laughs> nee, dat deden, dat ze, daar gewoon deden gewoon ze niet aan. Een film. Ja, dat was toen. toen. Nu is alles post-ironisch een cliché. Maar ja. in die tijd dachten gewoon. Oh ja, Jamal Khanen is, hoe zit die? Ja, die zullen wel ons zijn, zeg oh Ja, uiteindelijk, dan <laughs> toch niks anders. maar niet nou. We zijn al bekend vier uur bezig. Zeg. Zijn wij vier, vier uur oh. bezig? 3 uur en 50 minuten. Kaltem, en dan moeten we kijken. wel de vier uur nog even halen, hè? en dan zijn we klaar, hè? Nee? Vind, dat niet? Vind wel dat we vier moeten halen? We moeten een goede einde we moeten interessant eindigen. Nou, dat is gewoon niet lukken met deze ploog niet meer. <laughs> Die, die, die vogel is gevlogen, Andries. Vincent, uh... Vincent zegt dat dit controversieel. <laughs> ik kon humos komen de cup winnen. Eindelijk. Yeah. <laughs> oh ja, ik heb steeds gewoon worden. Dit is wel de beste zin ooit. Hier kunnen we niet meer over, man. Ja, dat is, uh... nee, is, is sorry. We gaan toch, uh, we gaan toch moeten eindigen voordat die vier uur er zijn. Want uh. beter dan deze wordt het niet. In ieder geval, voor de allereerste Sunday Roast. Uh, misschien ook de allereenige, Dat zal een beetje van iedereen afvangen. Als de Vincent, we als de Vincent wint, doen we er nog een. Dan doen we er dus sowieso. Eens, sowieso moeten beetje, we, ja. we nog een ja. doen. Dan. Ja. 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 Dat is afgesproken. Dat is nog een. Het zal dus graag zijn dat hij niet wint en ook nooit meer wint. Of gewoon Jaan of de Karel laten komen. Ja, ja. <laughs> en doen als dat altijd gewist is. Ga ik zeggen, ga wagen, ga ze wagen? Ik zat hier toch? Ja, eigenlijk, die plek is alleen voor de winnaar. Uh, oh, wat mijn... oh, oh, gaan we. Oh, oh, te goed. Oh, te goeie. Goeie. Ja, sorry, we hebben niet veel principes, maar. Ja. Misschien mm -hmm. een stoel voor verliezers. Nee. Oei, ja, zwart. <laughs> In ieder geval Jasper Passon, Vincent Voeten, merci om af te komen. Deze was keipelzand. Ik heb te veel kaas gegeten. Ik weet niet waarom. Dat was eigenlijk nergens goed voor, maar wel heel lekker. Um, dat was het voor ons voor deze Sunday Roast. Denk er aan op de uh, 15 december, woensdag 15 december, is het uh, finale van Humo's Comedy Cup in de Arenberg Schouwburg. Waar uh, Vincent Voeten uh, gaat spelen en gaat winnen, uiteraard. Dat hebben we al lang bepaald. Um, I might have to kill the other two. Maar dat komt natuurlijk allemaal ja. nog wel goed. Maar in ieder geval, eh, daar in de finale, dus zowel Vincent Voeten als ja, de Mintjes En Karel de Rijke, of de uh, heerlijk genaamde Charles Leriche. Allemaal de moeite om te komen zien. Dus doet hij. Ik, weet, ik denk ook dat Bart Kanaert, um, de de boel MC. zoekt uh, de moeite nou denk... in. Die nou ook de slimste te presenteren, ja, niet? Nou? Ja, ja, inderdaad. En je en dat ook nog is, ook nog Amelie Albrecht, want de, eh, normaal gezien, als de jury gaat overleggen, is het altijd de winnaar van de vorige editie die ja. speelt. Dus die heeft ook een, een avondvullende show nu. Dus die zal daar waarschijnlijk een stuk uitbrengen. Dus allemaal de moeite om te komen kijken. Dus 15 december, allemaal naar de Aremberg-Schouwburg. Jasper, kunnen we nog iets pluggen van nu? Is er nog iets waar jij? Uh... Uh, Alex, ik nu een Friends in Die'st. Dat is <laughs> denk ik de enige show die ik hier nog heb staan. Jasper Passon uh, verdwijnt de vergetelheid in, <laughs> na deze show. Ik doe gewoon een backflip uh, in de vergetelheid uh, na deze aflevering. Voila, zal wel uh, zijn. Maar je in je ook, ieder geval, heb hebt een website? Hè? Ja, ja, en volgend jaar kan ik uh, veel spelen. En volgend hij heeft jaar. ook een website, dus dat is ook tof. En <laughs> de full show, wanneer ga jij in première? Volgend jaar ook. Volgend seizoen. Dus mm -hmm. uh, november of december volgend jaar kan ik in première. Nou, right. Met de show vast benoemd. Bef, de, de titel is sowieso al zo. <laughs> ja dat zou wel cool zijn als dat zalen vol met ambtenaren zijn zo ja maar ik zou ook graag hebben dat er, mensen, dat er ook wel mensen komen met gevoel voor humor alleen dat het niet alleen <lacht> <lacht> niet alleen het gebluste mensen zijn die dat er komen nee dat ik niet zijn maar zo uh -huh. als als de van 8 tot 10 en het is zo 1 tot 10 dat die opstaan en gaan ze nog zo bezig <laughs> het is wat gelopen. Nee, maar je kunt die uren wel inbrengen als je komt ja, ja. Dat telt als een opleiding, dus dat is wel interessant. Je kunt hier een kub pakken of, of de brug maken als je wilt. Dus dat is wel goed. Dat is allemaal van die checks, die cultuur De collega's maken de brug. Ja. Zo, dat was het voor ons. Uh, wij zijn uh, Welcome to the AA. Dit is Andries, ik ben Alex en volgende week zijn we er terug, when we make Monday great again. The first step on the road to recovery is admitting you have a problem. Welkom to the AA. Ah, ik ben hier aan je te verzorgen. Als het ergens over moet gaan... Zijn de besteden... Na the feesten... Ribbels of kum... Iedere overeenkomst met een bepaalde organisatie berust op louter toeval...